Goedenavond, dames, mijn heren, welkom bij deze commissievergadering van 21 november. Ook mensen thuis die meekijken en meeluisteren, van harte welkom en de mensen op de publieke tribune. Nadat ik u allen welkom heb geheten, zou ik heel snel doorgaan met agenda punt 2, maar we hebben een cadeautje voor ons liggen en daarover wil ik de heer Van Maurits even, de heer Van Mattels even het woord geven. Nee, is prima. Dank u wel, voorzitter. Voor u heeft u een klein cadeautje voor, liggen. En waarom is dat eigenlijk, vraagt u zich natuurlijk af. Dat heeft niet te maken met mijn verjaardag op 10 november. Maar het heeft meer te maken met wel 10 november, maar toen was ook de dag van de mantelzorg. En de gemeente Dalfsen is bezig met het behalen van de erkenning, wij werken mantelzorgvriendelijk. En dat betekent dat de gemeente een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid voert. En de erkenning, hopelijk krijgen we die in het voorjaar 2017. En dan gaat het niet alleen om het gebruik maken van wettelijke verlofregelingen, maar het gaat ook om het bieden van flexibele werkoplossingen. En voor de werkende mantelzorger kunnen oplossingen op maat geboden worden. En als blijk van waardering voor de werkende mantelzorger hebben we alle medewerkers van de gemeente Dalfsen op 10 november dit kleine cadeautje gegeven. En we dachten in ieder geval om u ook dit aan te bieden. En dan tevens even de nadruk te willen leggen op het feit dat we dus heel veel aandacht willen besteden aan een mantelzorgvriendelijk beleid. En vandaar dat ik dit even wilde toelichten, voorzitter. Dank u wel, meneer Van Mattels. En we kunnen alvast geoefenen voor Sinterklaas. We zullen hem netjes uitpakken na de vergadering. Dank u wel namens de commissie. Ga ik verder met punt 2 van de agenda. Spreekrecht burgers. Er hebben zich twee aanmeldingen zijn er gebeurd. Eigenlijk drie. Maar daar blijft we worden als eerste mevrouw Kingma. Namens de kadernota of over de kadernota duurzaamheid. En als tweede de heer Braquet over hetzelfde agendapunt. Tussendoor krijgen we een filmpje te zien van de duurzame dorpen. En mevrouw Kingma, mag ik u als eerste uitnodigen. U kent de procedure. 5 minuten. Na die tijd blijft u even staan voor eventueel vragen. En na die tijd gaan we het filmpje van de duurzame dorpen bekijken. Aan u het woord, mevrouw Kingma. Dank u wel. De kadernotitie duurzaamheid, editie 2016. Drie A4'tjes was het advies van de duurzame dorpen. Het zijn er heel wat meer geworden. Allereerst een compliment. Stoer en top dat de duurzame dorpen van Dalfsen nadrukkelijk om inbreng en meedenken is gevraagd. Het proces was bijzonder, had zijn ups en downs, maar was zeker de moeite waard. We vinden veel van onze inbreng terug in de kadernota. Toch leidde deze nota bij ons tot verwarring. En het bijbehorende raadscommissievoorstel al helemaal. Allereerst de titel Energie in balans. Een prachtig motto, maar de vier thema's komen er niet in terug. Dalfsen, duurzaam in balans, lijkt ons meer de lading dekken. De vier thema's energie, mobiliteit, voedsel en water doen recht aan de integrale aanpak die nodig is op weg naar een echt duurzaam Dalfsen. In het raadsvoorstel ligt het accent wel heel erg op de energie. In de nota wordt voorgesteld om de ambitie om CO2-neutraal te zijn in 2025 los te laten. Als ambitieuze dorpen voelen wij daar helemaal niet voor. Bij alle inbreng die we hebben gehad zijn we altijd uitgegaan van de door de raad gestelde CO2-doelstelling als vaststaand feit. En daar houden we graag aan vast. De urgentie is hoog. De tijd dringt. In de nota en het voorstel wordt de term energie neutraal gehanteerd als basis voor te ondernemen acties. Maar energie neutraal is niet hetzelfde als CO2 neutraal. CO2 gaat over meer dan energie. Het gaat ook over voedsel, mobiliteit en de manier waarop je met grondstoffen en water omgaat. De grote rol die de duurzame dorpen wordt toebedacht bij het totstand komen van een Dalfsen duurzaam in balans is prachtig. Maar daarnaast zijn er nog anderen die kunnen bijdragen.
Denk bijvoorbeeld aan Dalfse bedrijven en organisaties van allerlei plumage. Alle hens aan dek is meer dan nodig. Uit de nota blijkt niet duidelijk hoe de rollen en verantwoordelijkheden nou eigenlijk liggen. Als de gemeente niet de regie heeft, wie dan wel? En wat is dat dan, de regie hebben? Niet helder is wie wat doet, hoe en wie waarover gaat. En wie verantwoordelijk is waarvoor. Dat moet zeker beter uitgewerkt worden. En dan het geld. De duurzame dorpen hebben concreet om een aantal zaken gevraagd. Specifieke zaken voor elk dorp, maar ook twee algemene bijdragen. Zo stellen we voor om elk duurzaam dorp een budget ter beschikking te stellen om een concreet duurzaamheidsactieplan uit te werken voor de eigen gemeenschap. Wij denken en vinden dat dit budget niet revolverend kan zijn. Het is bedoeld om plannen te maken en daar draagvlak voor te ontwikkelen. De eventuele winst van dit budget komt pas later. Dat kan in euro's, maar ook in CO2-reductie, draagvlak, bewustwording of anderszins zijn. Over de wijze waarop de besteding van dit dorpsbudget verantwoord moet worden, lezen we niets. We hebben wel ideeën. Daarnaast hebben we gevraagd om een stevig fonds, revolverend, waaruit concrete projecten mede gefinancierd kunnen worden. Ook garantstelling is een mogelijkheid om gewenste projecten tot uitvoering te laten komen. Dit kan ook helpen om de duurzaamheidsinitiatieven blijvend te laten bestaan. We lezen dit niet of nauwelijks terug in de nota. Het echte geld komt pas volgend voorjaar aan de orde, begrijpen we. In de nota wordt gerept van 2 à 3 ton. Wij weten niet waarop deze schatting is gebaseerd. Het lijkt ons aan de late en aan de laag ingeschatte kant. We stellen een bijdrage van 20.000 euro per dorp voor, bij voorkeur al in 2016 ter beschikking te stellen. En daarnaast een revolverend fonds van tenminste 5 miljoen. Gezien de ambitie. Gezien de vele acties die op en in korte termijn moeten worden ondernomen. De gemeente Dalfs is geen eiland. De provincie, Den Haag, de EU, het Klimaatakkoord van Parijs. Er wordt op veel plaatsen en manieren gewerkt aan een duurzamere wereld. Dat biedt niet alleen opgaven, maar ook mogelijkheden. In de nota en het voorstel komt niet helder tot uitdrukking hoe we daarmee omgaan. Versnellen, aanhaken, samenwerken, nieuwe partners, nieuwe netwerken, we lezen er weinig over. Dat is een gemiste kans. En last but not least, we missen de echte actie. Wat gaan we nu doen? We hadden graag meer concrete acties uitgewerkt dan wel genoemd gezien. Het met foto's opnemen van de oogst van de 3 bijeenkomsten volstaat niet. Kortom, we zijn kritisch en vinden de nota en voorstel op punten onjuist, incompleet of zelfs tegen onze wens. Wij vinden dat een aantal zaken echt heel anders moeten worden verwoord dan wel uitgewerkt. Moet de nota dan nu naar de prullenbak? Nee, zeker niet. We zien de nota als een stap in het proces. We werken graag mee aan het verder uitwerken. Met de nadruk op concrete zaken. Zodat er dit voorjaar een pracht van een actieplan ligt. Ons advies, rap verder aan de slag. Op basis van de doelstelling van een CO2-neutraal Dalfsen in 2025. In samenwerking met de duurzame dorpen, andere Dalfse partners en met partners buiten de gemeente. De tijd dringt. Dalfsen, duurzaam in balans. Hup aan de slag, zo moeilijk is het niet. Dank u wel, mevrouw Kingma. Zijn er mensen in de commissie die haar vragen willen stellen? Meneer Koetsier van het CDA. Ja, dank u wel. Dank u wel voor uw inbreng en de gedrevenheid waarmee u dat vertelt. Kunt u iets meer achtergrond geven aan de 20.000 euro en de 5 miljoen die u noemt in uw betoog? Wij als duurzame dorpen zijn van mening dat de gemeente het gewoon niet alleen kan. Het moet van de inwoners komen. Op dat gebied hebben wij gewoon meer of minder, maar in ieder geval met z'n allen hartstikke veel ervaring. Wij denken dat als aan ons een budget ter beschikking wordt gesteld, wij met onze eigen dorpen een hartstikke mooi plan kunnen maken. Maar daar is wel iets van experimenteergeld, begingeld, ontwikkelgeld, kopjes koffiegeld voor nodig. Daarnaast denken we dat jullie serieus moeten gaan nadenken over hoe al die projecten waar wij dan later weer mee aanbellen, gefinancierd gaan worden. We kunnen natuurlijk andere partners vinden, maar uiteindelijk zal ook ergens de gemeente een partner in zijn. Een duurzaamheidsfonds, revolverend, dus wat blijft bestaan.
helpt ons duurzaam verder op weg. Nog anderen? Kijk even rond. Nee, dank u wel, mevrouw Keekma. Uw verhaal was duidelijk. Dan gaan we nu naar een filmpje kijken van de duurzame dorpen. Je hoeft niet in een jas van brandnetels te lopen of met je blote voeten in de aarde de zonnegroet te doen om duurzaam te zijn. Wat echt niet meer kan, is dagelijks in je dieselauto rondrijden, lappen vlees wegwerken en in een energieverslindend huis wonen. Het is vieze of delen. Voor de beeldvorming, om de vervuiling van ons vervoer te compenseren, zouden we in Dalfsen 11 windmolens moeten bouwen. 1 dag in de week geen vlees eten bespaart in Nederland de milieuvervuiling van 1 miljoen auto's. En wist je dat we in Dalfsen elk jaar voor 12,5 miljoen euro aan energie verbruiken? Daarom willen we aan de slag. Geen ingewikkeld beleidstuk, maar heldere stappen voor een duurzame gemeente Dalfsen. In 2025 wekken we in Dalfsen net zoveel energie op als we nodig hebben. We kunnen dan gasten die onze mooie gemeente bezoeken een glaasje puur vechtwater aanbieden. Helder toch? We gaan voor dorpsmoestuinen en samenwerking met onze eigen boeren. We delen auto's die anders toch maar voor de deur staan. We zorgen voor oplaadpunten voor fiets en auto. En we willen fietssnelwegen. Dat je bijvoorbeeld sneller op de fiets in Zwolle bent dan met de auto. En terug natuurlijk. Want laten we wel wezen. Hier in onze gemeente zijn we het liefst. Kom in actie. Hup, aan de slag. Zo moeilijk is het niet. Laat via de buurtapp weten wanneer je de auto niet nodig hebt. Ga voor groene stroom en zonnepanelen op het dak. En isoleer je woning of bedrijfspand. Zaag die regenpijp door. Gebruik het regenwater liever voor de tuin. Stap massaal op de fiets. Stop met die Roundup. Dan komt helder vechtwater in een stroomversnelling. Heb je zelf een idee dat kan bijdragen aan onze doelen? Meld het bij de duurzame vereniging in je dorp. Doe mee voor je eigen gemoedstoestand. De toekomst van je kinderen. De energierekening. Het dorp waar je gek op bent. Of gewoon omdat het leuk is. Samen werken aan een mooi, gezond en leefbaar dorp. De vier speerpunten zijn eerlijk eten, slim vervoer, energie uit Dalfsen en een schone vecht. We zouden enorm trots zijn als we in 2025 met elkaar kunnen proosten op gehaalde successen. Proosten met een glas helder vechtwater. Helder? Helder. Proost. Namens alle vrijwilligers in de duurzame dorpen. Duurzame dorpen, dank u voor dit mooie filmpje waar ambitie uitspreekt. En daar gaan we het over hebben in deze vergadering. Maar voordat het agendapunt aan de orde komt, wil ik nog even vermelden dat de link van dit filmpje op het RIS geplaatst wordt morgen. Zodat we het nog eens een keer kunnen bekijken, dat we het ook thuis kunnen bekijken. En dan wil ik als tweede spreker de heer Braque van uitnodigen achter de katheder gaan staan. Ook namens de kadernota duurzaamheid. Ook aan u het woord, 5 minuten meneer Braque. Dank u voorzitter. De kadernota duurzaamheid is nog geen samenhangend geheel. Maar we kunnen er als duurzame dorpen mee leven en werken onder de voorwaarde dat hij gezien wordt als een stap in het proces en als een werkdocument. Het bijbehorende raadscommissievoorstel is een ander verhaal. Het wordt de basis voor duurzaam handelen binnen de gemeente. Hierin worden officieel de voorwaarden, doelstellingen en richtlijnen van duurzaamheid vastgelegd. Het besluit dat de raad wordt voorgelegd komt aardig in de richting, maar de piketpalen moeten onzinziens net even anders worden geslagen. Wij stellen u voor de volgende 10 punten over te nemen en dan kunnen we direct aan de slag. Punt 1. De ambitie energie duurzaam in balans is onvolledig, zoals Antje ook al zei. Verander de ambitie naar Dalfsen duurzaam in balans, want dat doet recht op de focus op 4 thema's. Maak daarbij expliciet dat sociale duurzaamheid in al ons handelen meegenomen wordt. En laat daarbij die energieambitie niet verwateren, maar verhoog de inspanningen. 2. Handhaaf de ambitie van een CO2-neutraal Dalfsen in 2025. Deze CO2-ambitie is meetbaar, ook voor voedsel
ook voor transport, ook voor grondstoffen en water. Is niet subjectief en maakt vergelijken met anderen mogelijk. Met en zonder genoemde streefdatum is enige regie mogelijk en wenselijk. De vraag is alleen van wie en dat moeten we uitwerken. 3. Zoek en betrek naast de duurzame dorpen ook andere partijen bij de uitwerking van het actieplan. En te denken valt aan bedrijven, verenigingen en belangenorganisaties. 4. Ontwikkel samen met je partners manieren van werken die recht doen aan de verschillende posities. Werk aan de hand van concrete acties de rol en taakverdeling uit. Zoek naar werkbare verbanden en vooral wees flexibel. 5. Geef initiatiefrijke Dalfsenaren zoveel mogelijk de ruimte om binnen nader vast te stellen kaders te kunnen handelen. En die kaders mogen best ruimhartig zijn. Met ruimte voor ieder dorps karakter en mogelijkheden. Maatwerk heeft daarbij de voorkeur. 6. Faciliteer de duurzame dorpen en anderen die duurzaam willen zijn of worden actief door de inbreng van kennis, uren, budget, netwerk, aanpassing van regelgeving en andere zaken. Flexibel en proactief. 7. Neem de voorbeeldfunctie van de gemeente serieus en geef in een eigen gedeelte van het actieplan aan hoe je de komende jaren zelf omgaat met energie, met water, met vervoer en met voedsel. 8. Span je in om regionale partners aan te laten haken bij de ontwikkeling in Dalfsen in plaats van andersom. Wees ambassadeur van de broodnodige verbreding en houd daarbij ook alle regionale, provinciale en landelijke programma's kritisch tegen het licht. Zoek en vind draagvlak in de dorpen voordat je hieraan committeert en ermee aan de slag gaat. 9. Geef de duurzame dorpen een duurzaam dorpsbudget voor het ontwikkelen van plannen en van draagvlak. Hang daar geen bijzondere eisen aan in de zin dat ze revolving moeten zijn of vernieuwend. Geef de dorpen de vrijheid dit budget naar eigen inzicht te besteden en vooral help ze het goed te besteden. 10. Stel daarnaast het duurzaamheidsfonds of een duurzaamheidsgarantiefonds in. Daarmee kunnen de plannen die vanuit het duurzame dorpsbudget ontwikkeld worden en draagvlak hebben gekregen verder worden mogelijk gemaakt. Kunnen initiatieven duurzaam worden bestendigd en zo in de toekomst voort blijven bestaan. En uiteraard kan dit fonds dus geheel of gedeeltelijk revolving zijn en kan men daarin de gemeentelijke prioriteiten aanbrengen. Ten slotte, voorzitter. De betrokkenen uit het duurzame dorp hebben vrijwillig heel veel tijd en energie besteed aan de totstandkoming van deze nota. De inzet van Dalfse initiatieven is essentieel voor het behalen van de hoge duurzaamheidsambities. Daar zijn we van overtuigd. De tijd en energie die vrijwillig ter beschikking kan worden gesteld is echter niet oneindig. Daar is in de stukken geen aandacht aan besteed. En we zullen samen met u en de gemeentelijke organisatie een juiste balans moeten vinden als het gaat om de vrijwillige inzet en een vergoeding van tijd bij het tot stand komen en uitvoeren van gemeentelijk beleid. Wij maken graag een afspraak om deel te nemen aan het uitwerken van het actieplan. En we danken u voor uw aandacht en wensen u wijsheid bij de besluitvorming. Dank u wel. Dank u wel, meneer Braquet. Blijft u even staan. Ik weet niet of er vanuit de commissie vragen voor u zijn. Kijk even rond. Meneer Hof, gemeentebelangen. Ja, voorzitter, bedankt. Antje noemde net ook een bedrag van 20.000 euro per kern. Hebben jullie er onderling over gesproken dat dat ook per kern nog verschillende bedragen zouden kunnen zijn? Of is het echt gewoon groot, klein, een dwarsdoorsnede geweest? We overleggen al een aantal maanden, of bijna een jaar met elkaar met de duurzame dorpen. Dat gezegd zijnde hebben we het ook over bedragen gehad en de hoogte daarvan. Dit is een schatting. Dat kan het ene dorp hoger zijn dan het andere. Dat ligt een beetje aan de plannen. Wij hebben wel tegen elkaar gezegd dat wij niet gaan voor een bepaald budget per dorp vastgesteld. Maar dat het eerst en vooral gaat om, om de inhoud van de plannen. De heer Lochtenberg, CDA. Dank u wel, voorzitter. Meneer Braquet, u noemde onder andere een vrijwilligersvergoeding, als ik het goed verstaan heb. Denkt u dat u met het instellen van een vrijwilligersvergoeding, dat u voldoende de handen vrij houdt? Ja, in de eerste plaats gaat het natuurlijk, ik noemde een vrijwilligersvergoeding in die zin dat wij merken dat een fors aantal mensen heel veel tijd steken in duurzaamheid. En dat ze daar voortdurend mee bezig zijn. Sommigen hebben er een dagtaak aan af en toe. En wij vinden dat we met de gemeente en met de gemeentelijke organisatie in gesprek moeten over hoe we dat gaan vormgeven. Dat zou dus in een vrijwillige bijdrage of een vrijwilligersbijdrage kunnen, maar daar hebben we geen directe uitspraak over. Wat we graag willen is dat er oog voor is en dat we kijken hoe we daar een juiste balans in kunnen vinden.
Kijk nog even rond, verder niet. Dank u voor uw inbreng, meneer Braquet. En dan gaan we straks zien hoe er in de commissie over gesproken zal worden. Voordat ik verder ga met de vaststelling van de agenda, wil ik even melden dat de heer Royakkers niet aanwezig is en dat hij wordt vervangen door de heer De Graaf van D66. Dan de vaststelling van de agenda. Ik stel voor de agenda zo te laten zoals die voor ligt. Heeft iemand daar op- of aanmerkingen over? Niet aan de orde, dan is de agenda bij deze vastgesteld. Dan gaan we verder met punt 4 van de agenda. Evaluatie armoedebeleid en schuldhulpverlening. Verantwoordelijk wethouder de heer Van Martels. Hij wordt daarbij ondersteund door de heer Bolhuis. Dit agendapunt is voorbereidend besluitvormend. Begin 2015 heeft de gemeenteraad het nieuwe armoedebeleid vastgesteld. En er was door het college toegezegd om dit beleid te evalueren en te bespreken in de raad. De raad heeft in de afgelopen 2 jaar ook bijzondere aandacht gevraagd voor kinderen, agrariërs, chronisch zieken en gehandicapten en een collectieve zorgverzekering voor minima. De commissie krijgt nu de evaluatie aangeboden. Er is voor het college op dit moment geen aanleiding om het beleid te wijzigen. Er wordt wel voorgesteld om de verordening individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag aan te passen. Daar zijn nog technische vragen over gesteld door de ChristenUnie. De beantwoording daarvan is vanmiddag op het RIS geplaatst. Dit geldt tevens voor de vragen van de VVD over de evaluatie. Ik wil dit behandelen in 2 ronden, informatieve ronde en een opinierende ronde. Dan wil ik het nu in bespreking geven en ik kijk even rond wie als eerste, mevrouw Kappert, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben een aantal vragen en 5 en een 6e waar ik niet helemaal zonder opinie kan, maar goed, ik ga het toch proberen. In het huidige beleidsplan wordt uitgegaan van een bedrag van 40.000 euro ten behoeve van de kindregeling. Hiervan kunnen 100 kinderen profiteren. We zien echter in het armoedebeleid 2015-2018 dat er zo'n 350 kinderen wonen in gezinnen met een inkomen rond de 110% van de bijstandsnorm. En als je die op zou trekken naar 130%, zijn het er 460. Wat is de reden om niet alle kinderen mee te nemen in de kindregeling? Dat is vraag 1. Vraag 2. Er is een significant verschil tussen de bijdrage van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds per kind. Onze vraag is waar dit verschil op is gebaseerd. Vraag 3. Wij hebben het idee dat het Jeugdcultuurfonds minder bekend is bij de inwoners. Maar klopt dat ook? 4. Zijn er middels ervaringen van gebruikers van de... Nee, dat zeg ik niet goed. Opnieuw. Zijn er inmiddels ervaringen van gebruikers van de cadeaubonnen bekend? Er wordt gezegd van we hebben daar wel ideeën over, maar wij zijn ook wel benieuwd naar wat mensen er zelf van vinden die ermee te maken hebben. Vraag 5 is een vraag over de sociale kenteams en de schuldenproblematiek. Wij vragen ons af of er voldoende kennis is binnen de sociale kenteams om de signalen boven tafel te krijgen die op mogelijke financiële problemen kunnen duiden in een vroeg stadium. En dan de 6e vraag, en die heeft te maken met een stuk opinie waarin we toch zwaar in willen zetten op preventie. Om zware schuldenproblematiek te voorkomen heeft de gemeente Dalfsen een aantal regelingen getroffen voor mensen die wat betreft inkomen rond de 110-130% van de bijstandsnorm zitten. Echter voor de kwetsbare groepen, te weten kinderen en ouderen, gepensioneerden, ligt de grens bij 110% van de bijstandsnorm. En als we het dan hebben over preventie en je wil voorkomen dat deze gezinnen, deze groepen in de schuldhulpverlening terechtkomen, willen wij eigenlijk wel voorstellen om deze twee groepen, of deze twee regelingen, de kindregeling en de ouderregeling, op te schalen van 110% naar 130%. Of op zijn minst de gevolgen hiervan te laten doorrekenen. En dat is niet alleen een vraag aan het college of aan de wethouder, maar ook een vraag aan de medefracties. Ik wil graag uw mening daarover horen. En in het opinierende deel zal ik hier nog verder op ingaan. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Kappert. Kijk even verder. Mevrouw Schiphorst, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter.
Ook de CDA-fractie heeft een aantal vragen. En een paar liggen ook wel in het verlengde van wat de gemeente Brand vraagt. We willen graag vragen of het mogelijk is om de kindercadeaubon algemeen verkrijgbaar te laten maken. Dat zou minder lastig te organiseren zijn. Het is leuk om te geven. Het is voor alle kinderen in onze gemeente. En het bijkomende voordeel, tenminste zo zien wij dat, is dat de lokale middenstand ook wordt betrokken. Het werkt minder stigmatiserend en kinderen kunnen zelf kiezen. Dat is mijn eerste vraag, voorzitter. Maken we gebruik van de ideeën die kinderen hierover hebben? En de derde vraag is of er een samenwerking tussen de verschillende banken te coördineren is of op te zetten. En we denken dan aan huisvesting, samenwerking. En dat noemen we specifiek de speelgoedbank bij. We noemen geen fusie of iets dergelijks, maar om elkaar te kunnen versterken. En we hebben dat vanuit ons werkbezoek meegekregen als mogelijke wens. En dan met name over het jeugdsportfonds. Dat geeft een dalende lijn van deelnemers weer. En ik las net, of ik hoorde net de voorzitter zeggen dat op het RIS de getallen zijn geëxtrapoleerd, heet dat geloof ik. Maar goed, ik heb hem zelf even doorgerekend. Ik kwam op 45, maar nu staat hij op 62. Maar dat is best wel een daling. En mijn vraag is of bekend is waardoor dat komt. En is er wat invloed op uit te oefenen. En dan ook nog over het jeugdsportfonds, het aanvragen. Veel instanties moeten informatie daarop invullen. En die informatie is eigenlijk al door betrokkenen zelf eerder ingevuld op de afdelingen hier. Persoonlijke inkomensinformatie. En dat voelt gewoon niet goed. Dat is bureaucratie ten top. En wij willen eigenlijk, of wij vinden dat het anders moet. En kunt u toezeggen of u dit kunt vereenvoudigen? Dan hebben we gezien dat uit onderzoek is gebleken dat te vaak mensen om diverse redenen niet of te vergeefs aankloppen bij de gemeente. En wat denkt u hieraan te gaan doen? We zagen bij de armoedeconferentie afgelopen donderdag dat er ook bijna 50%, mevrouw Kappert refereerde er ook al aan, van de burgers in de AOW-gerechtigde leeftijd in de doelgroep valt. En als we dan de oudere regeling daarbij pakken, dan wordt daar maar voor 33 keer gebruik van gemaakt. En de bijzondere bijstand maar één keer in de groep 65+. Kunt u dat verklaren? Ligt het in de communicatie? Is het niet bekend? Nou, ik hoor het graag. En dan gaat het over de vergoeding voor het eigen risico van een ziektekostenverzekering. U schrijft in de evaluatie dat het op een andere manier uitgevoerd zou kunnen worden dan via een collectief contract. Maar kunt u uitleggen hoe en waarom en waarom doet u dat niet? En dan hebben we gelezen dat u in een enkel geval aan ZZP'ers of kleine ondernemers hulp heeft geboden door een gespecialiseerd bureau. We horen graag waarom dat op deze manier is gedaan. En we willen u echt expliciet oproepen een actievere rol daarbij op te pakken. Dus niet alleen luisteren, maar ook kijken naar de beleidsmogelijkheden die u heeft. En vanmiddag kreeg ik een notitie, onderzoeksrapport Armoede in Nederland 2016. En daar staan een heleboel aanbevelingen. En misschien dat u die nog kunt betrekken bij het nieuwe beleid wat we gaan maken. Dat zijn onze vragen. Het is heel veel, ik begrijp het. Het zijn er inderdaad veel, maar al met al dan tellen we gewoon door. Want mevrouw Lasje zal er ook nog een paar hebben, dus mevrouw Lasje, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Die heb ik inderdaad. Maar het valt wel mee hoor, ik heb er maar drie. Eerst ga ik bedanken voor de antwoord op de technische vragen die ik had gesteld. Het geeft een stukje duidelijkheid waarom de verordening, of hoe die verordening is aangepast, want dat misten we. De eerste vraag sluit al aan bij de vraag van CDA. Dat gaat over de regeling chronisch zieke en gehandicapten. De cijfers staan erin. Wat onze aansluitende vraag is, van, is dit ook het verwachte gebruik? We moeten het zelf aanvragen, is dat voldoende bekend? Maar dan heb ik het over een andere, want dat komt straks in die vraag. Mijn vraag gaat over die regeling chronisch ziek en gehandicapt, hè, die tegemoetkomen die je kan krijgen. Of dat, mijn vraag is dan, van, is dat het verwachte gebruik? Moet ik zelf aanvragen, is voldoende bekend? Tweede sluit aan juist bij het CDA, die ziektekostenregeling. In de notitie staan een aantal kritische vragen. Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Want die ziektekostenregeling voor minima. In de notitie staat dat er kritische vragen bijgesteld kunnen worden. Dan ben ik natuurlijk benieuwd wat die kritische vragen zijn.
en wat de ervaringen dan tot nu toe zijn. En de derde vraag gaat over de landelijke evaluatie over de schuldhulpverlening. En daarin worden meerdere verbeterpunten genoemd. En die worden ook langs het beleid in Dalsen gelegd. En dan staat er in de conclusie dat er geen sterke aanleiding is om het beleid aan te passen. En wat wordt bedoeld met dat sterke? Want dat suggereert dat er wel verbeterpunten zijn, maar dat we het niet gaan doen. En dan is mijn vraag, wat gaan we dan met die verbeterpunten doen? Dat waren ze. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Lasje. Meneer Wildstrang, Partij van Arbeid. Ja, dank u wel. Nou, laten wij er ook maar een paar vragen nog aan toevoegen dan. Wordt waarschijnlijk toch laat vanavond. Ja, het stuk wat er ligt, daar zijn we op zich blij mee dat het er ligt, want dan kunnen we het er ook eindelijk over hebben, dus dat is hartstikke goed. Voorgesteld wordt vervolgens om het vast te stellen en het beleid niet te wijzigen. Nou, daar hebben we wat opmerkingen bij te maken. En ik heb een paar vragen over wat cijfers, dus ik leid er heel kort even in. Want bij de notitie in 2015 zijn we uitgegaan van een inkomensnorm 110% en dan ging het over 820 huishoudens, 350 kinderen en 270 gezinnen met schulden. Nou, als je dan kijkt naar de cijfers in deze rapportage ook, hè, dan zie je dat er over de hele linie toch marginaal gebruik, bijna marginaal gebruik gemaakt wordt van een aantal regelingen. 30 kinderen, met de hoop op dat er uiteindelijk 70 gaan worden, maar ja, dat is nog maar 20%. De kindregeling komt niet veel verder dan 38%. Collectieve ziektekostenverzekering, kwam net ook al even in de orde, wordt niet veel gebruik van gemaakt, schrijft u. Dus dat is niet zoveel allemaal. Dus de vraag die we erbij hebben, wie zijn er nou betrokken geweest bij de totstandkoming van deze evaluatie? En hebt u gesproken met de doelgroep, de participatieraad, kernteams, kerken, scholen, jongerenwerk? En als laatste vraag, kunt u toelichten waarom u toch wilt doorgaan met de kindercadeaubon? Overigens zijn wij het er van harte mee eens hoor, maar waar u toch ook zelf grote vraagtekens erbij stelt? Dat zijn even de vragen voor nu. Dank u wel, meneer Wildvang. Meneer De Graaf, D66. Ja, dan heb ik er nog één die nog niet gesteld is. In het beleidsplan van 2015 staat dat het budget voor de kindregeling afhankelijk is van de evaluatie. En de evaluatie staat nu op de agenda. Is mijn conclusie daarmee juist dat het besteedbaar budget voor 2017 dus nog voor nadere invulling openstaat? En het verlengde daarvan, klopt het dan dat de gemeente vanaf 2017 kan rekenen op circa 85.000 euro uit het landelijk extra beschikbaar gestelde budget specifiek te besteden voor de kindregeling. Dat is het. Dank u wel, meneer De Graaf. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Wij hebben ook nog een aantal vragen die nog niet langsgekomen zijn. In de vorige commissievergadering hebben we gesproken over het projectplan reïntegratie. En wij zien hier toch wel een directe link in met het onderwerp van vanavond, de evaluatie van het armoedebeleid. Want een van de benoemde varianten waar de vorige keer over ging, waren cliënten die niet mee willen werken. Via de hier genoemde regelingen ondersteunen we deze cliënten juist, zo lijkt het. Klopt deze aanname of gelden in deze rapportage genoemde regelingen niet voor die cliënten? En een andere vraag die wij hebben is, in de rapportage zien we staan dat naast financiële hulpverlening ook begeleiding en gedragsverandering onderdeel kan zijn van de dienstverlening. Hoe moeten we dit zien? Betekent dit dat er sprake kan zijn van financiële hulpverlening zonder begeleiding en gedragsverandering? En in welke gevallen speelt dit dan? Dan heb ik nog een vraag over het onderdeel kinderen van agrariërs en overige zelfstandigen. Daar geeft in het stuk wordt aangegeven dat het vaststellen van het inkomen ingewikkeld is. Waarom is dat? Want het is toch wel bekend wat het belastbaar inkomen is van iemand via de aangifte IB. En tot slot nog een vraag over de uitgaven voor de regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten. We zien dat deze daalt met ongeveer 5-6%, terwijl het aantal personen dat hier gebruik van maakt veel meer daalt met 20%. Heeft u weet u waarom dit zo is, wat de oorzaak hiervan is? Oh, dat waren mijn vragen. Dank u, meneer Veldhuis. Meneer Van Martels, aan u de eer om al die vragen te beantwoorden. Ja, ik ben gekomen tot 26 vragen, maar misschien heb ik nog een enkele gemist. Ik ben ook blij dat ik niet alleen de vragen hoef te beantwoorden, dat meneer Bolhuis misschien ook nog een aantal vragen voor zijn rekening kan nemen. Dat bij voorbaat, maar en de mensen op de tribune, die, ja,
Het wordt een avondvullend programma vanavond, waarbij het dit onderwerp ook een belangrijk aandeel vormt. Het is ook een belangrijk onderwerp. Het is niet voor niks dat we ook afgelopen week een armoedeconferentie hebben belegd, omdat het bij ons alle aandacht heeft. En vorig jaar is die nota tot stand gekomen, vorig jaar januari. En toen bleek dat we, als het ging om het armoedebeleid, 350.000 euro tot onze beschikking hadden. En nu de afgelopen jaar is dat bedrag in één keer vermeerderd tot 600.000 euro. Er liggen allerlei oorzaken aan ten grondslag, die staan ook in de notitie vermeld. Daaruit kun je ook zien dat er van de regelingen A, meer gebruik gemaakt wordt, en ook dat er meer regelingen tot ter beschikking gesteld zijn de afgelopen anderhalf jaar. En we kunnen constateren dat dat op zich een positief iets is, dat mensen de regelingen beter weten te vinden. Van de andere kant hoor ik ook bij de verschillende standpunten die naar voren worden gebracht, dat u zich zorgen maakt over het feit dat een aantal regelingen juist niet aan de verwachtingen voldoet. Maar wat heet aan de verwachtingen voldoen? Het heeft natuurlijk ook te maken van, misschien is de situatie ook wel op enkele onderdelen verbeterd. Het Jeugdsportfonds komt nogal eens, heb ik voorbij horen komen. En als we kijken bij het Jeugdsportfonds, dan zien we inderdaad dat die aantallen ongeveer op dezelfde hoogte blijven. Zo rond de 60, 70. Op zich zijn we daar heel tevreden mee. En we zien ook hele goede resultaten bij het Jeugdsportfonds. We hebben ook niet de indruk dat het Jeugdsportfonds onbekend is. Integendeel, we krijgen nooit het verwijt van het Jeugdsportfonds, daar mensen weten dat niet goed te vinden. Of in ieder geval, het is niet zo dat kinderen daar uiteindelijk geen gebruik van kunnen maken. En er wordt ook door het CDA gesteld dat er misschien, als het gaat om de aanvraag, dat misschien wat te bureaucratisch is. We laten het Jeugdsportfonds hier in de gemeente Dals uitvoeren door Sportservice Overijssel. Die hebben dus ervaring bij alle gemeenten over vergelijkbare situaties, maar ook onvergelijkbare situaties. Maar in ieder geval, het Sportservice Overijssel, daar hebben wij nog niet van gehoord dat het bureaucratisch is en dat het tot heel veel hinder leidt bij de aanvraag. Wij zijn tevreden over de manier waarop ze werken, dus wij zien ook geen aanleiding om, wat dat betreft, om aanpassingen te gaan doen. Ik denk dat ik maar de vragen volgens mij min of meer één voor één ga doornemen. En daar komen ongetwijfeld een aantal punten misschien meerdere malen terug. Maar dat zeiden we zo. Even kijken, laat ik dan beginnen bij de eerste vraag. 40.000 euro beschikbaar, niet alle kinderen in de kindregeling. Dat was de vraag van gemeente Belangen. Dat klopt inderdaad. Er is geld beschikbaar gesteld, maar het is niet zo dat er in alle situaties gebruik van is gemaakt. We proberen het, zoals is gezegd, wel echt onder de aandacht te brengen, maar uiteindelijk zal er toch een aanvraag gedaan moeten worden. En wat belangrijk is, in Dalfsen kennen we geen uitsluitingscriteria op voorhand. We kijken wel eerst naar de eigen verantwoordelijkheid en de oorzaak van schulden, maar dat heeft nu niks te maken met de kindregeling trouwens. Die kindregeling, daar proberen we juist iedereen bekend te laten maken dat de regeling er is. En we hopen dat we alle obstakels die er misschien lijken te zijn, dat we die hebben weggenomen. Maar meer kan ik daar op dit moment ook niet over zeggen. Ik bedoel, we willen graag dat de gebruik gemaakt kan worden van de regeling als men daarvoor in aanmerking komt. Dus als u suggesties heeft van hoe kan het beter, hoe kunnen we het nog beter onder de aandacht brengen, dan hoor ik dat straks graag. U stelt ook vast dat het verschil tussen het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds, dat er een deelname een groot verschil is. Dat klopt ook. Het Jeugdcultuurfonds wordt nauwelijks gebruik van gemaakt. Haakt u maar even in. Ja, het gaat mij niet om deelname, het gaat om het bedrag. De bijdrage voor het Jeugdsportfonds bekend is 225 euro. En voor het Jeugdcultuurfonds is dat 450 euro per jaar. En daar vroeg ik me af van, waar is dat op gebaseerd? Dus u kunt vaststellen dat ondanks dat de bijdrage hoger is bij het Jeugdcultuurfonds, toch de deelname veel geringer is. En heeft alles te maken van als men een muziekinstrument wil gaan spelen of muziekcursus wil gaan volgen, dat die kosten vaak veel hoger zijn dan bij sportieve aangelegenheden. Een abonnement, een jaarabonnement voor het voetbalcontributie is gewoon veel lager dan als je alles optelt aan kosten bij culturele activiteiten die je wilt ontplooien. Wat zijn ervaringen van de kindercadeaubon? Dus ik ben een paar keer teruggekomen. De ervaringen in het begin waren niet al te positief, maar ik moet wel zeggen de laatste maanden wat dat betreft dat we daar betere geluiden over horen. Dat is ook een van de redenen waarom we zeggen van
die kindercadeaubon, laten we dat nog in ieder geval in 2017 doorzetten. Om nog eens even echt een goed beeld te krijgen van hoe het nou werkt en hoe de ervaringen ook bij de ondernemers zijn. Hoe de ervaringen van de cliënten zelf zijn. Het is eigenlijk nog te vroeg om daarover te oordelen, omdat die eigenlijk pas misschien een jaar in gebruik is. Sociale kernteams, als het gaat om schulden, hebben die voldoende kennis van zaken om in ieder geval te kunnen beoordelen waar er sprake is van bijvoorbeeld armoede. Want het is wel bekend, sociale kernteams, als je kijkt van waar liggen nou de problemen, dan blijkt wel dat in 70% van de gevallen, gevallen waar ze mee te maken hebben, dat 70% gerelateerd kan worden aan armoede. Dus dat is een ontzettend hoog aantal. Nou, die ervaring hebben we in Delfts ook. En het is wel degelijk goed in beeld te brengen bij de sociale kernteams en daar ook wel de maatschappelijk werk in stelling te brengen en de gemeente zelf, de consulenten. Tot nu toe is dat naar onze mening wel voldoende, komt dat tot zijn recht. Dan doet u een voorstel als het gaat om die normen van 110% naar eventueel, als het gaat om kinderen en ouderen, van 110 naar 130% bij te stellen. Ik ben er wel wat voorzichtig mee, omdat je daarmee suggereert als je maar met voldoende middelen over de brug komt, of in ieder geval de drempel verlaagt, dat je daarmee succes gaat bereiken. Maar als we nou eens kijken, wat ligt er nou aan ten grondslag voor armoede, dan is het natuurlijk niet alleen een financieel probleem, maar dan proberen mensen op allerlei manieren te helpen. Al is het met het verlenen van studiehulp, van het aanschaf van schoolbenodigdheden. Het is een integraal probleem, moet je integraal aanpakken. En u suggereert misschien iets te veel dat het iets te makkelijk, dat u wil in ieder geval de drempel verlagen. Dat wilt u daarmee te bereiken, tenminste dat vermoed ik. Nou, dat was de reden waarom ik zei, het kan eigenlijk niet zonder de opinie. Want nu vult u het in en straks zult u horen dat ik eigenlijk hetzelfde ga zeggen als wat u nu zegt. Dus lastig. Ik ben wel blij mee dat we dat betreft eens zijn. Laten we de discussie even de voorzitter voeren. Heel goed. Wie zijn was bij vraag 6, dus we hebben nog even. Kindercadeaubon, algemeen verkrijgbaar. Een voorstel van het CDA. Hoe denkt u daarover? Ik weet eigenlijk niet wat de consequenties zijn daarvan, wat dat allemaal met zich meebrengt. U zegt bij een andere vraag, we moeten niet te veel bureaucratie oproepen. Ik weet niet of, want dit is natuurlijk een heel proces om dit te organiseren, om dit uit te zetten. Van de andere kant is het mijn eer ook te na om te zeggen van een initiatief wat op zich heel goed en positief is, een kindercadeaubon, want daar sta ik volledig achter. Het is me ook mijn eer te na om te zeggen van, nou, die kindercadeaubon die werkt niet en die schaffen we na 2017 maar af. Dus ik wil wel degelijk goed kijken om nog eens even alle mogelijkheden in beeld te brengen van hetgeen wat u voorstelt, of dat toepasbaar en inpasbaar zou kunnen zijn. Maar daar kom ik later ook nog even op, want misschien kan ik het meteen ook wel zeggen, want met name D66 die vroeg zich nog even af. Die extra middelen die vorige week door staatssecretaris mevrouw Kleinsma beschikbaar zijn gesteld. Dat gaat inderdaad om een bedrag van ongeveer 85.000 euro voor onze gemeente. Hoe gaan we die integreren in ons beleid? Dit is allemaal exclusief nog, dus daar moeten we nog plannen voor ontwikkelen. En daar willen we ook bij u terugkomen van hoe we die 85.000 euro nou in gaan zetten. En tegen die tijd dat we dat weten, moet ook duidelijk zijn hoe we met die kindercadeaubon verder omgaan. Dus dat duurt nog wel even een paar maanden, want het is net tot ons. We hebben nog niet eens bevestiging dat we het geld krijgen. We hebben alleen maar vermoeden dat het bedrag het ongeveer zal zijn. Maar we gaan er wel vanuit dat het naar de gemeente komt, in die orde van grootte. Maar wat doen we er dan mee? Ook voor u alle gelegenheid al vanavond om met voorstellen te komen van hoe dat ingezet zou kunnen worden. Maar dan lopen we even op de muziek vooruit. U zegt ook nog met de lokale middenstand, betrekt die er ook bij die kindercadeaubon? Ja, dat is hetgeen wat nu ook gebeurt, maar u wilt dat nog uitbreiden. Nou, gaan we naar kijken. Maken we gebruik van de kinderen zelf, wat die ervan vinden? Daar hebben we wel ideeën. Ja, we weten ongeveer wel hoe ze erover denken. Ze vinden het fantastisch dat ze een cadeau tot hun beschikking hebben. Maar of het ook tot problemen leidt en of het ook stigmatiserend werkt, dat weten we eigenlijk onvoldoende. Dus, maar we hebben wel een beeld ervan, dat zeker. Het coördineren van de banken, dat zegt u van, wordt daar voldoende op ingezet? Nou, we zien in ieder geval goede initiatieven. We hebben nu de armoedebank Dalfsen-Uleuzen, die onlangs nog weer kenbaar hebben gemaakt dat ze veel nader tot elkaar zijn gekomen.
Dus dat is heel erg positief. Ook in ons beleid hebben we juist proberen de banken te verleiden door middels een subsidie te verlenen op de huur die ze hebben, op de panden, speelgoedbank, kledingbank, voedselbank. Ja, we zouden graag willen dat we die nader tot elkaar komen. We hebben toen gezegd van laat ze dat zelf zoveel mogelijk zelf met die plannen komen. En wij proberen ze dan het laatste zetje te geven in positieve zin. Maar tot nu toe is dat niet in alle fronten gelukt en dat blijkt ook best moeilijk te zijn. Maar we zouden het wel op prijs stellen als dat zou gebeuren. Werkt ook voor ons uit praktische overwegingen ook heel prettig. Want dan heb je maar één aanspreekpunt en nu hebben we vaak met verschillende organisaties, met verschillende banken te maken. Waardoor iedere keer het gesprek overnieuw gevoerd moet worden. Ja, we zouden hetgeen waar u voor pleit, staan we volledig achter. JSF, dalende lijn deelnemers, heb ik net al iets over gezegd. Dat blijkt dus wel mee te vallen, die 65, met die laatste cijfers die vandaag ook weer bij de VVD-beantwoording tot stand zijn gekomen. Dan ziet u ook dat het wel meevalt. Vaak te vergeefs aankloppen. Ja, dat vraag ik me af of dat zo gesteld kan worden. Ik denk dat het dus wel meevalt, want in Dalfsen zijn geen uitsluitingscriteria. Maar we gaan wel eerst kijken naar de eigen verantwoordelijkheid en de oorzaken van waarom mensen aankloppen. Dus dat is wel, denk ik, goed dat we dat doen. Ouderenregeling, is dat voldoende bekend? Ja, als je de cijfers ziet, dan denk je van ja, er zouden meer mensen gebruik van kunnen maken. Wil daarmee niet per definitie gezegd zijn dat ze er niet bekend mee zijn. Sommige mensen die hebben misschien op een andere manier een huiver om aan te kloppen. Geen idee wat dat altijd kan zijn. Vergoeding eigen risico. En dan via het collectief contract, dat er ook andere mogelijkheden zijn dan alleen via een collectief contract. Dat doelde u geloof ik op. Ja, er zijn inderdaad andere mogelijkheden. We zouden dat ook op kunnen zetten met een bepaald administratiesysteem bij de gemeente. Maar we hebben hiervoor gekozen met een collectieve contractering. En dat werkt naar onze mening heel goed. En dan stelt u nog enkel geval van ZZP'ers en die naar een gespecialiseerd bureau worden doorverwezen. Waarom zo weinig gebruik van gemaakt wordt? Omdat het simpelweg maatwerk is. En heel vaak is het niet eens noodzakelijk om die mensen door te verwijzen naar een gespecialiseerd bureau. Maar kunnen we het zelfstandig oplossen en is die noodzaak niet aanwezig? Is het rapport bekend? Het rapport waar u op doelde. Ik weet nog steeds niet precies welk rapport het is, want er zijn heel veel rapporten verschenen. Maar welk rapport is dit precies? Misschien kunt u dat nog even toelichten. Mevrouw Schippers. Het rapport heet Armoede in Nederland 2016. Ja, het jaar is nog niet eens om en het rapport is al verschenen. Dus dat is wel heel mooi. Ja. Maar dat zie je. Ik heb het nog niet gelezen. Ik zal hem u mailen. Dank u. Cijfers zijn die ook hetgeen we verwachten volgens het gebruik? Nee, niet altijd. Nee. Soms zien we dat de cijfers waarvan we verwachten dat het aantal mensen gebruik zou kunnen maken, niet altijd voldoet aan de verwachtingen. En de volgende vraag is natuurlijk, hoe komt dat dan? Ja, en dat is volgens mij ook wel de rode draad van alle vragen die u stelt. Van bepaalde regelingen zijn ter beschikking, die worden ter beschikking gesteld, maar die worden niet ten volle benut. Hoe kan dat precies? Wij weten dat ook niet altijd, maar soms hebben gewoon mensen een zekere huiver om zich aan te melden of wat dan ook. Echte reden hebben wij ook nog niet helemaal boven tafel. Ziekte, ik heb een landelijke evaluatie, wet, schuld, hulpverlening. Dus hebben wij gezegd geen sterke aanwijzingen voor verbeteringen. Nee, dat klopt. Omdat er worden 6 punten genoemd en daarvan denken wij dat we bij al die 6 punten daar de nodige aandacht aan besteden. Gemeenten hebben meer grip op de uitvoering, dat denk ik ook dat we dat hebben. Dat is 1 onderdeel. We hebben onze regierol versterkt, maar daarvan kun je ook sterker. Kan dat nog sterker? Ja, dat kan nog sterker. Dus in die zin, het kan sterker, maar het is er wel in een zekere mate vervuld. We gaan integrale werken, daar zijn we ook volop mee bezig. Een pakket van dienstverlening wordt verbreed. Nou, dat is ook heel duidelijk, want het aantal regelingen zijn uitgebreid, enorm zelfs. En meer maatwerk wordt geboden, ook daar voldoen we aan. Maar ook daarvan kun je altijd zeggen van, ja, probeer het nog verder te ontwikkelen. En meer aandacht voor preventie en vroegsignalering proberen we te ontwikkelen. En volgens mij doen we dat ook redelijk. Inkomensnorm
van 110%. Wie zijn er betrokken geweest bij deze groepen? Even kijken. Soms kan ik niet eens meer vervolgen wat ik zelf heb opgeschreven. Dus dat krijg je dan op een gegeven moment. Dus hopelijk komt die vraag nog even aan bod, maar die heb ik dan even gemist. Maar meneer Bolhuis heeft misschien ook nog een aantal zaken die hij voor zijn verantwoording kan nemen. Even kijken, we gaan vrolijk verder met vraag 22. Dat was de vraag van D66, besteedbaar budget, of dat nog steeds open staat. Ja, dat is zeker, die 85.000 waarschijnlijk. En wat gaan we dan ermee doen? Ja, daar heb ik u een antwoord op gegeven. En de VVD stelt de vraag over de reïntegratie. Daarmee, ja, die houdt inderdaad nou verband met de hele schuldenproblematiek. Daar zijn we ons ten volle bewust. En wat dat betreft worden mensen soms op twee vlakken geholpen. En dat is nou juist ook de bedoeling, om ze een extra zetje te geven. Aan de ene kant om ze te activeren, om weer aan het werk te komen. En aan de andere kant hebben ze ook nog financiële ondersteuning als het gaat op dit vlak. Maar ook dat is weer maatwerk. De ene keer gebeurt het niet, de andere keer wel. Afhankelijk van de situatie. En daar kan ik u nu een heel verhaal over gaan ophouden. Maar daar is de tijd ook te kort voor, voorzitter, denk ik. En maken begeleiding en gedragsverandering daar ook onderdeel van uit? Zeker. Dat is heel belangrijk natuurlijk. Want dat proberen we in al die processen te doen. Om mensen in ieder geval op weg te helpen. Zodat ze in de toekomst niet meer in de situatie verzeild raken waarin ze nu verkeren. Waarom is het voor agrarisch verstrekken moeilijk om inderdaad de cijfers boven tafel te krijgen? Nou, uit eigen ervaring weet ik vaak al dat voordat je de cijfers beschikbaar hebt, is het vaak alweer meer dan 8 maanden verder in het jaar. En dat moet wel eerst worden aangetoond. En misschien stellen we ons daar iets te formeel in op. Maar het moet in principe ook op een andere manier kunnen. Maar het is wel zo dat die cijfers vaak later tot onze beschikking komen. En als we toch enig inzicht erin willen hebben, dan duurt dat gewoon even. En dat maakt het moeilijk. En die cijfers die kun je, zeker als het om ondernemers gaat, die zijn er natuurlijk ook een meester in om natuurlijk de fiscale lasten zo laag mogelijk te laten. Dus daar moet je goed naar kijken, laat ik het zo zeggen. Nou, voorzitter, ik wil het hier even bij laten. En dan hoop ik, als u het goed vindt, dat meneer Bolhuis nog eventueel een aantal vragen voor zijn rekening neemt. Of een aantal antwoorden althans. Misschien iets verder op uitweiden, want volgens mij hebt u ze aardig doorgelopen. Dus, ja, maar ik zie ook wel dat er nog 2 of 3 zo half zijn beantwoord. Maar ja. Wie weet. Meneer Bolhuis. Nou, ik zal haast niet weten hoe ik. Nou, precies, een paar misschien. Er is even die. Ik wil toch even voor waken dat die 85.000 euro niet zijn eigen leven gaat leiden. Dat is. Vroeger leidden wij dat altijd af dat als toevoegingen waren aan het gemeentefonds, dat de gemeente Dalfsen ongeveer 1 promiel ontving van het landelijke budget. Maar het is maar heel erg de vraag wat voor verdeelmaatstaven er worden gehanteerd. Het kan best zijn dat ze bij de verdeling veel meer gaan kijken naar sociaal-economische situaties van gemeenten. Dus het zou best kunnen dat het wat lager bedrag is. Officieel horen wij dat bij de zogenaamde december-circulaire. Dan is een paar keer ook naar voren gekomen van een soort veronderstelling, zeg maar, van de grootte van een doelgroep ten opzichte van de praktijk. Afgelopen donderdag was bij de armoedeavond kwam dat ook een beetje naar de orde. Toen de eerste spreker, de heer Schut, ook een aantal sheets en grafieken liet zien. Je kunt natuurlijk theoretisch vanuit cijfers van de CBS bekijken van nou, Dalfsen ziet er ongeveer zo en zo uit. Dus theoretisch zou dit en dat de doelgroep moeten zijn. Maar ja, in de praktijk kunnen er toch vermogensbestanddelen zijn of inkomensdingen die toch wel meewegen in het wel of niet toekennen van een bepaalde aanvraag. En de regeling voor een zieke gehandicapt inderdaad, doel je op de vraag dat die gedaald is? Of? Ja, het kan dus inderdaad zijn, maar dat zijn een beetje communicerende vaten. Als mensen dus aanvullend verzekerd zijn en onder de 130%, dan kunnen ze dus ofwel kiezen om mee te gaan met het Zilveren Kruiscontract, waarbij het eigen risico is meeverzekerd. Ofwel, als mensen zeggen, ja, ik wil toch bij mijn eigen verzekering blijven, om wat voor reden dan ook, dan kunnen ze een beroep doen op een soort bijdrage voor als mensen elders aanvullend zijn verzekerd. Nou, dus als het een wat minder wordt, is het ander waarschijnlijk wat meer. We hebben niet het idee dat mensen zich nog minder aanvullend zijn gaan verzekeren. Alhoewel dat natuurlijk elk jaar wel een vraag wordt, want die premies, dat zult u ook al hebben gemerkt, die stijgen natuurlijk weer behoorlijk. Maar wij kunnen niet echt een daling zien van het totaal aantal mensen dat niet meedoet aan ofwel de ene regeling ofwel de andere regeling. Dat is even wat ik nog.
Dank u wel, meneer Bolhuis, voor deze nadere beantwoording. Ik kijk even de commissie rond. Mevrouw Lasje, u had nog een aanvullende vraag. Ja, geen aanvulling, maar ik had nog geen antwoord gehad. En dat gaat over die regeling chronisch ziek en gehandicapten. Mensen kunnen één keer per jaar dan een tegemoetkoming aanvragen. En volgens mij is dat wat anders dan die regeling ziektekostenverzekering. En mijn vraag ging over die regeling chronisch ziek en gehandicapten. Die kunnen één keer per jaar €380 of zo kunnen ze dan aanvragen. De cijfers staan er wel in, maar mijn vraag was, is dat ook het verwachte gebruik? Mensen moeten het zelf aanvragen. Is het wel voldoende bekend dat mensen dit kunnen aanvragen? Dat was mijn vraag. Meneer Van Mattels. Ja, dan komen we toch weer terecht van, is het voldoende bekend? Ik moet u het antwoord schuldig blijven. Ik weet het ook niet. U bent misschien op zoek naar van, hoe kunnen we de mensen nog beter duidelijk maken dat bepaalde regelingen er zijn? En hoe doen we dat dan? Nou, als u meteen zegt van, nou, denk daar en daar nog eens aan, dan willen we dat graag meenemen. Want die suggesties die zijn voor ons ook welkom. We willen graag regelingen die we inderdaad tot onze beschikking hebben, dat die ook gekend worden bij mensen die ervoor in aanmerking komen. Nog even toevoegen aan die regeling chronisch zieken. Even kijken, die bestaat nu in deze vorm voor het tweede jaar. Het is overgekomen van die landelijke regeling, de WTCG. Die WTCG, ja, dat is een beetje technisch allemaal, maar die had een hele bijzondere doelgroepbepaling, namelijk het medicijngebruik. We hebben dat op een andere manier ingevuld met een aantal andere criteria. Eigen risico moet je volledig hebben verbruikt de afgelopen twee jaar. Je moet een WMO-indicatie hebben. En wat wij wel hebben toegevoegd is een vermogenstoets. Die zat er vroeger niet in. Dus het zou kunnen dat met name om die laatste reden er wat minder aanvragen zijn dan in het verleden de WTCG. Maar aan de andere kant was het ook niet de bedoeling om de complete WTCG weer een en weer over te nemen. Want ja, dan liep je ook weer tegen allerlei problemen op. Dus het is je bent er nu twee jaar mee bezig. Dus het is wel een beetje zoeken naar van, nou hebben we nu de doelgroep te pakken die ja, er eigenlijk ook onder begrepen wordt bij mensen die dus meer kosten hebben als gevolg van hun een aandoening. Dank u wel voor deze aanvulling. Mevrouw Kappert, gemeentebelangen. Ja, we hebben ook nog één vraag openstaan. En die sluit wel een beetje aan bij mijn voorgangster, maar dat gaat dan over het Jeugdcultuurfonds. Ik vraag me af of de zicht op de bekendheid daarvan is. Want het Jeugdsportfonds is inderdaad overal wel bekend. Lees je ook regelmatig in de kranten over. Maar het Jeugdcultuurfonds hebben we toch de indruk dat dat wat achterblijft. Klopt dat? Meneer Van Mattels. Als we het zouden moeten afmeten aan het aantal deelnemers, dan zou ik zeggen ja. En toch weten ze dat inderdaad niet zo goed. We proberen het wel op een aantal manieren aandacht aan te besteden, ook via scholen natuurlijk. Maar ik geef toe van, ja, het zou het mooi zijn als er voor die regeling wat meer gebruik gemaakt zou kunnen worden. Dus ook hier geldt eigenlijk hetzelfde antwoord als bij de vorige vraag. Dank u wel voor deze nadere beantwoording. Ik kijk even aan mijn rechterkant. Mevrouw Schiphorst, CDA. Ja, dank u wel. En ook dank voor de beantwoording van de vele vragen die we hadden. En u gaf aan dat u geen aanleiding zag om de aanvraagwijze voor het Jeugdsportfonds te veranderen, omdat u geen klachten had, misschien. Alleen de klachten komen niet van de mensen die het aanvragen, maar degene die de instanties die voor de personen de aanvraag moeten indienen. En die moeten gegevens van inkomen, persoonlijke gegevens invoeren. En dat voelt niet goed, een school die dat moet doen. En mijn vraag was, of een oproep aan u, om dat te vereenvoudigen. De gegevens zijn hier bekend. Misschien kunnen die richting het Jeugdsportfonds zodra er een aanvraag binnen is. Dat was mijn oproep aan u. En misschien dat u zich daarin kunt verdiepen. Dat hoor ik dan graag van u. En u gaf aan de kindercadeaubond te willen continueren. Nou, dat vinden we sowieso fijn. Het was een mooi initiatief. Het is een mooi initiatief van ons. En dat u nog een paar maanden nodig heeft om te onderzoeken in samenwerking met de middenstand om dat algemeen verkrijgbaar te kunnen laten zijn. We hebben wel een aantal tips. Zullen we die de wethouder meegeven straks? Per mail. Per mail, oh ja, dat is ook wel goed. Overigens, per mail, ik heb u de rapportage al per mail teruggestuurd. En het stimuleren van de banken, de speelgoedbank, de voedselbank en de kledingbanken. Fijn dat u die wilt stimuleren en gewoon in gesprek met de vrijwilligers die daar allemaal heel erg actief in zijn. Uw opinie moet nog komen, mevrouw. Ja, en het ging met name om de huiver die de wethouder kent of de ouderenregeling
voldoende bekend is. U gaf aan, ik weet het niet, ik weet het niet. Maar wat denkt u eraan te gaan doen om het wel voldoende bekend te laten maken? Dat waren nog mijn aanvullende vragen, voorzitter. Meneer Van Martels. Ja, ik weet nog goed dat anderhalf jaar geleden die vraag ook werd gesteld. Hoe zorgt u ervoor dat die regelingen bekend zijn bij alle mogelijke gebruikers? En toen heb ik gezegd van, nou, daar gaan we duidelijke manier uiting aan geven. En ik heb in het begin ook geschetst van, nou, dat we tevreden zijn dat er veel meer regelingen bekend zijn. Tenminste ook gezien de financiële middelen die ter beschikking zijn gesteld. Maar het kan beter en als je het onder de aandacht wil brengen, dan zul je het op frequenter onder de aandacht moeten brengen. En ook misschien via andere kanalen dan dat we nu doen. Niet alleen via de gemeentelijke wegen misschien ook, maar misschien ook nog een paar via andere instanties om zodoende zaken duidelijk te maken. En u vroeg nog, wilt u zich verdiepen om de bureaucratie als voor de aanvraag voor het jeugdsportfonds, om die inderdaad te laten verminderen? Wil ik best naar kijken, maar goed, dat zal ook in samenspraak dan moeten gaan met Sportservice Overijssel. Om te kijken van of we tot verbeteringen kunnen komen. Mag ik daarop reageren, voorzitter? Jazeker. Ja, fijn dat u in ieder geval met het over het jeugdsportfonds in overleg wil gaan. We horen graag wat de bevindingen zijn. En het bekendmaken van die regelingen voor iedereen. Nou, volgens mij zijn alle partijen er hebben op de communicatie gehamerd. Dus daar zullen we straks in onze opinie ook nog wel op terugkomen. Dank u wel. Even kijken, kijk nog even. Nee, verder geen vragen. Dan hebben we de vragenronde heel uitgebreid behandeld. Er zijn heel veel antwoorden gekomen. En misschien moeten we toch eens met elkaar discussiëren of wat een technische vraag is, misschien dat we dan wat korter kunnen krijgen. Maar ik wil overgaan naar de opinierende gedeelte. En ik wil dezelfde volgorde aanhouden. Mevrouw Kappert, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me aan bij de woorden van de heer Wildvank. Er ligt een beleid voor waarvan de gemeente zegt van nou, er is niet veel reden om het te wijzigen of aan te passen. Misschien niet, maar we hebben er nog wel een paar kanttekeningen bij. En daar zal ik dan ook op terugkomen. Op voorhand wil ik wel zeggen dat we blij zijn met deze hele duidelijke rapportage. En dat we er absoluut niet afwijzend tegenover staan. Laat dat duidelijk zijn. Gemeentebelangen vindt het erg belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. En dat iedereen daarin zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. Daar waar dit moeilijk wordt, dient er via maatwerk ondersteuning worden geboden. Ten aanzien van het armoedebeleid zijn er een aantal regelingen die hierin voorzien. Maar de regeling mag geen doel op zich worden. Wij willen insteken op preventie en zouden graag zien dat de doelgroep beter in beeld wordt gebracht in een vroeg stadium. Hier kunnen het consultatiebureau, huisartsen, kinderopvang, woningbouwvereniging en ook de scholen een grote rol spelen waar het gaat om gezinnen met kinderen. De woningbouw ook nog bij de ouderen onder ons. Zij moeten weten wat er aan regelingen mogelijk is en ouders doorverwijzen of het gezin inbrengen in het sociaal kernteam. Voorlichting geven is hierin erg belangrijk. Kinderen en ouderen vormen een kwetsbare groep in onze samenleving als het gaat om armoede. Naar schatting leven er in Dalfsen zo'n 460 kinderen in gezinnen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. En dat zijn de cijfers uit 2015. Uit cijfers van het CBS blijkt, en dat hoorden we net al even voorbij komen naar aanleiding van die armoedeconferentie, de heer Martijn Schut refereerde daaraan, dat 50% van de mensen in Dalfsen die onder, op of net boven de bijstandsnorm leven, bestaat uit gepensioneerden. En ik snap wat de heer Bolhuis zei, dat dat misschien niet helemaal absoluut is, maar dat is wel een grote groep. Dit kunnen mensen zijn met verschillende achtergronden. Denk aan mensen die in een sector hebben gewerkt met een laag inkomen en een slechte pensioensvoorziening. Maar ook zelfstandigen die geen of minimaal pensioen hebben kunnen opbouwen en wat er nog meer is. Wij vinden dat deze groepen extra aandacht behoeven en daartoe rekenen wij iedereen, ook de mensen uit de agrarische sector en de kleine zelfstandigen. Om deze reden stellen wij voor om het ophogen van de norm naar 130% voor de kind- en ouderregelingen. Ik kom daar nog verder op terug. Want voordat mensen aankloppen omdat ze financiële problemen hebben, zijn de schulden vaak al hoog opgelopen. Er heerst nog steeds een groot taboe en mensen zijn te weinig bekend met de preventieve mogelijkheden in een eerder stadium en vinden het moeilijk om aan te kloppen. In de rapportage stelt u dat er geen officieel preventiebeleid ten aanzien van de schuldhulpverlening is vastgesteld, maar dat er wel een groot aantal regelingen is.
U verwijst daarbij ook naar de samenwerkingspartners, zoals bijvoorbeeld de kerken. Het Sociaal Kernteam is daarvoor ingesteld, onder andere. Wij stellen voor om dit vast te leggen als preventiebeleid en het verder uit te werken, want ik denk dat de gemeente Delft al heel veel doet. Het integraal werken is in deze context erg belangrijk. In de rapportage spreekt u van het feit dat schulden een indicatie kunnen zijn voor andere problemen. Zeker. Andersom is het echter ook zo. Het hebben van schulden kan veel consequenties hebben voor het functioneren van mensen. Afgelopen donderdag hoorden we het weer van Martijn Schut op de armoedeconferentie. Het brein van mensen die met schuldenproblemen kampen gaat op slot. Hier is onderzoek naar gedaan. Het IQ daalt zelfs met een aantal punten en mensen zijn niet in staat om goede beslissingen te nemen. Terwijl dat zo nodig is in zo'n situatie. Een vraag naar opvoedingsondersteuning, omdat de kinderen niet te handhaven zijn, kan zomaar veroorzaakt worden door schulden. Wij vinden het belangrijk dat hier oog voor is. Eveneens in de armoedeconferentie hier in het gemeentehuis benadrukte de heer Fokko-Witteveen van Trias hoe belangrijk het is om eerst het gesprek aan te gaan. Stel de ontmoeting centraal. Wij denken dat dit het enige goede uitgangspunt is. Stel de inwoner centraal, kijk breed en integraal naar zijn situatie en stel van daaruit een plan op. Alleen dan krijg je meer inzicht, maar ook de cliënt krijgt meer inzicht. En waar mogelijk geeft de hulpvrager de regie. Op het moment dat de kinderen in het spel zijn, is extra alertheid nodig. We weten allemaal dat liefde en affectie de eerste levensbehoeften zijn van kinderen. Geld voorziet hierin niet. Maar als de ouders niet meer in staat zijn te voorzien in deze eerste levensbehoeften, omdat de geldproblemen zo groot zijn, is het zaak dit als eerste aan te pakken. De druk bij ouders moet worden weggenomen, zodat zij weer ruimte krijgen voor hun gezin. Wellicht is het mogelijk om deze gezinnen te ondersteunen middels een soort maatjesproject, waarbij zij door vrijwillige steungezinnen, mogelijk uit het eigen netwerk, worden bijgestaan. Op deze manier kunnen ouders ontlast worden en hebben kinderen, als het hun ouders even niet lukt, anderen om op terug te vallen. Op deze manier kun je voorkomen dat kinderen achterstanden oplopen. Lijkt ons iets om samen met de welzijnsorganisaties verder te onderzoeken. Onder de inwoners leven veel ideeën over een mogelijke aanpak of voorzieningen. Schakel deze mensen in, ondersteun ze. U beschrijft een aantal samenwerkingspartners, maar vergeet daarbij ook de particuliere initiatieven niet. Ga in gesprek en maak hier gebruik van. De mensen die huiswerkbegeleiding willen bieden aan kinderen die in armoede leven. De kapper die een leuk initiatief heeft en leuk, eigenlijk gaat het verder dan leuk, een heel constructief idee heeft hoe mensen misschien weer een inkomen kunnen genereren. Mensen die de schuldhulpverlening nodig hebben, worden in Dalfsen snel geholpen. We zijn blij om dat te lezen, zelfs binnen 2 weken. Er is echter geen officiële procedure of klantvolgsysteem. En als je dan kijkt naar de landelijke evaluatie, wordt dat toch wel belangrijk geacht. En ook wij achten dit wel wenselijk, zodat we de hulpverlening kunnen monitoren, maar ook professionaliseren. Het mag echter niet zo zijn dat dit vertraging op gaat leveren. Dan schieten we ons doel voorbij. Dan willen we graag aandacht vragen voor de mensen die net buiten de regelingen vallen en daardoor in de problemen dreigen te raken. En we denken hierbij aan het voorbeeld van de bewindvoerder die een cliënt van 21 jaar, inwoner bij de ouders, niet meer kan helpen omdat ze samen onder de kostendelersnorm vallen en de kosten voor bewindvoering niet kunnen betalen, terwijl deze jongen niet in staat is zijn eigen financiën op orde te krijgen. Om te voorkomen dat zo'n situatie uitzichtloos wordt, lijkt het ons wenselijk dat hier coulant mee omgegaan wordt. Kortom, maatwerk en integraal werken. Wellicht is het mogelijk om hiervoor een bedrag te reserveren en dan doel ik op al die mensen die op het randje van die regelingen zitten. En er is ook wel gezegd afgelopen donderdag dat er zeker mogelijkheden zijn en dat mensen aan moeten kloppen. Maar nogmaals, dan moeten mensen dat wel weten. Voorzitter, een heel betoog met daarin een aantal suggesties. Wij horen graag de reactie van de wethouder, maar ook van de andere partijen. En als het gaat om de verordening individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag Dalfsen 2017, die ook voorligt, dan kunnen wij in principe wel meegaan in het intrekken van de verordening 2015 en het vaststellen van de verordening 2017, ook weer mits er voldoende coulance is voor de mensen die net buiten deze regelingen vallen. Zeker als daarmee schuldenproblematiek kan worden voorkomen. Dank u, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Kappert. Mevrouw Schiphorst, CDA. Dank u wel, voorzitter.
Armoede bestrijden, en dat is naar onze mening een van de belangrijkste taken van gemeenten. We worden door de decentralisaties als gemeente steeds meer verantwoordelijk voor zorg en arbeid. CDA-fractie vindt dat de gemeente Dalfsen deze rol actief oppakt en ook de integrale aanpak met de partijen in het veld vindt plaats op een goede manier. Kinderen. Veel kinderen groeien op in relatieve armoede. En de statistieken geven aan 1 op de 8. En dat is voor ons niet acceptabel. Kinderen moeten de kans krijgen zich volledig te ontplooien en volop mee te doen aan de maatschappij. Zonder mitsen, zonder maren. Iedereen heeft recht op onderwijs, op goed onderwijs. En scholen voeren de kosten voor kinderen steeds verder op. Kosten voor schoolreisjes, laptops en andere bijdragen. Ze groeien en ze groeien. Maatschappelijke initiatieven als Stichting Leergeld, Nationaal Fonds Kinderhulp, Jeugdsportfonds, Stichting Jarige Job en het Jeugdcultuurfonds moeten daarom ook bekend zijn. En ook bij de scholen. En misschien dat u daar nog aandacht voor kunt vragen, bij de scholen. En u gaf aan een suggestie, we zeiden voor het Jeugdcultuurfonds, mevrouw Kappert die refereerde eraan, misschien dat u daar ook ambassadeurs voor kunt aanstellen, zoals ook bij het Jeugdsportfonds. Misschien dat dat zou kunnen helpen. Dat hebben we trouwens wel gedaan, voorzitter. Die zijn er. Die zijn er. Ja. Nou, misschien dat die nog wat meer aangejaagd kunnen worden. Zijn wij het? Nee. Dan over werk. Betaald werk is volgens ons nog steeds de beste manier om volwaardig aan de maatschappij te kunnen deelnemen. En voor mensen die niet of niet meer kunnen werken, moeten er goede voorzieningen zijn. Werken is een wezenlijk aspect van wie we zijn, hoe we samenwerken en hoe we in de samenleving tot ons recht komen. We kijken mee met de behoeften van een klant en bieden hulp waar nodig. Maatwerk dus. Armoede is niet alleen een geldprobleem. Er zijn maatregelen nodig rondom zorg, schulden, wonen, werken, participatie. Ik heb het al eerder gehoord vanavond. En niet alleen uitgaan van de vraag waar iemand recht op heeft, maar vooral van de vraag wat iemand nodig heeft om weer zelf de draad op te kunnen pakken. Mensen die afhankelijk zijn van een uitkering hebben daar niet voor gekozen en hoeven zich zeker daarvoor niet te schamen. Wij zijn ervan overtuigd dat het grootste deel zijn of haar best doet om zo snel mogelijk uit die situatie te komen. En dan helpt het niet wanneer mensen zich veroordeeld of afhankelijk gaan voelen. Daarom hoort bij een uitkering ook een menselijke benadering. Ruimte en aandacht voor maatwerk en geef snel hulp die nodig is. Met respect. Kijk naar de mens. Ga naar de mens, dat hebben we donderdag ook gehoord. En dan minder op de regels. En we kunnen niet voorkomen dat mensen in schulden raken. Maar we kunnen wel helpen voorkomen dat schulden onbeheersbaar worden. Mensen die op de armoedegrens leven, hebben vaak meerdere problemen. En dat kan door signaleren in een vroeg stadium en via de verschillende wegen. We denken aan communicatie en het herkennen van signalen. Het werd al eerder genoemd. Huurschulden, we kunnen ze helemaal niet, zijn helaas niet helemaal te voorkomen. Maar door snel te reageren kunnen problemen wel kleiner gehouden worden en huisuitzettingen worden voorkomen. Armoedebeleid is voor ons dus meer dan het verstrekken van een uitkering alleen. Preventie, praktische hulp op maat, dat is voor het CDA heel belangrijk. En dan over de kleine zelfstandigen, ZZP'ers en wat te denken van de agrariërs. De varkenshouders, rundveehouders, die kennen zulke lage opbrengsten dat het water hen aan de lippen staat. En ik ken situaties dat het boven de lippen staat. Er is wel eigen vermogen, sorry, maar dat is op papier. En daar eet je geen brood van. Het is goed te horen dat onze vraag om aandacht voor kinderen van deze groep een opvolging heeft. Want deze groep valt ook onder de doelgroep van de regelingen. De berekeningen en het vaststellen van het inkomen is ingewikkelder. Fijn dat er in de praktijk soepel mee omgegaan wordt. En we zien ook uit naar de bijeenkomst dat in samenwerking met Stimuland en LTO Nederland wordt gekeken naar deze doelgroep. Zodat die ook daar bekend gemaakt worden. We moeten proberen zoveel mogelijk mensen die hulp nodig hebben te bereiken. En dat bereik is nu nog vaak onvoldoende naar onze mening. En dat kan komen door niet weten of door schaamte. Maar maak daarom gebruik van alle ogen en oren in de sociale kernteams, in de wijken, in de kernen, met alle organisaties, instellingen, scholen, kerken, cultuurhuizen. Ze zijn geen verlengstuk van de overheid, maar de samenwerking is essentieel. En communicatie,
Het is belangrijk. En niet iedere burger is digitaal handig. Hou daar rekening mee en vraag niet telkens om dezelfde informatie. Wij vragen ons af of één contactpersoon mogelijk is die de burger begeleidt en ook helpt om intern de verschillende afdelingen te bereiken. We steunen maatschappelijke initiatieven, waaronder de voedselbank, de kledingbank, speelgoedbank. En we hebben ook andere initiatieven gehoord. Dit kunnen we doen door subsidie te geven, maar ook door te zorgen voor huisvesting of praktische hulp. We willen u vragen om een positieve grondhouding. En onze oproep is, denk mee, wees flexibel, denk in mogelijkheden. En een snelle reactie is wel heel fijn. Nogmaals, voorzitter, samengevat, we zijn blij dat het armoedebeleid in Dalfsen actief en integraal is opgepakt. Betaald werk is voor ons nog steeds de beste manier om volwaardig aan de maatschappij te kunnen deelnemen. En voor mensen die niet meer kunnen werken, moeten de goede voorzieningen zijn. Kinderen moeten de kans krijgen zich volledig te ontplooien en volop mee te doen aan de maatschappij. Zonder mitsen, zonder maren. Aandacht voor gezinnen van de kleine zelfstandigen, ZZP'ers en agrariërs is een bittere noodzaak. We willen u vragen te denken in de kansen en mogelijkheden bij initiatieven die zich aandienen. Bereik zoveel mogelijk mensen die hulp nodig hebben. Communicatie en samenwerking met de ogen en oren in de samenleving is van blijvend groot belang. Het is gewoon keihard nodig. En uitgangspunt is vooral de vraag wat iemand nodig heeft om zelf de draad weer op te kunnen pakken. Met respect, preventie en maatwerk. En minder bureaucratie, ook dat dus. Dan wil ik nog richting gemeentebelangen reageren over de vraag om, wat ik goed begrepen heb, u wilt graag onderzoeken wat het verschil in doelgroep is tussen 110% en 130%. Nee. Kunt u nog iets beter uitleggen wat u wilt vragen? Mevrouw Kappert. Dank u, voorzitter. Nee, het idee is om de regeling op te trekken, want die zit nu op 110% van de bijstandsnorm, de kindregeling zowel als de ouderenregeling, om deze op te trekken naar 130%, dat is het voorstel, of op zijn minst te laten doorrekenen wat de effecten zouden kunnen zijn. Nou, op zijn minst doorrekenen. Sorry? Op zijn minst doorrekenen wat de effecten zijn, daar kan ik van harte bij aanstaan, om gelijk op te trekken. Ik weet niet wat het doet in financiële zin en of we daar het budget voor hebben, maar dat kan ik van harte ondersteunen. En nou, dat waren wel onze reacties. Dank u wel, mevrouw Schiphorst. Dan ga ik naar mevrouw Lasje van de ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Onze dank voor deze evaluatie. Er is om gevraagd door de Raad en dat geeft een mooi beeld van. Zo kunnen we mooi het beleid volgen. Onze opinie. Deze zomer zagen wij het Pauperparadijs. Een prachtige en tegelijk schijnend theatervoorstelling, opgevoerd op de binnenplaats van Veenhuizen. Eeuwenlang waren arme mensen aangewezen op liefdadigheid en op de harde hand van de burgerlijke armenzorg. Discipline, heropvoeding en arbeidsdwang vond men het meest probate middel tegen armoede. Vandaar het ontstaan van pauperkoloniën. De Algemene Bijstandswet van 1963 bracht daar verandering in. Is daarmee armoede verdwenen? Nee, helaas niet. Armoede neemt zelfs toe. En het is ook breder dan gebrek aan geld. Het heeft alles te maken met het niet mee kunnen doen in de samenleving. Dalfsen is actief. Het kent goede regelingen en armoedebeleid heeft echt het aandacht. En het is ook goed om te zien dat er zoveel organisaties en verenigingen zijn die zich actief inzetten op dit gebied. Voedsel, speelgoed, kledingbanken, kerken, humanitas, schuldhulpmaatjes. En het is fijn dat ze elkaar steeds beter weten te vinden. Tegelijk is dat geen reden om tevreden achterover te leunen. Daarvoor heeft armoede te grote gevolgen voor de groep die het betreft. En zeker voor de kinderen. Opgroeien in armoede zet kinderen op achterstand op veel gebieden. En dat is bijna niet in te halen. Van de mensen die afglijden in armoede lukt het 60% om daar binnen een jaar uit te komen. 20% lukt het in het tweede jaar. En vanaf 3 jaar wordt armoede bijna structureel. Daar maken we ons als ChristenUnie zorgen over. En daarom de volgende 6 aandachtspunten. En daarin komen ook een aantal punten van CDA en gemeentebelangen terug. Het eerste punt, het is wel vaker genoemd, preventie en vroegsignalering. Schakel alles en iedereen in. De drempel om hulp te vragen is hoog. Zoek de plaatsen waar armoede gesignaleerd kan worden. Consultatiebureaus, huisartsen, scholen. En let ook op de signalen van stille armoede, onder groepen waar je geen armoede verwacht en die vaak buiten alle regelingen vallen. Let op de ouderen, de ZZP'ers. Armoede kan iedereen overkomen. Het tweede punt. Eerst hulp en dan een plan.
Er is een tendens om bij alle problemen de mensen eerst zelf een plan te laten maken. We hoorden dat ook vorige week. Het doel, mensen zelf verantwoordelijk maken, is goed. Maar mensen die elke dag bezig zijn met overleven, die vol zorgen zitten, die niet weten hoe ze het eind van de maand moeten halen en die al zoveel hebben ingeleverd, die hebben geen ruimte om voor alles zelf een plan te maken. Een plan om werkfit te worden, een plan om uit de schulden te komen, een plan voor de kindregelingen. Zoals de directeur van Trias aangaf, zet in op eerst de stress weg en de rust brengen. En als die rust er is, dan komt er ruimte om plannen te maken. Het derde punt. Goed armoedebeleid is maatwerk. Dat vraagt een soepele toepassing van de regels en dat vraagt lef. Lef om te kijken naar wat er wel kan. En bij maatwerk hoort goede samenwerking. Voorkom dat mensen steeds hetzelfde verhaal moeten vertellen en steeds opnieuw formulieren moeten invullen. Werk snel, laat schulden niet verder oplopen. Schakel als het kan zo snel mogelijk een schuldhulpmaatje in. Het vierde punt. Aandacht voor kinderen in armoede, speciaal voor kinderen die al langer in armoede leven. Laat dat speerpunt van beleid zijn, zeker nu er extra geld komt. Het vijfde punt, de schuldhulpverlening. Volgens de landelijke evaluatie is hier nog wel wat te winnen in preventie, toegang en innovatie. We gaan ervan uit dat Dalfsen met de nieuwe wetgeving die op 1 januari ingaat, de knelpunten snel aanpakt. En het laatste punt, het is ook al gezegd en wij komen er vaak mee, communicatie. Is ondersteuning goed te vinden? Zijn formulieren begrijpelijk? Zijn regelingen genoeg bekend? Niet iedereen, en zeker niet in deze groep, is computervaardig. Voorzitter, bovenstaande punten vragen wat ons betreft niet overal om nieuw beleid, maar wel om een aanscherping van het huidige beleid en van de werkwijze. En we horen graag een reactie van de wethouder. De nieuwe verordening is prima, daar kunnen we mee instemmen. En dan kom ik toch weer terug bij het pauperparadijs. De voorstellingen waren deze zomer zo uitverkocht. En als de plannen doorgaan, wordt dit bijzondere theaterstuk volgend zomer opnieuw opgevoerd. En ik kan het iedereen aanraden daar naartoe te gaan. Om de bijzondere voorstelling, maar ook om het thema. Het schuurt en het raakt je. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Lasje. Meneer Wildfunk, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Ja, we lopen inderdaad het risico natuurlijk dat we her en der in herhaling gaan vallen. Dus ik ga proberen het wat compact te houden. Het college stelt voor om het beleid niet aan te passen. In Dalfsen is het voldoende op orde. Beleidsmatig klopt dat. We hebben veel goede intenties opgeschreven, maar in de uitvoering wordt een hele grote groep niet bereikt. En dat maakt dat we hier niet tevreden over kunnen zijn. Maar het vergt ook meer inzet vanuit de gemeente. En we begrijpen daarnaast ook heel goed dat er een bepaalde groep is die zegt, wij willen niet bereikt worden op dit onderwerp. Dat snappen we heel goed. Maar de groep die nu bereikt wordt is te klein. En we stellen dan nu voor om het beleid met name te richten op kinderen. Een kind kan er nou een keer niks aan doen die opgroeit in armoede. En kinderen die niet mee kunnen doen, die dreigen maatschappelijk uitgesloten te raken. En dat kost uiteindelijk de samenleving nog veel meer geld. Dus wij willen erg oproepen om te richten op kinderen en onderuitputting tegen te gaan. En kies dus voor een brede doelgroep. Niet alleen bijstandsgezinnen, maar ook kinderen van ouders in schuldhulpverlening, zelfstandig ondernemers die in de problemen zitten, of alleenstaande ouders met een inkomen onder de 130% van het minimum. Kortom, gezinnen die niet altijd op het netvlies van de gemeente staan. Ja, en dan reageer ik maar gelijk even op de oproep van gemeentebelang op dat punt van die 130%. Dat werd ook de andere al even genoemd. In eerste instantie brengt de doelgroep tijdig in beeld, zet in op preventie. Graag helemaal mee eens met mevrouw Kappert. Maar ze zetten me vervolgens twee keer op het verkeerde been. Want in eerste instantie begon ze met de vraag over de 130%. Ik dacht van, hé, prima. Dat is ook precies het voorstel wat we al eerder een keer gedaan hebben. Dat is mooi dat daar nu kennelijk steun voor ontstaat. Alleen in uw reactie op het antwoord van de wethouder dacht ik even, oh wacht even, dit gaat de verkeerde kant op. Maar uiteindelijk is het toch wel degelijk uw vraag nu om die, voor kinderen althans, de ondergrens op 130% te zetten. Helemaal mee eens. Blij dat u ons eindelijk steunt in dit idee. Ik steun ook de oproep van mevrouw Lasje. Eerste hulp. Dan een plan, rust in de tent en dan aan het werk. Helemaal eens. Voor het overige zorgen, zouden we willen zeggen van zorg voor een goede toegankelijke informatievoorziening, is al meerdere al gezegd. En stimuleer, ondersteun concrete initiatieven die er zijn. Speelgoed, kleding, voedselbank. Ik sluit me graag aan bij wat daar door anderen ook al over gezegd is. Voor het overige, ja, met de kanttekeningen die we bij maken, kunnen we de nota wel steunen. Maar of dat nou zomaar doorgaat, dat laat ik even aan de voorzitter. Die zal er vast een wijs oordeel over vellen. Ik ga mijn best doen, meneer Wildfunk. Meneer De Graaf, D66. Ja, dank u wel, voorzitter. Het
Tijdens de werkconferentie afgelopen week werd ik getroffen door de opmerking dat geen ouder en geen kind droomt van een leven in armoede. Wij hebben de mogelijkheid deze bange droom geen werkelijkheid te laten zijn. Eveneens tijdens de werkconferentie zijn de aanbevelingen van de Nationale Kinderombudsman genoemd. Ik citeer twee. Het is van groot belang dat de gemeente een armoedebeleid ontwikkelen dat specifiek gericht is op kinderen, gezien het feit dat 1 op de 9 kinderen in armoede leeft. Gemeenten worden aanbevolen een kindpakket samen te stellen waarvan de onderdelen rechtstreeks ten goede komen aan kinderen. Dit pakket geldt voor kinderen in een huishouden met een besteedbaar inkomen onder de norm van 120% van het sociaal minimum. En onlangs heeft de staatssecretaris deze aanbeveling ook bevestigd. We hoorden het van de wethouder. In het beleidsplan 2015 hebben we vastgesteld dat stille armoede onder kinderen onwenselijk is en een rem kan zijn op de ontwikkeling van het kind tot een volwaardig participerend lid van de samenleving. De huidige kindregeling richt zich op het ondersteunen in algemene uitgaven, cadeaubonnen, contributie van de sportvereniging. En in de evaluatie stelt het college zichzelf de vraag of deze vorm van verstrekking een meerwaarde heeft. Kennelijk twijfelt de wethouder hier net zo over als wij dat doen. En dat biedt een kans om er een belangrijke dimensie aan toe te voegen. Voorzitter, in de aangehouden motie van D66 is al betoogd wat onze insteek is. Door vroegtijdig te investeren in de emotionele en cognitieve ontwikkeling leren kinderen om informatie uit hun omgeving te verwerken, op te slaan en om deze verworven vaardigheden en kennis op een later tijdstip weer te kunnen gebruiken of toe te passen. In de nota visie op de jeugdhulpverlening wordt dit argument nog eens onderstreept. Veiligheid is een basiskwaliteit voor een gezonde ontwikkeling op opvoeding. Helaas is dat niet altijd en overal gegarandeerd. De transformatie vraagt van de gemeente dat dit aspect specifiek aandacht krijgt. Zo valt het te lezen. Onze motie spreekt zich uit over het belang dat we hechten aan het specifiek benoemen van de zeer jonge kinderen als een primaire doelgroep. Wij vragen het college het armoedebeleid zo te wijzigen dat daarmee specifiek aandacht gegeven kan worden aan de vroegsignalering middels consultatiebureaus, sociale wijkteams, preventie, het is al genoemd. De beleidsvorming voor onder meer de begeleiding van ouders in de opvoeding, inzet van gastoudergezinnen, speciaal taalonderwijs en goede voorschoolse opvang. Extra middelen te reserveren voor de komende jaren komend uit het beschikbaar budget voor de kindregeling boven de al bestaande uitgaven. En tenslotte verzoeken wij het college de inkomensnorm voor gezinnen met zeer jonge kinderen die vallen binnen de benoemde doelgroep op te hogen naar tenminste 120%, voor Kappert sprak al over 130. Met dit pleidooi voeg ik me naar het advies van de kinderombudsman en het advies van de voormalige WMO-raad in 2015. Ik sluit me aan bij het betoog van mevrouw Kappert en ik vraag de wethouder hierop te reageren. Dank u wel. Dank u wel, meneer de Graaf. Meneer Veldhuis, de VVD. Dank u, voorzitter. Ja, voor ons geldt van, we hebben deze rapportage en de verordening hebben we gelezen, hebben we ook vastgesteld voor onszelf en ook naar tevredenheid vastgesteld. We denken dat we een aantal goede regelingen hebben die goed ondersteuning kunnen bieden bij armoedebestrijding op zich. Maar we zien ook wel in dat dit geen doel op zich mag zijn. Ook voor ons geldt dat de beste bestrijding van armoede is wat ons betreft werk. Bij armoedebestrijding is er vaak sprake van maatwerk. Dat moeten we ook zo houden. En we denken ook dat de regelingen die we hier nu, waar we nu verslag van krijgen, dat die ook ondersteunen daarbij. Ook voor ons zijn kinderen bij armoede een doelgroep op zich. We vinden het van groot belang dat deze groep een speciale aandacht krijgt. Wij verwijzen hierna ook graag naar de motie die D66 heeft aangehouden de vorige keer. En waarvan wij ook, die wij ook van ganse harte ondersteunen. Voor ons geldt hierbij wel dat we de wethouder willen vragen van welke kosten hiermee gemoeid zijn om het niet
dat het niet onbeheersbaar gaat worden. Voor ons geldt nog één heel belangrijk punt. Dat is de bestrijding van schuldhulpverlening. Of van de schulden, sorry. De begeleiding en gedragsverandering die hier aan de grondslag ligt, die is randvoorwaardelijk om financiële hulpverlening te krijgen. Financiële hulp zonder deze begeleiding zal naar ons idee onherroepelijk leiden tot nieuwe schuldproblemen. En we vragen het college hier dan ook goed op te blijven zitten. Dit zal naar ons idee leiden tot minder schuldhulpverlening. Tot zover onze inbreng. Dank u wel, meneer Veldhuis. Hoe moet ik dat samenvatten? Ik kan het college het woord geven op dit moment. Ik heb van het college al, van meneer Vermattels al een aantal toezeggingen gehoord wat betreft de subsidie van 85.000, dat werd later weer wat teruggefloten door de heer Bolhuis, omdat er in december, in het decembercirculaire wat meer duidelijkheid over komt. Meneer Vermattels heeft toegezegd in overleg te gaan met het Jeugdsportfonds om de bureaucratie wat in te perken. Voor de rest heeft de commissie het over veel over de kinderen gehad, preventie, maatwerk, communicatie. Maar ze hebben eigenlijk heel veel aanbevelingen gedaan van dit stuk richting het college. En om u daar nu op te laten antwoorden is mij denk ik wat kort door de bocht. Ik stel voor dat u de komende week tot de raadsvergadering gebruikt om dit te inventariseren en ons een wat op papier te zetten of een hele goede beantwoording van al die voorstellen te doen, zodat we daar op kunnen reageren. En de verschillende partijen hebben hun opinie al gegeven en het ligt er allemaal heel na aan het hart. Ik denk dat ze het ook allemaal goed gedaan hebben, maar dan verzoek ik wel de verschillende partijen hun opinie voor de opinie te laten zoals die nu is. En dan te reageren op het voorstel wat u volgende week mee in de raadsvergadering komt. En zo wil ik het stuk eigenlijk verder brengen in de hiërarchie van, van onze gemeente. Kunt u daarmee instemmen, wethouder? Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben wat dat betreft blij dat u met dit voorstel komt. Want met dit voorstel had ik zelf ook willen komen. Ik dacht van, geef ons even de tijd om met een reactie te komen, om een goede onderbouwing van de cijfers ook, die mogelijk de consequenties zijn met de voorstellen die ik zo links en rechts gehoord heb. Dus dat moeten we goed in beeld brengen. Voor de rest waren heel veel vragen en mogelijkerwijs nog meer suggesties. En daar ben ik u op zich heel dankbaar voor. Dus u toont inderdaad aan dat de betrokkenheid groot is op dit onderwerp. En duurzaamheid is vanavond het thema. Blij dat nu voor de pauze het sociale duurzaamheid aan bod is gekomen. We kunnen misschien na de pauze over andere onderwerpen praten. Maar ik kom terug op de suggestie die u gedaan heeft. Dank u wel, meneer Vermattels, voor de nadere uitleg. En maar meneer De Graaf, u wou nog even reageren. Meneer voorzitter, voordat u afsluit, misschien nog een reactie ten aanzien van onze aangehouden motie. Ik denk dat het goed is dat we hem nog steeds aanhouden tot aan de raadsvergadering, in afwachting van wat de wethouder met inhoud daarvan doet in de uiteindelijke beleidsnotitie. Ja? Akkoord, want u kunt hem hier ook niet wijzigen, dus dan blijft hij op de raadsvergadering staan. Het sociaal domein is nog niet afgelopen, dus we hebben nog geen pauze. We gaan nog even door, want bij deze sluit ik dit agenda en gaan we verder met punt 5 van de agenda, regionale samenwerking jeugdhulp. En daarna beloof ik u een kopje koffie of een bakje thee, voordat we met de duurzaamheid verder gaan. De regionale punt 5. Eind 2013 heeft de Raad ingestemd met het regionaal transitieadressement voor de jeugdzorg, waarin de regionale afspraken zijn vastgelegd. Daarnaast is een gemeenschappelijke regeling opgericht. Beide hebben een looptijd tot eind van dit jaar, dus 2016. De Raad is aan zet om zich uit te spreken over het vervolg. Ik wil dit ook in twee ronden
gaan behandelen. Eerst vraagstelling en dan een opinie. En wie mag ik in de vraagstelling het eerste het woord geven? Mevrouw Lasje. Dank u, voorzitter. Ik heb drie vragen, zijn niet zoveel. Het eerste is, een van de uitgangspunten is de keuzevrijheid wat betreft aanbieders en begeleidingstraject. En is dat straks lokaal haalbaar in een kleinere gemeente als Dalfsen? De tweede vraag gaat over die nieuwe rol die gemeentes moeten gaan vervullen. Hoe pakt Dalfsen dat op en hoe ver zijn we al richting 2020? De tweede vraag die gaat over de nieuwe rol van de gemeentes. Er wordt een stuk gesproken over de nieuwe rol die de gemeentes moeten oppakken. Hoe doet Dalfsen dit? En hoe ver zijn we al op weg naar 2020? Moeten worden bijgezet? Wat moeten we nog meer doen? De derde vraag gaat over de participatieraad. Of de participatieraad ook gehoord is in deze of een advies heeft uitgebracht. Dat waren de drie vragen, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Lasje. Mevrouw Ramerman, CDA. Dank u wel, voorzitter. In het document lezen we dat factorering in eigen beheer, dat veel gemeenten overwegen dit in eigen beheer te gaan doen. Dat daarom ook gekozen wordt voor een verlenging met 1 jaar. Wat overweegt de gemeente Dalfsen hierin? Kan de wethouder dit toelichten? En bij het opstellen van de stukken is de visie ook toegezonden aan de participatieraad. Ik zie nog geen reactie op het raadsinformatiesysteem. Kan de wethouder ons informeren over de bevindingen van de participatieraad? Dank u wel, mevrouw Ramerman. Meneer De Graaf, D66. Voorzitter, in het verlengde van de eerste vraag over het eventueel zelf uitvoeren van de afhandeling van factureren en bekostiging. Kan de wethouder argumenten noemen waarom zelf doen de voorkeur zou hebben? En in het verlengde van deze vraag, indien enkele van de 11 gemeenten besluiten om dit onderdeel zelf uit te voeren, wat is dan de consequentie voor de gemeenten die dit collectief blijven doen? Dank u wel, meneer De Graaf. Ik kijk even verder. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. We hebben een paar vragen. We hebben er kennis genomen van het stuk, maar wat wij lastig vinden is dat we niet goed terug zien komen hoe het nu gaat met de jeugdzorg. Heeft de regionale samenwerking voldoende resultaat opgeleverd? En we vinden het lastig om een goed beeld hierover te vormen, omdat onderliggende cijfers ontbreken. Komen deze nog? Daarnaast hebben we ook nog een aantal andere vragen. Kan de wethouder aangeven hoe groot het probleem is in de regio en hoe groot is het probleem in Dalfsen? En hoe doen we dan als gemeente? En waarop baseren we ons dan? Welke cijfers? En even kijken. Tot slot nog één vraag over hoeveel jongeren gaat het in het samenwerkingsverband en zijn die cijfers over bekend? Dank u wel, meneer Veldhuis. Even kijken, nog verder geen vragen meer. Wethouder, aan u het woord. Ja, slechts 9 vragen, dus dat moet relatief gelukkig, hè? Sneller kunnen dan zojuist. De participatieraad, is die ook gekend in deze? Die vraag die kwam meerdere malen terug. Die is wel degelijk gekend in het voortraject, maar die heeft geen oordeel uitgesproken over hetgeen wat nu voor ligt. Het bleek wel in het voortraject dat men op dezelfde lijn zat als de gemeente. En men zal ook heel duidelijk betrokken worden bij de uitwerking. Maar inderdaad geen advies over dit voorstel. Dat had ook meer te maken met, ik heb me laten vertellen met de tijdspanne die ertussen zat, tussen hetgeen wat in het voortraject is besproken en hetgeen nu voor ligt. De BVO in eigen beheer. Nou, dat streven wij in ieder geval als in de gemeente Dalfsen zeker niet na. Er zijn 2 gemeenten volgens mij die hebben uitgesproken dat ze dat overwegen. Dat heeft dan ook te maken met het informatiesysteem. Die werken niet volgens het topregistratiesysteem. Dat doen alle andere gemeenten wel. En ja, welke consequenties zal het hebben als 1 of 2 of mogelijkerwijs misschien 3 gemeenten zouden afhaken binnen de BVO? Dan denk ik nog steeds dat het heel goed mogelijk is om een BVO in de benen te houden. Want dat heeft toch wel heel veel voordelen om met een BVO te werken. Want het gaat natuurlijk om dat. Het is gewoon delen van kennis en ervaring als je werkt met de bedrijfsvoeringsorganisatie. En inkoop vraagt specialistische kennis en deskundigheid.
En nog een aantal argumenten zijn te noemen waarom het gewoon van belang is om die bedrijfsvoeringsorganisatie in deze regio overeind te houden. Dus van ons zal nooit het voorstel komen om daar op eventueel op eigen manier invulling aan te gaan geven. Dus dat willen we absoluut niet. En er zijn ook geen signalen dat dat gaat plaatsvinden, omdat het aantal gemeenten dat alleen maar gezegd heeft van mogelijkerwijs is dus zeer gering. Dus facturering en bekosting gaan we niet zelf doen. De nieuwe rol, hoe doen we dit? Dat werd ook gevraagd. Het heeft ook te maken misschien met een heel andere discussie die je moet gaan voeren. Van hoe gaat het nou met de jeugdzorg? Het VVD die vroeg dat ook. Maar volgens mij gaat het een beetje buiten de orde van deze discussie. Hier wordt gevraagd van of u in kunt stemmen met het regionale visie op jeugdzorg. Ik zou best een antwoord kunnen geven hoe gaat het nu met de jeugdzorg en hoe doen we het. Want ik heb de indruk dat we het op een manier doen die in ieder geval ervoor gezorgd heeft dat de zorgcontinuïteit is gewaarborgd de afgelopen anderhalf jaar. En dat we ook stappen maken in de transformatie, maar dat het nog lang niet zijn zoals we zouden willen. Hoe groot is het probleem in de regio? Zijn de aantallen bekend? Is allemaal bekend, maar dat gaat even buiten de orde van deze discussie, denk ik. Maar die zijn zeker bekend, uiteraard. We weten ook precies over welke middelen we het hebben. Uiteindelijk is het zo dat we het voor de komende jaar voor 106 miljoen euro, 106 miljoen, als u voorstelt waar het over gaat, 11 gemeenten 106 miljoen euro tot hun beschikking. En het blijkt dat we daar niet meer uit de voeten kunnen in deze regio. Er zijn ook regio's waar dat wel lukt. Ja, je weet nooit wat daar de reden precies van is, maar het heeft allemaal te maken natuurlijk met het vaststellen van een bepaald bedrag. En in deze regio was het oorspronkelijk 130 miljoen. We hebben behoorlijk kunnen bezuinigen, maar niet in die mate dat we nu zeggen van we kunnen met het geld wat ons ter beschikking staat uit de voeten. Daar moet nog wat geld bij. Wat we ten alle tijde willen voorkomen is wachtlijsten. Dus als er een wachtlijst dreigt te ontstaan, dan gaan we met de zorgaanbieders in gesprek om te kijken van wat is de noodzaak om nu cliënten te behandelen, of kunt u heel goed doorverwijzen naar zorgaanbieders die bijvoorbeeld nog onder hun budget zitten. Dat wil ik daarover zeggen. En aanbieders en begeleiding haalbaar. Ik snap niet helemaal goed wat u daar met die vraag voor had, mevrouw Lasje. Misschien kunt u dat nog even toelichten. Mevrouw Lasje. Ja, dank u voorzitter. Nou, een van de uitgangspunten die hierin neergezet wordt voor deze visie is de keuzevrijheid betreft aanbieders. Wat betreft aanbieders en begeleidingstraject. Ouders houden die keuzevrijheid. Dat is een heel belangrijk uitgangspunt. Mijn vraag is dan, is dat haalbaar in een kleinere gemeente als Dalfsen om die keuzevrijheid te blijven garanderen? Dat was mijn vraag. Ja, gelukkig kan ik die positief beantwoorden. Zeker haalbaar in deze gemeente, want natuurlijk het gaat ook dat er zijn uiteindelijk 230 aanbieders. Hè? En dat betekent ook dat alle mensen die in Dalfsen wat dat betreft in aanraking komen met een zorgaanbieder, dat die ook de mogelijkheid hebben om van de verschillende zorgaanbieders gebruik te maken. Soms is het wel eens mis, inderdaad zoals ik zei, van dreigt er een wachtlijst te ontstaan. Dan hebben de zorgaanbieders eigenlijk de verplichting om door te verwijzen naar een andere partij. Maar als cliënten, als ouders er echt op staan dat ze willen worden geholpen door een bepaalde zorgorganisatie van hun keus, dan is dat nog steeds mogelijk. Dus dat is ook in Dalfsen heel goed mogelijk. Dus binnen die regionale context is er wat dat betreft voldoende bewegingsruimte. Dank u wel, meneer Van Matas, voor deze beantwoording. Ik kijk even rond en dan concludeer ik dat we naar de opinie kunnen. En mevrouw Lasje? We hebben het snel vanavond, voorzitter. Dank u wel. Voor ons ligt de regionale visie jeugdhulp. In de aanloop naar deze visie zijn er meerdere bijeenkomsten georganiseerd. Onder andere voor raadsleden, om hen te informeren en mee te nemen bij de verdere visievorming. En we pleiten ervoor om deze bijeenkomsten te blijven organiseren. Ze waren zeer waardevol. En dan niet alleen voor raadsleden, maar ook voor andere betrokkenen, cliënten, zorgaanbieders. Onze fractie onderschrijft de uitgangspunten van deze visie. En die zijn dan het versterken van lokaal maatwerk, lokale verantwoordelijkheid. Samen doen we het beter samen kan, bijvoorbeeld administratieve lasten verminderen. En inzetten op transformatie en innovatie. We zijn het ermee eens dat er geen budgetgaranties worden gegeven. En dat, wat de wethouder net al toe zei, dat de keuzevrijheid voor aanbieder en behandeltraject blijft. Want alles heeft als doel goede bereikbare jeugdzorg en het kind centraal. We kunnen ook instemmen met het stoppen met de vereveningsregeling. Dat lijkt ons een goede stap en het past bij de focus op lokale verantwoordelijkheid.
Soms zijn situaties te groot en te veel en dan moeten we solidair zijn met elkaar volgens de drie O's. Samen staan voor de kosten. We stemmen in met het verlengen van de GRBVO met een jaar, gemeenschappelijke regeling van deze organisatie. Goed dat er eerst een jaar te doen. De ontwikkelingen gaan snel, dat vraagt flexibiliteit. Zoals gezegd steunen we de focus op lokaal maatwerk en inzet op transformatie. En volgens onze fractie kan het alleen met een goede integrale visie. Maar dat hebben we de wethouder al eens eerder gevraagd. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Lachier, Ellenbroek, gemeentebelangen. Ja, dank u wel, voorzitter. Terugkijkend op bijna 2 jaar regionale samenwerking kunnen we concluderen dat de samenwerking op verschillende manieren heeft bijgedragen aan de opdracht een verantwoorde transitie te realiseren. Deze transitie is een complexe operatie geweest en er waren geen betrouwbare cijfers over de aard en omvang van het zorggebruik per gemeente. Hierdoor konden financiële risico's slecht worden ingeschat. Waardoor de afspraken rondom de verevening waren deze nauwelijks in te schatten risico's beter beheersbaar. Wij zijn het eens met het loslaten van de verevening vanaf 2017. Maar wij erkennen ook dat dit financiële risico's met zich mee kan brengen. Om financiële solidariteit in stand te houden zijn concrete afspraken nodig over de wijze waarop toegang en het voorveld zijn ingericht. Dergelijke afspraken zijn niet of nauwelijks te maken. Wij denken dat er op dit moment te weinig inzicht is in wat wel en niet werkt ten aanzien van de transformatie. De transformatie is ook een zoektocht. Dat de rol van gemeenten op onderdelen verandert, vinden wij een goede zaak. Met name door de actieve rol als regisseur en door een aanjagende rol. Wij zijn het eens met het verstrekken en uitbreiden van de specifieke expertise op het lokaal terrein. Genoemd wordt het uitbreiden van ambulante specialistische hulp of GGZ-expertise in de huisartsenpraktijk. Wij vinden echter wel dat hierbij een goed overleg moet zijn met de wijkteams. Het toewerken naar andere en betere bekostigingssystematieken juichen wij toe. Met name de overstap van het bekostigen van productie naar het sturen op kwaliteit en resultaten. Wij hopen echter wel dat het niet vooral om de prijs gaat, want kwalitatief goede jeugdzorg tegen een te laag tarief is op den duur niet vol te houden. Bij de herziening van de bestuurlijke uitgangspunten zien we onder andere dat aanbieders die aantoonbaar bereid zijn mee te werken aan de transformatieopgave, meerjarige contracten worden aangeboden. Wij denken dat dit een juiste manier is om ze te belonen. Ook de ruimte die geboden wordt aan nieuwe ondernemers heeft onze instemming. De voorliggende visie jeugdhulp biedt volgens ons voldoende aanknopingspunten om een aanvang te maken met de transformatie. De eerste stappen worden gezet, maar het moeilijkste moet nog komen, aldus de transitiecommissie Sociaal Domein. Voorzitter, wij kunnen akkoord gaan met dit voorstel. Dank u wel, meneer Ellenbroek. Mevrouw Ramerman, CDA. Dank u wel, voorzitter. Eigen kracht, preventie, integrale aanpak en maatwerk zijn de uitgangspunten in deze visie. Deze zijn in lijn met de CDA-gedachte. Eén gezin, één plan, één regie. We verwijzen hierbij naar onze inbreng in de voorjaarsnota en de begroting. Niet de regels, maar het kind centraal. Maar wat wij nog steeds zorgelijk vinden en waar wij ons gevoel nog geen grip op hebben, is de vraag, hebben we alles in beeld? Dit gevoel wordt nog eens versterkt als de eerste alinea van de visie wordt weggeschreven. Er is geen grote calamiteit gemeld. Hier zou ons inziens moeten staan, er zijn geen grote calamiteiten geweest. Daarnaast hebben wij als fractie actief meegedaan als gast aan tafel bij pleeggezinnen, georganiseerd door het Trias. En daar ontvangen wij toch zorgelijke informatie. Wij zijn dan ook blij om te lezen dat deze visie ertoe moet leiden dat er veel minder vanuit de context van het kind en het gezin wordt geredeneerd en gewerkt. En dat er meer aandacht komt voor preventie en vroegsignalering van problematiek. De sociale kenteams vervullen daarin een belangrijke rol. Maar dit alles is natuurlijk niet nieuw. Hier spreken we nu al 2 jaar over. Dus het is nu wel een kwestie van doen. En ik zou het spreekwoord niet helemaal uitspreken, maar het is wel tijd voor poetsen. We weten dat hier in Dalfsen al stappen in zijn gezet. Maar we moeten nu door en verzilveren. Deze visie kan daarbij prima helpen. Wat betreft de samenwerking kunnen wij ons verder vinden in de continuering daarvan met 1 jaar. We zijn blij om te lezen dat er naar aanleiding van deze visie meer focus komt te liggen op het delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen. Op die manier kunnen we groeien als organisatie. Meer onderhandelingsmassa bij de inkoop levert een financieel voordeel op. Dit is mooi, maar voor de CDA niet de belangrijkste. Het monitoren en het genereren van sturingsinformatie vinden wij des te belangrijker als vergelijkingsmateriaal
om te kunnen bijsturen daar waar nodig. Met name nu er besloten wordt om de algemene verevening los te laten in 2017 met uitzondering van de bijzondere situaties. Dit alles benoemd hebben wensen we het college en het ambtelijk apparaat veel succes met de verdere uitvoering. Bedankt. Dank u wel, mevrouw Rameman. Meneer Wulsvang, Partij van Arbeid. Ja, dank u wel, meneer voorzitter. Ik zal er kort over zijn. We zijn het eens met het voorliggende stuk. Goed onderbouwd wat ons betreft. Heldere visie. De suggestie die ik nog mee zou willen geven is dat er wat ons betreft niet alleen op financieel resultaat hoeft te worden gestuurd. De goedkoopste zorg is niet direct onze eerste doelstelling. De heer Ellenbroek zei daar ook al iets over. Voor het overgehelde stuk, we zullen er graag mee instemmen. Dank u wel, meneer Wilsvank. Meneer De Graaf, D66. Voorzitter, wij voegen ons bij de instemming, zoals andere partijen al genoemd. Vooral omdat alle belangrijke aspecten die van belang zijn voor de gemeente, vanuit de gemeentelijke optiek hierin terug te vinden zijn. Het loslaten van de financiële solidariteit, oftewel de verevening, vinden wij per saldo prima. Op zich is het solidariteitsbeginsel een goede zaak, al was het maar om te voorkomen dat binnen het samenwerkingsverband cliënten om budgettaire redenen in de knel komen. Maar gezien het beginsel om vanuit de eigen gemeenschap te voorzien in de vraag en te voldoen aan de behoeften, is het voor de hand liggend dat ook dan ook uitgegaan wordt van de eigen financiële ruimte. Een vangnet bij onvoorzien en onvoorspelbaar is wat ons betreft prima. Stemmen dus in. Dank u wel. Dank u wel, meneer Graaf. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Even voor ons ook even kort. We hebben kennis genomen van de regionale visie jeugdhulp IJsseland. Het plan is wat ons betreft prima. Het ziet er goed uit. We zien dat de samenwerking tussen de gemeentes goed verloopt. We hebben goede hoop op. De gezamenlijke inkopen lijken daarin ook goed te gaan. Kanttekening voor ons is wel dat de aangesloten gemeentes ook aangesloten blijven in de samenwerking. Maar voor de rest kunnen wij akkoord geven voor het verlengen van deze regeling van de uitvoeringsorganisatie jeugdzorg met 1 jaar. Dank u. Dank u wel, meneer Veldhuis. Dan aan het eind van dit agendapunt kan ik concluderen dat dit als akkoordstuk naar de raadsvergadering kan. Er zijn wel wat oproepen gedaan richting de wethouder om bijeenkomsten te blijven organiseren, goed overleg te houden met de wijkteams, uit te gaan van eigen kracht, kind centraal te stellen en de financiën, de ruimte die er is, daarvoor te gebruiken. En daarmee, ik heb al gezegd dat het akkoordstuk is naar de raadsvergadering. En daarbij sluit ik dit agendapunt en gaan we van een overheerlijk kopje koffie of thee genieten. En de mensen op de tribune die voor de duurzaamheid gebleven zijn. We moesten even de agenda zo afhandelen, maar drinkt u ook lekker die koffie. Bij deze heropen ik de vergadering en gaan we verder met agenda punt 6, kadernota duurzaamheid, verantwoordelijk wethouder de heer Agricola, ambtelijke ondersteuning van mevrouw Van Oenen, welkom. Dit agenda punt is voorbereidend besluitvormend. Het thema duurzaamheid is voor de Raad een van de belangrijkste speerpunten in de huidige raadsperiode. In het najaar van 2015 is het meerjarenprogramma Duurzaamheid van de agenda gehaald en is besloten om een ander traject te volgen, om te kijken wat de ambities zijn voor de komende jaren. Na een aantal werkconferenties, waarvan een deel in samenwerking met de Duurzame Dorpen, is een nieuwe kadernota opgesteld ter vaststelling. Het college gaat daarna aan de slag met een beleidsplan en een uitvoeringsprogramma. Gemeentebelangen heeft technische vragen gesteld, die beantwoordingen staan op het RIS. Ik wil voorstellen dit in 2 ronden te doen, informerend, opinierend. En wie mag ik in de informerende ronde als eerste het woord geven? Meneer Hof, gemeentebelangen. Ja, voorzitter, dank u wel. Het stuk roept nogal wat vragen op. Allereerst wel dank voor het stuk. Een paar vragen hebben we technisch al gesteld. Daar hebben we ook keurig antwoord op ontvangen. Dank daarvoor. En aanvullend zou ik nog 2 vragen willen stellen. Ik leid ze wel kort in. Dalfsen wil voorbeeldfunctie worden en koploper blijven.
Op sociale duurzaamheid scoren we dan wel goed, maar op energie- en milieugebied staan we ergens rond plaats 200. Dat is nog lang geen voorbeeldfunctie en zeker niet in de kopgroep. Het genoemde budget van ongeveer 300.000 euro per jaar, dat komt neer op 1,5 euro per ton CO2-uitstoot. En dat is relatief weinig als je daarin ook resultaat wil boeken. Wat gaat het college dan voor slimmigheden in het uitvoeringsprogramma opnemen om met dit budget toch in de kopgroep, zeg top 30, te komen? En dan de tweede vraag, dat betreft de communicatie. Op het raadsvoorstelblad 4, daar staat: de kadernotitie is besproken met de duurzame dorpen. En de suggestie wordt daarmee gewekt dat ze instemmen met deze kadernotitie. Als ik goed geïnformeerd ben, dan hebben ze de notitie ook inderdaad gekregen en een weekend de tijd gekregen om te reageren. Maar ik vraag me toch af, moeten we deze opmerking nu lezen als de duurzame dorpen stemmen in met de nota? Of moeten we dit lezen als de duurzame dorpen herkennen hun inbreng terug in de nota? Dank u wel, meneer Hof. Meneer Lochtenberg, CDA. Dank u, voorzitter. We hebben een tweetal vragen, allebei even met betrekking tot de inbreng van de duurzame dorpen. Ten eerste, zijn de dorpen al betrokken bij de uitwerking? En de tweede vraag, het ene duurzame dorp heeft wellicht meer behoefte aan centrale regie dan de ander. Hoe wilt u omgaan met de verschillende interesses en capaciteiten tussen de verschillende duurzame dorpen? Dank u wel, meneer Lochtenberg. Meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. Ja, ik heb ook een paar korte vragen. In de notitie wordt aangegeven dat de focus eigenlijk wordt verbreed. En we vroegen ons af van waarom wordt dat eigenlijk verbreed als de smalle weg die we dan kennelijk nu gaan al niet helemaal lijkt te lukken. Er wordt ook nadrukkelijk niet gekeken naar openbaar vervoer. En dus dan heb ik even zo geduid dat met slim vervoer ook bedoeld wordt mogelijkheden vormen voor openbaar vervoer. Graag even de bevestiging dat dat klopt. Dat was het even. Dank u wel, meneer Wildvank. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. We hebben kennis genomen van de kadernota duurzaamheid. En het college vraagt de raad om kaders vast te stellen. En dat begint meteen lastig te worden. Het college vraagt om geen streefdatum meer te hanteren. En onze vraag is waarom? Hoe bewaken wij de ambities die we waar willen maken? En hoe ziet het college de invulling hiervan zonder een streefdatum aan te houden? Of, dat zou het ook kunnen betekenen, betekent dat het loslaten van een streefdatum dan ook dat zaken versneld kunnen worden? Dat zijn even onze vragen. Dank u wel, meneer Veldhuis. Aan die kant verder geen vragen. Wethouder, aan u het woord voor de beantwoording. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voor u ligt de kadernota. En dat is met name een resume van de conferentie die we hebben gehad, waar de duurzame dorpen een grote inbreng in hebben gehad en waar u zelf ook aan heeft gegeven van wat voor u als raad belangrijk is. Als u dan kijkt naar de vragen, Dalsen wil voorbeeld zijn, Dalsen wil koploper zijn. Met name de vraag van de heer Hof. Inderdaad, wij willen voorbeeldgemeente zijn en we willen koploper zijn. En daar zijn we druk mee bezig. En er zijn verschillende lijstjes in Nederland die circuleren waar Dalsen heel goed naar voren komt. Kijk maar eens naar de luchtkwaliteit, het scheiden van ons afval en ook met name zonnepanelen. 14% van onze inwoners heeft zonnepanelen tegenover 1,3 landelijk. Maar er is ook nog heel te halen op mobiliteit en hernieuwbare energie, waar daar lopen we op achter. Dat willen we gaan doen met het budget wat u als raad beschikbaar stelt. En daarvoor zullen wij met voorstellen komen. En in eerste instantie is het genoemd 3 ton. Maar er zijn ook voorstellen die hier straks in december worden behandeld. Onder andere het duurzaamheidsfonds wat met name D66 naar voren heeft gebracht. Maar er zijn ook rijksgelden. Er zijn ook provinciaal gelden. En die willen we daarnaast ook slim inzetten. En kortom, rijksgeld, provinciegeld en gemeentegeld,
Daar willen we nog een slag maken. En u als raad heeft gezegd, we willen graag versnelling. Het gaat ons niet snel genoeg. Creatief zijn met de middelen die ons ter beschikking staan. Dan de reacties van de duurzame dorpen. We hebben deze notitie toegestuurd naar de duurzame dorpen. En daar hebben wij reactie op gekregen. 4 van de 5 dorpen hebben erop gereageerd. En de insteek is positief. Daarnaast hebben 2 duurzame dorpen hier vandaag een uitgebreide reactie gegeven. Wat dat betreft, die is uitgebreider dan hetgeen wat zij op papier hebben gezegd. Dus wat dat betreft, als ik dat zo lees, dan trek ik de conclusie dat ze hun inbreng hierin herkennen. Daarnaast zijn ook zaken waarmee ze instemmen. Maar wij willen toe naar een beleidsplan en uitvoeringsprogramma waarin de duurzame dorpen zeer zeker zich voor een grootste gedeelte in mee kunnen instemmen. Want vragen en verlangens zullen altijd blijven. Dan het CDA. Duurzame dorpen worden hier betrokken bij de uitvoering. Die willen we zeer zeker betrekken bij de uitvoering, omdat zij dicht bij onze ondernemers, of onze inwoners staan. Maar niet alleen onze inwoners, maar ook de plaatselijke ondernemers. Dan de verschillen tussen de dorpen. Die zijn er zeer zeker. We zien dat Hoornhorst met name een vooruitlopende positie heeft. En Hoornhorst heeft heel wat gedaan. Maar het heeft ook te maken met die 1,5 miljoen die ze gekregen hebben van de provincie Overijssel. En met wat ze hebben gedaan zijn ze zeer zeker een voorbeeld van onze andere duurzame dorpen. Maar niet alleen gemeentelijk, maar ook regionaal en landelijk. Wat voor ons belangrijk is, ook in het hele proces de andere dorpen ook mee te krijgen. En de ene dorp zal meer aandacht en begeleiding nodig moeten hebben dan de andere. Dus maatwerk. Partij van Arbeid, u ziet, de focus is verbreed. Ja, inderdaad, de focus is verbreed. Maar het heeft met name te maken met de inbreng die de duurzame dorpen hebben gegeven. U als raad heeft ook altijd gezegd, wij vinden het belangrijk die inbreng van die duurzame dorpen. Vandaar dat u de conferentie ook hebt georganiseerd. En vandaar dat u ook de gast bent geweest bij de duurzame dorpen in Hoornhorst. En daar hebben de duurzame dorpen aangegeven wat zij belangrijk vinden. Niet alleen met name duurzaamheid en energie, maar veel breder. Ook naar water en voedsel. En ook mobiliteit. En mobiliteit is hier ook al meerdere malen genoemd. Dan openbaar vervoer. Voorzitter, ik wil vragen of mevrouw Van Oenen er straks iets meer over kan vertellen. En dan de VVD, streefdatum. Wij, of u als raad, hebt in 2008 en latere jaren ook meermalen de datum 2025 aangehouden om CO2-neutraal te zijn. En die datum is ook bewust in stand gelaten, wetende hoe moeilijk het is. Maar de technologische ontwikkelingen gaan snel. En we zien dat hier ook in onze gemeente. Gaasloze wijk was en is moeizaam eerst geweest. Maar nu zien we met de tweede gaasloze wijk, wat wij hier merken, is het geen issue meer. De techniek is zo ver doorontwikkeld dat met name het meer gemeengoed is dan het iets bijzonders is. En zo zullen wij op meerdere fronten zaken kunnen versnellen. En er zullen ook zaken nog uitgevoerd worden. Kijk maar naar de molens, de 3 windmolens die er nog komen, die Synergie Nieuw-Leuzen gaat plaatsen. Dan de afspraak die we hebben gemaakt met de woningstichtingen. Dat in 2020 alle woningen, alle huurwoningen gemiddeld op label B zitten. En in 2025 alle woningen op minimaal label B. Er zijn qua zonnepanelen, is
ook door deze woningstichtingen een forse slag gemaakt. Of dat is een begin gemaakt in dit jaar en volgend jaar zal dat zich doorzetten. En weet ook dat er eind 2017 meer dan 100 energie-neutrale woningen klaar zijn. Waar ze nu mee zijn begonnen te bouwen. Dus, hoe versnellen, zegt u? Dat zijn nou zaken waar we nou juist mee versnellen. Randvoorwaarden zo creëren dat men duurzaam moet bouwen. En zo zullen de komende jaren nog meer zaken voorbij komen die technologisch zo doorontwikkeld zijn dat ze doorgevoerd kunnen worden en kunnen ook daadwerkelijk zorgen voor die versnelling. Dat in eerste instantie, voorzitter. Dank u wel, wethouder mevrouw Van Oenen. Ja, dank u wel. De vraag van de Partij van de Arbeid over het slim vervoer. Wat we in deze kadernotitie hebben geprobeerd, hè, wat ook de opdracht was, is de conferenties die we hebben gehad, verzamelen wat daar is gezegd en dat in een notitie gieten die een basis is voor het vervolg. Tijdens de conferenties is ook vervoer besproken. De duurzame dorpen hebben het ook aangegeven in hun thema's. Daar ligt als voorbeelden de nadruk op andere dingen dan openbaar vervoer. Maar ik kan me voorstellen dat ook openbaar vervoer daarin kan passen. Maar we hebben geprobeerd ons te houden aan de input die we hebben gekregen. Dank u wel, mevrouw Van Oenen. Wat ik heb kunnen turven zijn alle vragen beantwoord. En meneer Veldhuis... Ik wil toch nog graag even een verduidelijking hebben van de wethouder. U zegt van die streefdatum brengt eigenlijk, als ik u goed begrijp, alleen maar versnelling met zich mee door het loslaten van die streefdatum. Zie ik dat nou goed of doe ik een verkeerde aanname nu? Nou, dat is meneer Griekelaar. Dat is een beetje te kort door de bocht. De raad heeft tot nu toe altijd nog vastgehouden aan 2025 om CO2-neutraal te zijn. Er wordt ook gesproken om die datum los te laten. In het eerder moment is dat hier ook aan orde geweest. Zijn van laten we vasthouden aan die datum. Wetende dat het heel moeilijk zal zijn. En als de raad van mening is om die datum los te moeten laten. Dan is dat een besluit wat de raad gaat nemen. Maar nogmaals. Hij is vastgehouden om de druk erop op te houden. Weten we dat het heel moeilijk zal zijn. Duidelijk. Dan wil ik naar de opinierende gedeelte. Ik begin aan mijn linkerhand, meneer Nijburg. Ik zat eigenlijk te wachten om als laatste te gaan, maar vooruit, voorzitter. U had geen vragen, ik denk. Nou, ik had geen vragen, nee. En op hetzelfde moment eigenlijk wel heel veel vragen, maar ik wil het toch samenbrengen in een stuk opinie over het stuk wat hier voor ons ligt. En we willen dat stuk niet afbranden, dat zou te veel CO2 uitstoten. Dus we willen graag positief insteken. En dat wil ik serieus doen. Het hele verhaal is overigens serieus. Er ligt in ieder geval een notitie, dat vinden we positief. Er worden enkele initiatieven ontplooid, dat vinden we ook positief. Soms lijken de maatregelen concreet, dat is ook positief. En er wordt een verbinding met duurzame dorpen gelegd, dat is ook positief. Alleen die dorpen zeggen, ja, werk dat nou verder uit, stap in het proces, ga wat doen. Dan komt er bij mij een hele grote maar in mijn betoog. En dat heeft te maken met, we missen nogal wat. We missen een heldere definitie, we missen toch ook dat stukje ambitie waar we als raad meerdere keren van hebben gezegd wat dat zou moeten zijn. We missen een analyse van waar we nu staan. We missen een onderbouwing en prioritering. We missen monitoring van het proces. We missen een financiële paragraaf enzovoorts. En we vragen ons in alle oprechtheid af, is dit nu alles na 3 conferenties en een jaar werk? Knip- en plakwerk, ik heb het genoemd een doe-het-zelf-nota, we moeten er zelf maar wat van maken. Dat gevoel ontstaat. Is duurzaamheid dan niet urgent? Wat ons betreft, als ik een cijfer zou moeten geven, zou ik een dikke onvoldoende geven. Het is om je voor te schamen, teleurstellend, al met al. Toch.
We willen niet langer wachten op een kadernota. We willen niet nog langer in dat proces zitten. En daarom willen we het college positief ondersteunen met een steunnotitie. Geen kadernotitie, maar een steunnotitie. We willen een steun brengen voor het college vanuit steunfractie, vanuit de achterban van de ChristenUnie. En we willen het college steunen in het proces om te komen tot een snelle, dat is al een paar keer genoemd door de wethouder, en verantwoorde kadernota. En dat is het nog steeds niet. Ik heb alleen lang getwijfeld van, ja, hoe breng ik dat nou in? Wat ga ik nou doen? In de raad brengen met een amendement of iets, ja, dat schuift weer een week op. De hele notitie voorlezen en toelichten kost ook 15 tot 20 minuten, of misschien nog langer. Maar ja, het wordt toch een lange avond, dus wat dat betreft zou het wel kunnen. Ik zou het ook aan kunnen bieden in het algemene zin. Maar ik zou ook kunnen vragen, wethouder, bent u erin geïnteresseerd? Wij willen dienstbaar zijn aan het college. Het college moet daadkrachtig aan de slag. En met de notitie die ik heb geproduceerd, met hulp van een grote achterban en steunfractie. En volgens mij zijn alle partijen en in ieder geval fractievoorzitters van op de hoogte dat we dat willen doen. Zou ik dit willen aanbieden, maar ik zou het wel willen vragen of het college het wil accepteren, in dit geval dus de wethouder. En dan beschikbaar stellen ook via de RIS, zodat iedereen, ook de pers, het kan lezen en kan zien. En het is beslist niet een notitie in de zin van, ja, zo moet het. Dat willen we niet. Het is echt bedoeld ter ondersteuning. We zeggen wat vooraf. We gaan het hebben over definitie en ambitie, richting en visie, keuzes maken, helder zijn. En het wordt steeds gedetailleerder. Maar het is geen uitgewerkte en kant-en-klare notitie, zo wil ik het ook niet zien, maar een steun in de richting van het college. Dat zou mijn voorstel zijn, om te voorkomen dat we dit met z'n allen gaan afbranden. Want eerlijk gezegd vind ik het nog niks. Maar het kan wel wat worden en het moet wat worden. En snel. Dank u wel, meneer Nijburg. Misschien op de laatste suggestie van de ChristenUnie, zou u daar nu op kunnen reageren, wethouder? Dat wil ik zeker, voorzitter. De heer Nijburg noemt al wat op. Komt in februari ook nogal wat. Maar ik ben zeer zeker geïnteresseerd in hetgeen wat u hebt opgesteld. Neem ik van harte in ontvangst. Ik heb het de wethouder niet horen zeggen, maar ik neem aan dat het morgen op het RIS komt en dat de andere fracties dit dan tot zich kunnen nemen, zodat er eventueel volgende week verder over gesproken kan worden. Oké. Ik krijg de bevestiging dat hij op het RIS komt. Meneer Hof, gemeentebelang. Nou, voorzitter, dank u wel. Ik sluit me eigenlijk geheel aan bij het betoog van de heer Nijburg. Ik ben ook erg benieuwd wat erin staat. Ik begon even te twijfelen, doet mijn opinie er nu nog toe? Maar ik ga het toch, maar inbrengen. Voor ons ligt een kadernota duurzaamheid. Het resultaat van 3 werkconferenties en een jaar beleidsmatig verkennen en uitwerken. Een kadernota, kaderstelling, is in feite niets anders dan het formuleren van een opdracht aan het college, de spelregels, randvoorwaarden en de uitgangspunten die worden bepaald. Waarom doen we het? Wat willen we bereiken? Hoe gaan we dat doen? Wie gaat het doen en welke middelen hebben we daarvoor nodig? Nou, wat we nu hebben, dat is stap 1 en voorjaar 2017 volgt dan een uitwerking en een opvolgend uitvoeringsplan. Want we hebben natuurlijk wel gewoon een uitvoeringsplan actief. Op de vraag waarom doen we het dan, daar geeft het stuk redelijk antwoord. Naast de hier genoemde argumenten is er ook gewoon een klimaatakkoord Parijs en er zijn landelijke en provinciale afspraken. De heer Agricola die refereerde daar net vanuit de financiële hoek al aan. En die moeten minimaal gehaald worden en dan zijn we nog nul ambitieus. Bij de vraag, wat willen we nu bereiken, daar raken we het spoor al enigszins bijster. We houden vast aan de ambitie, veranderen benamingen van CO2-neutraal naar energie-neutraal. We laten het tijdpad varen en noemen dat energie in balans en verbreden het aandachtsgebied. Kijkend naar de normen en kaders is dit boterzacht. We hebben gevraagd om te versnellen en op te schalen. En hoe gaan we nu toetsen, en dat is volgens mij ook waar de VVD op doelde, hoe gaan we nu toetsen of het college nu voldoende voortgang gaat boeken in het behalen van doelen en doelstellingen?
Dan de vraag, hoe gaan we het doen? Ja, daar maken we ons ook wel wat zorgen over. De totale slagkracht van de gemeente lijkt op deze manier mager. We missen vooral een grote realisatiedrang. Een echte drive. We zitten veel te veel in de mooie woordenpolitiek. En we willen het college vragen om richting het uitvoeringsprogramma over te schakelen, door te schakelen, op te schakelen naar een minder beleidsgerichte en een veel meer realisatiegerichte aanpak. Dan de vraag, wie gaat het doen? De samenwerking met de duurzame dorpen zien we als positief. Compliment daarvoor. Wel moeten we beseffen dat de duurzame dorpen met kennis en wijkgerichte uitvoering heel belangrijk zijn, maar dat de verantwoordelijkheid van het college, het behalen van de doelen, dat een verantwoordelijkheid van het college blijft. En die kunnen ze niet overnemen. We zouden ervoor willen pleiten om de taak als facilitator ruim te zien en vooral de formele zaken als bijvoorbeeld juridische aangelegenheden, vergunningen en het opstellen en het beheren van technische dossiers. Nou, als het gaat om de technische ruimte wil je toch graag dat alles goed op tekening staat, dat toch bij de gemeente blijft. Op de vraag welke middelen hebben we daarvoor dan nodig, daar wordt een antwoord gegeven, de genoemde 3 ton. Maar daarbij vragen we ons af hoe realistisch dat nu is. Zegt dit iets over de totale budgetten of is dit slechts een bijdrage van de gemeente? Gaan we ervan uit dat we op allerlei manieren cofinanciering nodig hebben? We hebben u al laten weten, en dat komt namelijk weer terug in het stuk, we hebben u al laten weten dat we wat ons betreft economische terugverdientijden in relatie tot duurzaamheid wel uitgebannen mogen worden. We hebben destijds zelfs het voorbeeld aangereikt dat we ook niet uitrekenen hoe snel we duurdere theaterstoelen terugvinden, omdat we verwachten dat er meer bezoekers komen. En om daar nu een betere indruk van de omvang van het vraagstuk en vooral ook sociaal-maatschappelijke terugverdientijden in relatie tot economisch terugverdientijden te geven, wil ik u graag meenemen in 2 citaten uit het NRC en Klimaatplein, waar het getal 36 van Obama toegelicht wordt. Ik weet niet of het heel bekend is, maar in het NRC daar stond, niemand weet hoe belangrijk het getal 36 is. Bijna niemand weet dat president Obama al jaren geleden een cruciale maatregel heeft genomen tegen klimaatverandering. Hij heeft laten vaststellen dat de CO2-uitstoot de maatschappij $36 per ton kost. Zijn volgende stap is dat veroorzakers die schade ook moeten betalen. En op klimaatplein.com, daar staat met betrekking tot hetzelfde onderwerp, de Obama-regering heeft een berekening gemaakt van de social cost of carbon en kwam uit op een bedrag van $36 per ton. Maar op die prijs is vanuit diverse hoeken kritiek gekomen, omdat het niet alle kosten en ook de teruggang in de economie vanwege klimaatverandering niet zou meenemen. Uit onderzoek van Stanford University lijkt een prijs van $220 per ton beter te passen. Het Verenigd Koninkrijk gebruikt een gemiddelde kostprijs van $83 per ton en Nederlandse klimaatexperts pleiten voor een prijs van 90 tot 100 euro per ton. Waarom noem ik dit nu? Omdat wij inzetten op een budget van ongeveer 1 euro per ton om het te voorkomen. En volgens ons is die verhouding een beetje zoek. En om dat nog een klein beetje te onderstrepen heb ik het uitgerekend op de schaalgrootte van de Dalfsen. De onomkeerbare schade welke we tegemoet kunnen zien als gevolg van het uitstoten van ongeveer 180 kiloton CO2 per jaar bedraagt volgens die berekening van Obama 5,7 miljoen euro. Dus elk jaar veroorzaken we een schade die in deze orde grootte zit. Volgens wetenschappers al snel 18 tot 30 miljoen euro. Als we vasthouden onze huidige standaarden en leefgewoonten, accepteren we dan dat we de volgende generaties met deze vervolgeffecten opzadelen. Of gaan we er alles aan doen om dat tot een minimum terug te brengen? En dan terugkomend op de nota zo die nu voor ligt. Al met al vinden we het te vroeg om ons oordeel uit te spreken. Of dit nu wel antwoord op onze vraag op te snellen, op te schalen en te versnellen is. Wij zullen het in ieder geval nog terugnemen naar de fractie om in de raadsvergadering met een definitief oordeel te komen. Dank u wel, meneer Hof. Meneer Lochtenberg, CDA. Ja, dank u voorzitter. Ik ben bang dat wij ook niet een overwegend positief verhaal hebben. Maar we willen wel met een stuk positivisme beginnen.
In november vorig jaar hebben wij voorgesteld het voorliggende meerjarenplan duurzaamheid terug te nemen. Om ruimte te maken voor bijstelling van beleid. Met anderen in deze raad vroegen wij onder andere om reëel haalbare doelen met voldoende uitdaging per verbruikersgroep. Ook vroegen we om de resultaten in voor inwoners begrijpelijke eenheden te meten. CO2-neutraliteit in 2025 werd door meerdere fracties als onhaalbaar ingeschat. Namens enkele duurzame dorpen verzochten enkele vertegenwoordigers deze raad nadrukkelijk om de dorpen meer te betrekken bij het beleid en financiële ruimte te geven voor eigen beleid. Na onder andere een aantal inspiratiesessies ligt hier nu deze nota. Het algemene beeld dat de sessies hebben opgeleverd is: het moet anders, het moet met meer betrokkenheid van de inwoners. En die moeten worden gemotiveerd door aansprekende voorbeelden en het zichtbaar maken van de bereikte resultaten. Het merendeel van de in die sessies geleverde input zal, nemen wij aan, terug te vinden zijn straks in de uitvoeringsnotitie. Ondertussen werd in een sessie onder leiding van mensen van Universiteit Twente pijnlijk duidelijk gemaakt dat energie-neutraliteit in 2025, nee, moet goed zeggen, CO2-neutraliteit in 2025 bij het in Dalsen toegestane maximum aantal van 7 windmolens een heidense, zo niet onmogelijke opdracht is. Voorzitter, met de titel van deze notitie, kadernotitie, is op zich niks mis. Het is een notitie en het biedt een aantal kaders. Er is de laatste maanden denk ik ook hard aan gewerkt, waarvoor zeker onze waardering. Maar voorzitter, het voorliggende stuk is beperkt tot een vertaling van een aantal wensen met in het verlengde daarvan een aantal vragen met betrekking tot mogelijke bijsturing van beleid. Maar voorzitter, voordat die eigenlijke visie kan worden geschreven, hebben we toch echt het totale plaatje nodig. Het voorliggende stuk zou wat ons betreft dan ook beter op weg naar een kadernotitie kunnen heten. Geen overbodig werk dus, eerder een mooie opstap, maar zeker en nog lang niet af. En ik noem toch een aantal aandachtspunten. Als eerste de al eerder genoemde hier visie en structuur, of hier eerder genoemde visie en structuur, want die ontbreken grotendeels. De voorgestelde koerswijziging onderschrijven we, maar voor een visie is echt meer nodig. Bijvoorbeeld zo'n heldere hoofdstructuur. Dat begint met: waar staan we nu? Vervolgens een voorstelling van de toekomst. Welke keiharde doelen stellen we nu per thema? En met minimaal een sterke focus op energie-neutraliteit en CO2. En dan natuurlijk de strategische keuzes die gemaakt moeten worden om de doelen te verwezenlijken binnen een bepaalde tijd. Het liefst met een aantal alternatieven. En als tweede de gekozen thema's die de basis moeten vormen onder het beleid. Met veel van de argumenten en kanttekeningen bij de voorgestelde beleidswijziging zijn wij het eens. Met de keuze voor de 4 hoofdthema's absoluut niet. De gekozen thema's zijn één op één overgenomen van de door de Duurzame Dorpen georganiseerde inspiratiesessie. Prima als inspiratie en stuk voor stuk belangrijke onderwerpen, maar onvoldoende om het gehele spectrum van duurzame doelen in te vangen. Wij gaan voor hoofdthema's die direct meetbaar bijdragen aan verlaging van de CO2-belasting door onze gemeente. Onder het kopje resultaten wordt gemeld dat de afgelopen jaren de belangrijkste successen zijn behaald met onder andere het verduurzamen van woningen, en dat de gemeente hiermee in de regio voorop loopt. De onlangs gepubliceerde duurzaamheidsindex, index 2016, vertelt een ander verhaal. Dalsen scoort over het geheel van alle gemeten waarden erg goed, maar op de onderdelen CO2-uitstoot, woningen en energiebesparing woningen onder het landelijk gemiddelde en bijvoorbeeld ook slechter dan de andere wegdalgemeenten. De circulaire economie wordt wel genoemd, maar die is niet te vangen onder de genoemde thema's. Ook de verbinding tussen gebruik van duurzame materialen en impact op de CO2-productie pak je zo niet mee. En dat terwijl bijvoorbeeld bouwen met hout tot 50% minder CO2-productie kan worden bereikt. Met in totaal zo'n 25% van de totale CO2-belasting en nog heel veel te bereiken, vormt duurzaam wonen voor onze reden genoeg om als separaat thema te behouden. Ook bedrijven en instellingen leveren een aanzienlijke bijdrage aan de CO2-productie. Te groot om niet apart te benoemen. Wij missen daarbij een visie op de in Dalsen belangrijke agrarische sector, die grotendeels produceert voor de steeds groeiende behoefte op de wereldmarkt. Aandacht voor regionaal produceren wat je regionaal consumeert is goed, maar is op zich absoluut onvoldoende om het gemeentelijk beleid op te baseren. Asbest daarentegen is een nog veel te groot probleem om niet eens te benoemen. Duurzame energieproductie verdient aparte aandacht, maar vergeet daarbij niet de moderne mogelijkheden van energie uit stromend water.
Mobiliteit is ook naar onze mening terecht een hoofdthema. We moeten ons echter wel realiseren dat de grootste CO2-belasting wordt veroorzaakt door ons passerend verkeer. De doelstelling moet hier wel in perspectief staan van voor Dalfsen te bereiken waarden. Naast focussen op de hoofdthema's is het goed om zoveel mogelijk aan te sluiten bij maatschappelijke initiatieven en thema's als waterkwaliteit en voeding. Voor water geldt dat een integrale benadering uitgangspunt moet zijn. Ook genieten van water hoort daarbij. Voor voeding geldt dat het heel goed is om te werken aan bewustwording, maar het onderwerp leent zich minder als meetbare bijdrage aan realisatie van de gemeentelijke CO2-doelen. Dan algemeen ondersteunend, voorlichting en onderwijs krijgen wel erg weinig aandacht. En een visie op kruisverbanden van nota's ontbreekt. Aandacht voor bijdrage aan een duurzaam Dalfsen dient wat ons betreft in elke nota prominent te worden opgenomen. Als vertrekpunt dus, en niet als aanhangsel. Iets over de dynamische en flexibele samenwerking. De duurzame clubs in de dorpen verschillen in menskracht en interesses. Je kunt niet klakkeloos een goedlopende aanpak in het ene dorp opleggen aan de andere dorpen. Laat de individuele clubs in hun kracht blijven en zich verder ontwikkelen. En natuurlijk, ondersteun en faciliteer ze daarbij waar mogelijk. En ja, daar zijn budgetten voor nodig. Niet om een speeltuin te regelen voor de duurzame clubs, want daarmee zouden we hen ernstig tekort doen, maar wel om ruimte te scheppen voor het aanjagen van perspectiefbiedende projecten. En wat ons betreft met verantwoording naar deze raad en in principe revolverend. Maar dat niet alleen. Die buurtwerker bijvoorbeeld, die moet je inderdaad niet als gemeente aansturen. Maar die kun je wel beschikbaar stellen, zodat de dorpen zo iemand maximaal kunnen inzetten zonder zich over personele zaken zorgen hoeven te maken. Dat is faciliteren. Het lijkt ons verstandig om te gaan werken met een overzicht van onderwerpen die wel, of juist niet, kunnen worden overgedragen aan welke duurzame dorpen. Welke ondersteuning de gemeente gaat leveren, welk budget er voor nodig of wel beschikbaar is, enzovoort. De gemeente moet echt zelf het algemene overzicht behouden. De bijdrage aan algehele doelstellingen vaststellen en de regie houden in onderwerpen die de dorpen overstijgen, bijvoorbeeld als het gaat over bedrijven of buitengebied. En natuurlijk moet de gemeente zelf een goede voorbeeld geven. WOC De Campus biedt bijvoorbeeld een uitgelezen mogelijkheid. De voorgestelde koerswijziging kan en moet leiden tot versnelling door massalere participatie. Hard nodig, want ons bekruipt het gevoel dat de wethouder graag machinist wil zijn om een duurzaamheids-TGV. Maar als hij niet oppast, komt hij op de aanhanger achter een trekker te zitten. Ons voorlopige oordeel, voorzitter. Wij voelen ons gevangen in onze eigen ambitie. Wij willen vooruit. Maar na het terugnemen van de kadernota vorig jaar zien we nu weer een onvoldragen nota. Dat voelt niet goed, want aanpak van de belasting van ons leefmilieu verdraagt geen vertraging. Het stelt ons ernstig teleur en hoewel we ons eigenlijk geen uitstel kunnen veroorloven, ontkomen we er toch niet aan. Wij adviseren het college om dit stuk terug te nemen en op korte termijn met behulp van de vandaag aangedragen verbeterpunten aan te vullen tot een volwaardige kadernota. Een nota waar visie uitspreekt en die onze inwoners, de betrokken ambtenaren en ieder die zich voor onze inwoners inzet, inspireert tot actief en creatief bijdragen aan een zeer duurzaam Dalfsen. Zo duurzaam dat we ook op de milieuonderwerpen terugkeren in de kopgroep. Dank u, voorzitter. Dank u wel, meneer Luchtenberg. Meneer Wilsvang, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Nou, ik ben iets minder somber, geloof ik. Ik ben blij dat het stuk er ligt. En allereerst compliment aan de duurzame dorpen, dat ze de raad hebben meegenomen in de reis op zoek naar het antwoord op de vraag duurzaamheid. Wat vinden we dat het is? Wat zijn de relevante thema's en wat hebben we te doen? En een beetje mijn woorden, geef ik toe. En ik merk dat vervolgens de verleiding groot is voor raadsleden om er allerlei thema's aan toe te voegen. Het breder te maken, doelstellingen verderop in de tijd te leggen, het onderwerp groter maken. En ik ben daar niet voor. En ik ben ook wel kritisch op de nota. En ik sluit me in dat opzicht wel aan bij een aantal opmerkingen die daarover gemaakt zijn. Maar ik zie toch ook de worsteling met een enorm breed aandachtsgebied, de weerbarstigheid van de materie en de veelheid aan spelers, met ieder zo hun eigen focus. En ik heb in die zin dus ook wel wat respect voor het stuk wat er ligt. Een thema toevoegen het kan. Ik bedoel, er zijn al voorstellen voor geweest. En ik wil me beperken nu tot de weg en naartoe. Want veel van dit soort grote ontwikkelingen zullen sterven in schoonheid als we het niet hanteerbaar houden, want de weg ernaartoe zal met voetangels en klemmen zijn geplaveid. Mijn oproep zou dus wat eenvoudiger zijn. En die is ook vooral erop gericht om het eenvoudig te houden
en het overzichtelijk te houden en daarmee haalbaar te maken en het in ieder geval niet te vertragen. Het zou mijn voorstel zijn om de nota dus wat concreter te maken, maar om te beginnen zou ik willen zeggen, we houden vast aan 2025. Haalbaar. Ook de insprekers gaven dit al aan. Laten we dat los, wordt alles vloeibaar. Geen thema's toevoegen zou mijn tweede oproep zijn. Houd het compact. En formuleer bij de uitwerking in een programmaplan concrete doelstellingen. Wat is er klaar als het klaar, is? Wat hebben we dan gemaakt? Wie gaat dat doen? En neem dit op te stellen programmaplan op in de kadernota, inclusief de opdracht om met concrete doelstellingen te komen. Geen torenhoge ambities. En maak de duurzame dorpen een partner in crime. Geef ze een ruime financiële armslag. Organiseer de samenwerking met de gemeente helder. Want zij zijn het die een deel van de genoemde concrete doelstellingen moeten realiseren. Geef ze die verantwoordelijkheid. En de door of samen met de gemeente te realiseren doelstellingen worden binnen de ambtelijke organisatie vervolgens programmatisch ingericht. Benoem een opdrachtgever, de wethouder, een opdrachtnemer, programmamanager en ken de voldoende middelen aan dat programma toe. Als u de nota in die zin wat smarter weet te maken, dan kunnen wij er wel mee leven. En ik reageer nog even op de ChristenUnie, die haar steunnota heeft ingeleverd. Ik was even bang dat we het werk van de wethouder gingen overnemen, maar gelukkig viel dat wel mee. Ik meen het oprecht, respect. Ik ben ook erg benieuwd wat erin staat. Ik heb natuurlijk een deel wel gezien, maar ik ben erg benieuwd hoe het er nu ligt. En wellicht dat het inderdaad kan steunen bij het concreet maken van deze kadernota. Tot zover. Dank u wel, meneer Wildvank. Meneer De Graaf, D66. Ja, voorzitter. Ik heb geworsteld met deze kadernotitie. En veel tijd besteed aan het voorbereiden van mijn inbreng. De redenen zijn door voorgaande sprekers al naar voren gebracht. En daar sluit ik me ook wel bij aan. Toch wil ik de energie die ik erin heb gestoken niet verloren laten gaan. Daarom toch mijn beschouwing. De kadernotitie duurzaamheid moet een antwoord geven op de discrepantie tussen ambitie en uitvoering. Het college zegt, de ambitie blijft, het jaartal 2025 laten we los. Want dat is niet haalbaar via de bestaande aanpak. Maar wat nu als we de bestaande aanpak eens anders aanpakken? Wat wordt dan de stip op de horizon? Waar willen we wanneer uitkomen? Het antwoord hierop lijkt te zijn dat de energie vanuit de samenleving de basis moet gaan vormen voor die aanpak. De duurzame dorpen krijgen hierin een belangrijke rol toebedeeld. Wij onderschrijven dat de fossiele bronnen opraken en ons klimaat aantasten. Als we de taart in 4/4 verdelen, dan gaat alle energie die we uit onze bronnen halen wereldwijd op aan verwarming, koeling, aan voedselproductie, elektriciteit en tenslotte aan mobiliteit. Op al deze onderdelen zijn programma's te ontwikkelen om verbruik terug te dringen en alternatieve bronnen te benutten, zoals wind, zon en water. We onderschrijven ook het belang van een participerende samenleving. We zullen duurzaam met elkaar op pad moeten gaan. En dat begint met informeren, inspireren, innoveren en bovenal stappen durven zetten in anders durven denken. We zijn het met het college eens dat er veel potentieel zit in de duurzame dorpen. Tijdens de bijeenkomst in Honorst hebben we daar kennis mee gemaakt. Dit biedt kansen die passen in het bereiken van ons doel. Maar waar staan we als gemeente op dit moment als het om duurzaamheid in bredere zin gaat? Dan heb ik het over ecologische, sociaal-culturele en economische waarden. Volgens de monitor gemeentelijke duurzaamheid van Telos 2015 scoort Dalfsen bovengemiddeld op deze onderdelen en zijn we gestegen van plaats 36 in 2014 naar plaats 22 in 2015. Hier lees ik echter in de kadernotitie niets van terug. Als we niet uitgaan van een nulmeting op concrete onderdelen, waaraan meten we dan het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2016-2017 en voor de komende jaren? Ik mis dit onderdeel in de kadernotitie. We kunnen geld, wellicht veel geld, op tafel leggen voor programma's en ambtelijke ondersteuning. Op onderdelen zal het ook nodig zijn. Maar in het licht
van een participerende samenleving willen we dat inwoners, bedrijven en sectoren zelf ook verantwoordelijkheid gaan nemen. Ons voorstel voor een revolverend fonds biedt daarin kansen en mogelijkheden. In de paragraaf financiën van de notitie vind ik daar overigens nog niets van terug. Ten slotte, wij zien het wel zitten om betrokken partijen in bredere zin vanaf 2017 en vervolgens ieder jaar uit te dagen om met projectvoorstellen te komen die substantieel bijdragen aan onze duurzaamheidsambitie. Projecten die voldoen aan dit doel en passen binnen de kaders krijgen wat ons betreft de beschikking over uitvoeringsmacht en budget, al dan niet revolverend. Dank u wel. Dank u wel, meneer de Graaf. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Eigenlijk hebben de andere fracties ook al goed verwoord hoe wij ook wij kijken naar het voorliggende stuk. We missen nogal wat. We zien weinig visie, we zien wiebelige ambities en onduidelijke thema's. Ambities zonder streefdata is naar ons idee gedoemd ten onder te gaan. Ambities benoemen en deze voorzien van streefdata verplicht ons deze te realiseren. Het is van belang om initiatieven aan te laten sluiten op initiatieven op provinciaal, nationaal en Europees niveau. De gemeente kan hier in belangrijke mate in faciliteren, zeker als het gaat om het versoepelen van regelgeving. We zien dat de duurzame dorpen een centrale motor zijn om doelstellingen te realiseren. We zijn wel benieuwd naar hoe de wethouder het ziet om duurzame dorpen zelf te laten bepalen hoe ze hun geld gaan inzetten. Daar zou toch minimaal een plan onder moeten liggen dat ter goedkeuring bij de gemeente wordt ingediend. En waarbij innovatieve ideeën die ontwikkeling positief versnellen beter beloond moeten worden. Ofwel, er zal toch zeker een set van criteria moeten worden opgesteld om plannen te kunnen toetsen. Tot slot een idee om duurzaamheid in de hele gemeente te bevorderen. De gemeente zou bij haar sportparken kunnen kiezen voor het gebruik van LED-verlichting. Dit bespaart veel energiekosten en laat zien dat we als gemeente ook zelf meewerken aan de energie-neutrale samenleving. Dit leidt op korte termijn tot hogere kosten, maar op de langere termijn leidt dit tot lagere energielasten voor de verenigingen. Een deel van de verenigingen heeft ze misschien al, maar het getuigt van een goede ambitie om te stellen dat de gemeente niet alleen gaat om gasloze woningen, maar ook om energiezuinige sportparken. Wij zullen het voorstel terugnemen naar de fractie. Dank u wel, meneer Veldhuis. Dan zijn er door de verschillende fracties verschillende opinies gegeven. De ChristenUnie komt met een steunnotitie die ze overhandigd hebben aan de wethouder. Gemeentebelangen willen terugnemen naar de fractie, evenals de VVD. CDA roept op terug te nemen naar een volwaardige en te zorgen voor een volwaardige kadernota. En zou ik op deze hoofdthema's uw reactie willen weten, wethouder? Ja, voorzitter. Er is heel wat gezegd door de verschillende fracties. Maar in ieder geval, de conclusie is wel helder. De conclusie die ik trek is dat de fracties de kadernota die bedoeld is om een beleidsplan, onder andere bedoeld is om een beleidsplan en uitvoeringsprogramma te maken, in hun ogen niet volledig is. En dat essentiële zaken ontbreken. En ik hoor heel veel fracties zeggen van ambitie ontbreekt. Daarnaast heeft de ChristenUnie een eigen document gemaakt, in ieder geval van die ik met heel veel interesse zal lezen. Maar ook CDA heeft nog wat aandachtspunten, maar ik zie dat ook bij de andere fracties die toch nog worstelen met bij spreken deze kadernota. Al met al, voorzitter, lijkt me het wijs besluit om deze kadernotitie terug te nemen en op een ander tijdstip met een vollediger kadernotitie weer bij u terug te komen. Dat is uw conclusie, maar dan heb ik nog wel een vraag nu. Hebt u enig idee op wat van termijn? Want dat is toch door verschillende fracties ook al op aangedrongen dat ieder uitstel weer verlies is, maar
Als ik de verschillende fracties hoor, dan is dit niet binnen een paar weken klaar. Hier hebben we meer tijd voor nodig. Dus wat dat betreft, ik wil hem doorschuiven naar begin volgend jaar. En dan mag ik denken aan februari, maart. In die zin van februari stond het beleidsplan bij spreken op de agenda om hier te bespreken met de financiële paragraaf. Maar ook daar moeten we kijken, want ik wil graag eerst de kadernotitie behandeld hebben voordat ik tot die uitvoeringsnota kan komen. Dus wat dat betreft zal het een en ander weer voor opschuiven. En daar hoop ik beide in het eerste kwartaal van het volgend jaar aan de Raad voor te leggen. De huidige beleid is vastgesteld voor 2016 en 2017. Maar in ieder geval, wij gaan ons best doen om het eerste kwartaal terug te komen met nieuwe stukken bij u als raad. Voorzitter. Dank u voor uw antwoord en dat we in ieder geval in het eerste kwartaal dit terug kunnen zien. Meneer Nijburg wilde nog op reageren, maar nou, ik neem aan dat hij zijn beleidsplan of concept die ook graag naar ons toe wil sturen. Ja, maar die worden op het RIS geplaatst, dus die komt vanavond beschikbaar. Maar het gaat mij vooral om die versnelling. Wethouder heeft zelf gesproken over versnelling. We moeten nou niet zorgen dat er een vertraging in komt. Dus ik zou willen aanmoedigen om alles op alles te zetten met ambtenaren en wie dan ook. Om daar snel een stuk van te maken en daar snel mee te komen. En het niet op te schuiven, want dat wordt dan het eerste kwartaal en dat komt dan nog wel. Maar dat hij echt laat zien, we willen het snel, spoedig. Meneer Griekela. Dat begrijp ik, maar wat dat betreft is uw raad, wil graag ook graag de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Dus snel en zorgvuldig, dat is die twee zaken die mij op het verlies staan. Ja, misschien mag ik daar nog iets aan toevoegen. Mevrouw Voene. De kadernotitie in deze vorm is vooral gemaakt als een soort het vissen uit de vijver van de conferenties. Uit de vragen en de opmerkingen begrijp ik dat er ook behoefte is aan de doorkijk naar beleid en het uitvoeringsprogramma. Nou, zoals de wethouder al aangaf, dat staat voor komend voorjaar ook op de planning. We zouden dat niet hoeven te vertragen door nog te zeggen, nou eerst een nieuwe kadernotitie en dan dat beleidsstapje en die uitvoeringsstap. Misschien kunnen we dat in februari, maart ook in één keer klaar hebben. Ik weet niet hoe de andere partijen daarover denken, over de suggestie. Wethouder heeft zelf al gezegd dat hij dat samen in het eerste kwartaal zou willen behandelen. Voorzitter, het kan misschien snel na elkaar. Dat je eerst die kadernotitie krijgt en dan uitvoering. Oké, dat is ook een suggestie. Ja, meneer Wildvang, u wel? Ik moet zeggen dat ik ook wel een beetje buikpijn krijg van het feit dat we nu kennelijk in de vertraging raken. Waarbij we als raad voor mijzelf steeds gezegd hebben dat het versneld moet worden. Raken we nu de vertraging. Veroorzaken we overigens wel zelf. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met de nota zoals die er ligt. Dus als het voorstel zoals mevrouw Van Oenen dat nu net neerlegt haalbaar zou blijken, zou ik er erg voor zijn. In feite heeft de wethouder dit ook zelf gesuggereerd door te zeggen dat hij dat in het eerste kwartaal wil behandelen. En meenemend dat het snel achter elkaar kan, zou dat, denk ik, als ik hier de raad beluister, de meest haalbare optie zijn om dit in het eerste kwartaal, maar dan wel snel achter elkaar te behandelen, zowel de kadernota als de uitvoerings- of de beleidsnota. U wilt er ook nog op reageren, meneer Luchtenberg? Ja, niet zozeer op dit moment, maar wel op een één element daaruit. Want het zou zonde zijn als de energie bij de duurzame dorpen ook wat verloren gaat of in de pauzestand raakt. Een van de onderwerpen die aangesneden was, ook door de insprekers, was van om de budgetten die gevraagd worden op te knippen. In deels een budgetje om in ieder geval initiatieven op gang te kunnen brengen. En voor de rest een ruimer werkbudget voor de grote projecten om die aan te kunnen jagen. Ik vraag me af, en kijk even rond in deze, naar de collega's, van of we dat stukje er niet uit zouden moeten pikken. Om de ruimte voor de duurzame dorpen, om energie, om
door te kunnen werken, zeg maar, om die wel boven tafel te houden. Dus niet ook dat stukje doorschuiven naar weer een half jaar verder. Dan zou ik er eerder voor zijn, voorzitter, om het maar gewoon te behandelen volgende week. Nou, maar maak u het. Het is onderdeel van het stuk zoals het voor ligt. Voorzitter. Meneer Hof, wilt u nog reageren daarop? Ik heb ontzettend veel waardering voor wat meneer Nijburg al gedaan heeft. Ook al heb ik het nog niet gelezen, maar ik zie er echt naar uit. Ik hoorde meneer Wildvank al een herhaling van het betoog van de eerste, of eigenlijk van de tweede werkconferentie houden. Van, joh, maak het nou eens beknopt en zorg dat de vragen die ik ook in mijn betoog nu herhaald heb, zorg nu dat dat heel snel boven water komt. En als we dat kunnen inrichten en voor volgende week hebben, zodat er veel meer duidelijkheid komt op de hoofdlijnen, en we hoeven niet te vertragen richting het behandelen van een uitvoeringsprogramma, daar zou ik daar een groot voorstander van zijn. Alleen, ja, volgens mij is het ook wel helder dat een samenraapsel van wat er in de conferenties benoemd is, dat is nou niet de vraag die wij daar gesteld hebben. En dat hoor ik meneer Wildvank eigenlijk herhalen. Dus als er een mogelijkheid is om op een hele korte termijn in een beknopt voorstel die hoofdlijnen echt helder neer te zetten, dan zou ik daar nog steeds voor willen gaan. Zijn er nog, ik zie verder geen reacties. Ik hoor de wethouder heel duidelijk zeggen dat het eerste kwartaal behandelt. Dat hij het wil uitstellen tot het eerste kwartaal. Ik hoor een oproep om het toch vanuit verschillende partijen volgende week te behandelen. Ga naar uw reactie. Ik begrijp het, voorzitter. Maar de fracties hebben zoveel input gegeven. Ze vinden dat zoveel ontbreekt. Dat is niet in één week is dat bij elkaar te harken. Het is van, wat dat betreft, dan krijg ik straks het verwijt dat het niet zorgvuldig genoeg is geweest. Het uitvoeringsprogramma staat geagendeerd voor februari. Nou, en wat ik net ook heb gezegd, mijn doelstelling is om over het eerste kwartaal dit hier opnieuw aan de raad voor te leggen. Maar bij voorkeur in februari, zodat we het in één keer af kunnen handelen. Maar u moet tijd geven, want als ik hoor wat er allemaal dus ontbreekt en wat mist, ja, dan zeg ik van, dan kan ik niet anders. Duidelijk, wethouder. U geeft heel duidelijk aan dat u het niet eerder voor elkaar krijgt, zoals een stuk hier ligt, dan februari, dat u er alles aan zult doen om het dan te gaan behandelen hier in de Raad. En eigenlijk met die conclusie wil ik dit agendapunt toch afsluiten. Ja, ik weet dat u uw oproep gedaan hebt, maar het is wel onderdeel van dit voorstel. Ja, u geeft aan dat u nog een alternatief hebt, maar laat u maar horen. Maar ik denk niet dat de conclusie zal veranderen, meneer Lok. Ja, je weet nooit. In hoeverre is het stukje budget vrijmaken voor de duurzame dorpen, werkbudget vrijmaken, is dat inpasbaar in het huidige beleid? Dan valt het gewoon buiten de scope van waar we het nu over hebben. Maar dan kunnen de dorpen wel verder. Wethouder? Ja, in wezen, u als raad gaat over het geld. Dus wat dat betreft, ook daar met van je kunt zijn, nou geef ze maar een stuk budget. Maar dat moet ook wel bij spreken goed gelabeld zijn onder wat voor voorwaarden. Dus dan kunnen we alles wat er ingebracht is, wel hapsnapwerk doen. Maar ik denk dat het niet wijs en verstandig is. Want als je iemand geld geeft, nou, en de roep van het duurzame dorp is om geld. En daar heb ik ook begrip voor, en daar sta ik ook voor open. Maar dan moet je met elkaar eerst wel afspreken van onder wat voor voorwaarden geef je geld. En hoe zit het met, hoe moet het geld ingezet worden? Moet het gewoon, is het vrij besteedbaar? Moet het revolverend ingebracht worden? En hoeveel? Dus daar moet het met elkaar wel eens zijn. En in de uitvoeringsnotitie, dat was mijn doel om daar ook een paragraaf in op te nemen van hoe we dat zouden willen gaan doen. En daar zou u als raad eerst wel een oordeel over moeten geven.
Voorzitter, maar er is een amendement ingediend en aangenomen. Meneer Nijburg. Er is een amendement ingediend en aangenomen waarin we al geld beschikbaar stellen voor de dorpen, duurzame dorpen. En in maart komt dat terug. Dus waarom zouden we daarvan afwijken? Volgens mij zijn we daar allemaal bezig. Februari hebben we net gehoord van de wethouder dat we erop terugkomen. Meneer Lochtenberg, wil u nog reageren? Oh, mevrouw. Nou, misschien in aanvulling daarop. In december komt ook nog het verhaal van de duurzaamheidslening, duurzaamheidsfonds. Die opties komt ook nog voorbij. Misschien is dat nog een... Om daar even bij aan te pikken, bedoelt u? Zou misschien een mogelijkheid kunnen zijn. Ja, er zijn allerlei suggesties komen nu over de tafel. Ik wil toch tot een conclusie komen. En dat is het antwoord van de wethouder dat we in februari, zowel de kadernotitie als de beleidsuitvoeringsnotitie, hier in deze raadzaal mogen verwachten. En met dat concluderende sluit ik dit agendapunt af. En concludeer ik eigenlijk dat we verder gaan met punt 7, kadernotitie, detail, handel, structuurvisie. In het bestuursprogramma van het college is een ambitie neergelegd voor een nieuwe detailhandel structuurvisie, waarin de ontwikkelingen geschetst worden voor het winkelgebied. Van de Raad wordt nu gevraagd om uitgangspunten vast te stellen voor het uitwerken van de visie en om dit traject gelijk op te laten lopen met het traject voor de centrumvisie Dalsen. Wandeling in twee ronden, ambtelijke ondersteuning van de heer Lauterbach in twee ronden, informerend, besluitvormend. Wie mag ik als eerste in de informerende ronde het woord geven? Meneer Schuurman, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Allereerst respect voor meneer Lauterbach dat hij hier nog zit op dit ogenblik. We hebben eigenlijk één vraag die ik toch een beetje wil inleiden. Daar zit ook al een stukje opinie in. Vanavond hebben we de visie voor ons liggen voor de gemeente Dalfsen, waarbij er per grotere kern een voorstel gedaan wordt hoe we dit richting de toekomst gaan aanvliegen. Belangrijk punt, want een goed aanbod in de detailhandel verhoogt de leefbaarheid in onze kernen. En als we kijken naar de verwachtingen, dan hebben we de financiële crisis enigszins achter ons gelaten. Maar als we ondernemers spreken, dan horen we dat we toch flink hebben moeten interen de afgelopen jaren. Met dit in het achterhoofd hebben we het voorstel en een notitie besproken binnen onze fractie. In de notitie wordt verwezen naar de retailanalyse van de provincie Overijssel en dat rapport baart ons toch wel enige zorgen. De provincie Overijssel heeft meer vierkante meters winkeloppervlak dan gemiddeld in Nederland. En als we het rapport verder lezen, dan zien we de hoge leegstand voor een groot deel wordt veroorzaakt door de leegstand in Twente. Maar ook in onze eigen gemeente zijn er wel wat verontrustende geluiden. In de Retail Risk Index wordt er aan de hand van een viertal indicatoren een waarschuwing afgegeven. Hierin kan je lezen dat het aantal detailisten dat in een risicovolle branche zit in onze gemeente verdrievoudigt de komende periode. Het percentage risicovolle bedrijven stijgt van 7 naar 21%. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat al deze bedrijven omvallen in de komende jaren, maar het is wel tijd om actie te ondernemen. De tijd dat de klanten in de rij voor de winkel stonden is volgens ons voorgoed voorbij. Het internet biedt de mensen veel gemak en de ondernemers moeten dit ook inzien. En onze vraag is dan ook de volgende. Wethouder, bent u bereid om onderzoek te doen naar welke detailisten in deze risicogroep zitten en ze erop te attenderen dat ze in deze groep zitten? Het is natuurlijk aan de ondernemer wat hij doet met deze informatie die hij krijgt van de gemeente, maar een gewaarschuwd ondernemer telt voor twee. Dank u wel, meneer Schuurman. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. We hebben kennis genomen ook van deze kadernotitie. Een kadernotitie, waarvoor is die bedoeld? Dat is in ieder geval om helder aan te geven van waar we nu staan. Sterk de zwarte analyse, zou je kunnen zeggen. Wat de opgaven zijn voor de komende jaren. Kansen en bedreigingen. Wat de hoofddoelen zijn voor middellange termijn. Hoe het zit met de afbakeningen. Hoe het zit met de relaties en afhankelijkheden. Welke opties en scenario's we gaan verkennen. En hoe we tot uitvoering komen van... om te komen tot een echte visie, het hoe, met wie, wanneer en wat voor middelen. Onze vraag is van, heeft het college expliciet kennis genomen van deze kadernotitie? En wat vindt het college ervan? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Uitslag, CDA. Dank u, voorzitter. Ja, we hebben wat geworsteld met wat we met deze nota aan moeten. Het is in essentie een boel cijfers, zonder interpretatie en richting visie. Wel de aankondiging van een aantal onderzoeken die van belang zijn voor het ontwikkelen van de visie. Maar goed, wat moeten we ermee? Andere kant, we staan bekend om het constructief mee willen denken en dat willen we ook bij dit punt doen. En we hebben eigenlijk een simpele vraag aan de wethouder. Zou die in een aantal woorden kunnen aangeven wat het doel is van deze nota? En welk kader stelt het college nu voor om vast te stellen? Andere vraag die bij ons leeft is, wanneer of waar is participatie van de detailhandel zelf voorzien? En de derde vraag is, in de nota wordt gesproken over het concentreren van winkelkernen en preventie met betrekking tot leegstand, hè, of een actieve aanpak van leegstand. We hebben in het verleden wel eens een vraag over gesteld bij de verschillende beschouwingen. En toen was het antwoord, we kunnen niet zoveel. Zou het wethouder ons eens kunnen meenemen wat hij hiermee in de afgelopen tijd heeft gedaan? Hè? Wat zijn nou de rollen die de gemeente hierin zou kunnen spelen? Dank u wel, meneer Uitslag. Meneer De Graaf, D66. Voorzitter, bezit van kennis en de toegang tot kennis vormen de sleutel tot waardetoevoeging. Het belang van goed onderwijs, zeker ook in de technische beroepen en ook in de agrarische sector, wordt hierdoor van belang. Deze passage uit de kadernotitie zou zomaar uit het verkiezingsprogramma van D66 kunnen komen. Maar dat is niet zo. Ik zei het al, het staat in de kadernotitie. Kan de wethouder de relevantie van deze alinea toelichten binnen het ontwerp structuurvisie? Dat is één. Twee is, in de opsomming van wie er betrokken zijn en belang hebben bij de structuurvisie, mis ik de recreatieve sector, althans in expliciete zin. Is daar een reden voor? Ten slotte begrijpen we goed dat voor de uiteindelijke structuurvisie nog allerlei onderzoek gedaan moet worden, zoals beschreven in het proces van inventarisatie. En dat we daarom eerder moeten spreken van een startnotitie in plaats van een kadernotitie. Dank u wel, meneer De Graaf. Meneer Veldhuis. Dank u, voorzitter. Ik heb nog even één aanvulling op de vraag die net van gemeentebelangen kwam over die RRI-index. Dat viel ons ook op dat die naar 21% groeit in 2025. En de vraag die we eigenlijk hebben aan de wethouder, welke ambitie spreekt het college uit om dit percentage voor 2025 beter beheersbaar te maken? En we vragen het college daarin ook om te kijken naar hoe andere gemeentes het doen om dit te beheersen. Welke gemeentes doen het goed en welke maatregelen treffen ze? Dank u wel, meneer Veldhuis. Dat waren de vragen. Wethouder, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Een aantal vragen zal ook beantwoord worden door de heer Lautenbach, die ik niet ga beantwoorden. Dat is meer technisch inhoudelijk. Detailhandel structuurvisie. Gemeentebelang zegt, de provincie heeft te veel winkeloppervlak en er zijn een aantal risicovolle branches. Is de gemeente Dalfsen bereid om onderzoek te doen naar die risicogroep? We zien dat in de provincie heel veel verschillen zijn. Ik ben kort geleden bij een bijeenkomst in Nijverdal geweest waar de provincie Dalfsen als voorbeeld noemde waar het wel goed ging. En het was zeer plezierig om te horen. Wij zien ook dat het beleid wat de gemeente Dalfsen de afgelopen jaren heeft gevoerd, dat het met name in Dalfsen, in de kern Dalfsen, succesvol is geweest. Hier in Dalfsen is gelukkig weinig leegstand. Maar het heeft vooral ook te maken, wat we gaan doen, is dat we het winkelgebied willen indikken, concentreren. En op een aantal plekken zou dat nog beter kunnen. En daarom, zoals ik in het onderstuk staat, wil ik een aantal zaken daar nog verder voor onderzoeken. Van wat zouden we expliciet meedoen, omdat we die kennis, wij spreken daar niet voor in huis hebben.
Natuurlijk zijn er ook risicovolle branches. En wij als gemeente Dalfsen willen zeer zeker die risicogroepen nader onder de loep nemen en daar naar kijken van wat we als gemeente daaraan kunnen doen. ChristenUnie vraagt, heeft de college kennis genomen van deze kadernotitie? Zeker hebben we er kennis van genomen. En we weten met name dat er nog wat moet gebeuren. We zijn er nog niet. En, het CDA noemt het ook al, er zijn onderzoeken nodig. We willen in Dalfsen een onderzoek doen naar de horeca. En we willen met name in Uleuzen kijken naar de beide winkelgebieden zoals die er zijn in Noord en Zuid. Hoe krijgen we die toekomstbestendig? Of toekomstproef, wat dat toekomstproef ook mag zijn, maar dat weet je altijd achteraf. Dan de leegstand. Ja, de panden zijn niet van de gemeente. Dat heb ik al eerder gezegd. Maar je moet als gemeente wel wat te bieden hebben, daar waar mogelijk. En wil je bij spreken winkelgebied concentreren en winkels uit de randen naar weg halen, dan zal er wat tegenover moeten staan. Je zult winkeliers moeten verleiden om naar het winkelgebied te gaan. En dan moet je de winkeliers ook wat bieden. In dat kader is een optie, de wijziging van het bestemmingsplan. Als we wijziging van het bestemmingsplan overgaan, dan wordt de winkelbestemming eraf gehaald en dan zou je daar wonen op kunnen brengen. Maar daar gaat u als raad over. Dat moeten we u als raad voorleggen. Maar wij als gemeente kunnen geen winkelpanden kopen. Dat is niet de taak van de gemeente. Zo zie je ook dat met name de bedrijven met name het hoofd niet meer boven water kunnen houden. En we gaan ook geen bedrijven opkopen. Maar je gaat wel kijken van hoe kun je het pand op een goede manier herbestemmen. Dat geldt voor industrie, maar dat geldt ook voor onze winkels. Maar makkelijk is het niet. Dan de VVD. Welke ambitie heeft de gemeente Dalfsen? De gemeente Dalfsen heeft de ambitie om toekomstbestendige detailhandel te houden in de dorpen. En er zijn natuurlijk gemeenten die het goed doen. Maar er zijn ook gemeenten die het veel slechter doen dan Dalfsen. Maar ik heb het laatst ook in Lemerveld gezegd. Wij kunnen nog zoveel doen als gemeente. We kunnen prachtige mooie straten aanleggen. We kunnen prachtige mooie pleinen maken. Maar de inwoners zijn zelf ook aan het zet. Als de inwoners zelf niet meer in de kern gaan kopen, dan gaat de deur ook dicht. En dat hebben wij niet in de hand. Maar je moet zorgen dat je samen met de detailhandel bespreken dat er beleid kunt komen, zodat met name dat je een toekomstbestendig gebied kunt creëren. En we hebben gelukkig goed contact met de ondernemersverenigingen. Daar zijn we blij mee. En wij zoeken elkaar met regelmaat op en we proberen daar waar mogelijk de helpende hand te bieden. Er wordt ook gezegd, is deze startnotitie of deze kadernotitie niet een startnotitie? Dan zeg ik, daar heb u gelijk in als raad, omdat we nog een aantal onderzoeken moeten afronden. Maar kortom, ook met deze hele detailhandel, het blijft moeilijk en je moet continu de vinger aan de pols houden. Maar het heeft ook te maken dat de consument grilliger is. En wat ook een hele mooie ontwikkeling is om te zien is dat winkeliers collega's al tippen. Als je een goede markt wilt hebben en een goede boterham wilt verdienen, dan moet je naar de gemeente Dalfsen komen. En op zich vind ik dat ook wel een positief geluid. Dan een vraag die ik nog niet heb beantwoord, die wil ik graag overdragen aan de heer Lauterbach. Dank u wel, wethouder. Meneer Lauterbach. Nou, voor het grootste deel zijn er volgens mij de vragen is de wethouder in ieder geval op ingegaan. Even, misschien toch even kort schetsen waarom ik die retail-index heb opgevoerd. Ja, het is goed om het zorg te duiden, ook richting uw raad.
Ja, er zal zeker onderzoek naar gedaan worden. Ik ben zelf ook heel geïnteresseerd in hoe lang locaties dat van elkaar heeft tot stand heeft gebracht. Zeker, dat staat ook in het stuk. Daarnaast gaat er nog een onderzoek specifiek plaatsvinden voor de twee polenstructuur in Nieuw-Leusden. In relatie tot het vastgoed. Zoals u weet speelt daar historisch ook nogal de lintbebouwing een belangrijke rol. En na de keuze voor de twee winkelkerngebieden in 2006, want zo oud is de laatste detailstructuurvisie, is het zaak om dat ook compact naar de toekomst toe te houden, opdat het ook levensbestendig blijft. Verder is een aspect dat betreft het horecapotentieonderzoek. Naast dit aantal is de reuring natuurlijk ook van belang dat de horeca voldoende gefaciliteerd kan worden. Alleen dan natuurlijk ook als het toekomstbestendig is. In het onderzoek, wat ook aan uw raad is genoemd richting in de centrumvisie, wat we overigens eind november verwachten, het eerste concept. Zijn we geïnteresseerd in of er ook flankerende branches elkaar kunnen versterken. Omdat een van de belangrijkste landelijke trends is natuurlijk dat het winkelen steeds meer beleving moet worden. Naar verwachting zal er ook op dat gebied heel veel veranderen de komende jaren. Dat wat voor zover. En misschien even helaas tot de termijn. De vorige visie had een betrekking op een 10-jaarstermijn. Wat mij betreft kan dat nu weer. Maar wij, zo vaak als bij heel veel notities, om de 3 jaar een evaluatie plaatsvindt met zo nodig een bijstelling van het beleid. Voorzitter, ik heb nog wel een aanvulling. Ja. Is er van, in het hele kader wil ik toch even benoemen dat Dalfsen is uitgeroepen tot op de tweede plek provinciaal de MKB-vriendelijkste gemeente. En landelijk staan we op de 9e plek. En ik val van, daar wil ik wel bij aantekenen dat de tevredenheid van ondernemers heeft in Dalfsen het cijfer 7,6 gekregen, terwijl het gemiddelde in Overijssel 6,4 is. Ook op de communicatie en het beleid van de gemeente scoren we hoger dan het gemiddelde in Overijssel. Dus wat dat betreft wil ik mee aangeven van hoe de relatie is tussen de gemeente en het bedrijfsleven, met name ook de detailhandel en met name hoe de overleggen zijn. Dank u wel voor een nadere beantwoording. Meneer Uitslag. Ja, dank u voorzitter. We hebben net ook kennis genomen van het feit dat de MKB-vriendelijkste gemeente zijn. Dat is niet per se hetzelfde als detailhandel, maar dat geeft de wethouder ook al aan. En onze insteek is natuurlijk om dat ook te blijven, om de commissie nog beter te worden. En daar praten we volgens mij over met deze notitie. Ik heb een aantal vragen gesteld die, nou ja, ik heb het antwoord al gemist blijkbaar, maar misschien dat dan de wethouder het kort zou kunnen herhalen. Wat is het doel nou van deze nota? Is het inderdaad een startnotitie of moet ik dit echt toch al lezen als een kadernota? Want, nou, participatie van de detailhandel, wanneer is die voorzien? Ja, u geeft aan dat er is goed contact, ja, maar dat was de vraag niet. Dus worden ze betrokken bij het opstellen van enig document. En het antwoord dat de wethouder gaf over de panden, dat die niet van de gemeente zijn, dat hebben we inderdaad eerder gehoord. Maar in de vorige nota, ook het huidige voorstel, staat dat we onze ambitie is om concentratie van winkels te hebben. Maar vervolgens zegt u, maar ik kan niks doen. Ja, is er al een ambitie en anders is het een loze ambitie. Ik bedoel, dat is leuk, dan hoop je het. Maar dat is dan, mag de nauwelijks de term ambitie hebben. En misschien wel aardige, koop in de vreemde niet, hè, ook vanavond weer gehoord. Misschien nog gewoon eens een idee om dat ook op te nemen in de nota. Want ik hoor het overal, behalve in onze visie. Misschien goed om dat ook goed te melden. Ik ben benieuwd naar de antwoorden, voorzitter. Wethouder. Kijk, de ambitie
voor de detailhandel is een sterke detailhandel. Daarbij spreken zijn we mee in de gang. En dat doen we in samenwerking met. Want wij kunnen als gemeente niks alleen. We hebben ze wel nodig. En wat die winkel leest aan de linkerpand betreft met de uitslag. Kijk, wij moeten ze verleiden, de mensen die aan de randen zitten, om naar het centrum toe te gaan. En dan moet je iets tegenover stellen. Nou, want dat is, wat interessant kan zijn, is met name de bestemmingwijziging door te voeren. Want zij moeten een reden hebben om daar naar het centrum toe te gaan. Want als ze naar het centrum toe gaan, en dan een ander winkelpand, ja, dat kost vaak ook meer geld. Dus zij zullen middelen moeten hebben om met name dat andere pand te kunnen aan te kopen of te kunnen huren. En er moet ook een wil zijn. We kunnen, ja, als we zeggen van joh, wij kopen het pand voor jou voor de hoofdprijs en je mag gratis in het centrum, dan zullen ze het allemaal gaan doen. Daarmee wil ik zeggen dat het niet makkelijk is. Was het maar zo makkelijk? Voorzitter, u heeft mij niet horen spreken over dat iets gemakkelijk is. Ik vraag slechts naar een ambitie die de wethouder neerzet. En ik vraag van, het staat er al 10 jaar in, hè? Dus, nou, dat is dan de afgelopen 10 jaar gebeurd. En als dat is, het antwoord is, dan is dat het antwoord. Maar ik was even nieuwsgierig of er nog meer antwoorden waren, want het staat er toch stevig in. Nou, ik kan u zeggen, we zijn vorige week met een ondernemer in gesprek geweest. En die op een bijzondere locatie, die is toch bereid om zijn bedrijf te verplaatsen naar het winkelcentrum in het betreffende dorp. Maar we zijn met meer mensen in gesprek. Maar zo makkelijk gaat het niet. Men verlaat niet zomaar een stekje, want dat heeft ook een bepaalde historie. Oké, dank u wel. We blijven het roepen. We blijven het schrijven. Want het is en blijft de ambitie. Oké, dank u. Nog verder. Kijk even rond. Nee. Dan wil ik gaan naar de opinierende ronde. Wie mag ik daar als eerste het woord geven? Meneer Schuurman, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Er wordt per kern een duidelijke, specifieke visie weergegeven die volgens ons juist is. Het punt waar we mee zitten, en dat geeft de wethouder net ook al aan, is dat de rol van de gemeente wat dat betreft wel en beperkt is. Een gemeente kan geen huur betalen, geen klanten sturen en ook niet voor bank spelen. De meest voorname rol van de gemeente is beperkt tot het zorgen voor een aantrekkelijke winkelomgeving en een goede beleving. Een onderzoek, zoals gepland in Nieuw-Leuzen naar toekomstbestendigheid en in Dalfsen naar de mogelijkheden voor de horeca, die horen zeker bij deze mogelijkheden die de gemeente wel heeft. Ook blijven zorgen voor gratis en voldoende parkeerplekken. Dat is wat helpt maatwerk verzorgen voor de detailisten. We kunnen een aanjager zijn voor deze groep, maar de winkelier moet het echt zelf doen. Inzien dat de markt compleet veranderd is ten opzichte van een aantal jaren geleden. Natuurlijk komen er nog klanten naar je winkel, maar er wordt al dezelfde dag geleverd. Dus detailisten moeten gewoon bewust zijn dat ze scherp moeten zijn en goed nadenken over wat ze op dit ogenblik doen. Zeker is het zo dat koopt in een vreemde niet wat er in eigen dorpje biedt. Daar zijn we het mee eens, maar ook winkeliers moeten zelf scherp blijven. Vandaar ook onze oproep om ze, als ze in de risicogroep zitten, op te roepen. En ze daar nog een keer extra van bewust te maken. Als kanttekening willen we wel meegeven dat als er onverhoopt vertraging op mocht treden in de centrumvisie Dalfsen, dat dit geen belemmering hoeft te zijn voor Leemeleveld en Nieuw-Leuzen. En daarmee kan dan volgens ons gewoon van start gegaan worden. Dank u wel. Dank u wel, meneer Schuurman. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. We hebben net een vraag gesteld of deze notitie voldoet aan een kadernotitie. En persoonlijk heb ik hem denk ik 3 keer gelezen. En het beste beeld wat erbij past is de flipperkast. Je hebt werkelijk geen idee waar je zit in deze notitie. Er staan af en toe hele aardige dingen in, maar enig verband zit er echt niet in. En dan druk ik het echt heel erg voorzichtig uit. Dus wat ons betreft is het echt ook onvoldoende als een kadernotitie. En ons voorstel is om deze notitie terug te nemen
en inhoudelijk in samenhang en logica opnieuw te schrijven. En ook alsjeblieft eens te letten op de tekst. Het is werkelijk verschrikkelijk als je deze tekst leest. Daarbij is wat ons betreft snelheid geboden. Want de verbinding inderdaad naar het centrumvisie Dalfsen, die is terecht opgemerkt. Het liefst zouden we deze ervoor hebben. Maar we kunnen ons voorstellen dat het voor een groot deel samenloopt. Maar wat ons betreft zou die niet behandeld hoeven te worden in de raad volgende week. Om het maar even met een vergelijking te maken. Met een verkeerde aanloop valt de lat er geheid af. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Veldhuis, VVD. Ja, voorzitter, dank u wel. Wij hebben met enige verbazing hebben wij kennis genomen van het raadsvoorstel bij deze kadernotitie. We zijn verbaasd om te zien dat de gemeente Dalfsen op zo'n kort mogelijke termijn een detailhandelstructuurvisie nodig heeft. Maar wat we nu zien is dat het college deze visie lijkt te koppelen aan het vaststellen van de centrumvisie van Dalfsen. Deze centrumvisie wordt pas vastgesteld in juni 2017 volgens de planning. En ondertussen zien we leegstand ontstaan. Niet alleen in de kern van Dalfsen, maar ook in de andere kernen. We roepen u dan ook op vooral aan de slag te gaan met de detailhandelstructuurvisie. Eventuele maatregelen zullen vast nog wel wat tijd vragen. En het is zeker niet verstandig deze te koppelen aan de centrumvisie van Dalfsen. De leegstand in Nieuw-Leuzen heeft immers niets te maken met de centrumvisie van Dalfsen. Inhoudelijk laat de kadernotitie voor ons ook te wensen over. Wat we missen is een stevige ambitie. U roept de doelstelling is de missie van het economisch beleid. En vervolgens zien we dat de ambitie met betrekking tot de detailhandel heel voorzichtig neergezet wordt. De doelstelling is helder, die is ook duidelijk, maar de ambitie vanuit de detailhandel vinden wij dan wel zwak overkomen. U zegt sterke detailhandel, de sector komt hoe dan ook onder druk te staan, voorzichtig omgaan met uitbreiding van capaciteit en eventuele uitbreiding in aansluiting op het bestaande winkelbestand. We vragen ons dan ook af, wat gaat u verder doen om de detailhandel te ondersteunen? We vragen de wethouder specifiek of u hier ideeën over heeft. We vragen ook om goed te kijken naar wat er in ons omliggende gemeentes gebeurt. De gemeente Zwolle bijvoorbeeld is heel actief bezig om de middenstand te ondersteunen en ervoor te zorgen dat de leegstand wordt tegengegaan. Wat kunnen we daarvan leren? Daarnaast wil ik ook nog even de wethouder toch nog wel vragen om nog eens te kijken naar het idee dat we tijdens de behandeling van de programmabegroting hebben geopperd. Onderzoeken. Of een behoefte is om een leegstand pand te gebruiken om kleine winkeltjes of een overdekte markt te huisvesten. We hebben het vorige week in Nieuw-Leuzen ook kunnen horen. De gemeente kan hierin een faciliterende rol spelen, maar ook een actieve rol om ervoor te zorgen dat die partijen bij elkaar komen. Natuurlijk moeten we niet zelf winkelpanden gaan aankopen, dat is onze taak niet. Maar we kunnen wel het initiatief nemen en ervoor zorgen dat de huurders en verhuurders op een goede manier bij elkaar komen. We hebben zo wat ideeën daarover, maar we zien graag onderzoek naar de behoeftes van de potentiële middenstand hierin. Vanuit de historie zijn er nu nog aan de randen van de winkelgebieden in Nieuw-Leuzen panden met een niet-actieve winkelfunctie of een niet-courante winkelfunctie. De VVD ondersteunt het beleid om hier nog eens goed naar te kijken en eventueel de bestemming te veranderen. De winkelfunctie van panden aan de rand van winkelgebieden mogen zoveel mogelijk naar de winkelgebieden verplaatst worden. En daarin kan de gemeente zeker stimuleren en faciliteren. We hebben de wethouder net ook horen zeggen. En ook wij vragen ons af om tot slot nog eens een keer goed te kijken naar het document zelf. We krijgen het idee, en nou chargeer ik, dat hier sprake is van het betere kopieer- en plakwerken als we kijken naar de uitdagingen per kern. Wij verwachten echt een aantal algemene uitgangspunten die voor de kernen gelden en een aantal specifieke uitdagingen per kern en een document waar wat meer tijd en waarde aan wordt gehecht. Ik dank u. Met andere woorden, u gaat niet akkoord. Dat klopt. Ik neem deze mee terug naar de fractie. En ik sluit me eigenlijk ook aan bij het voorstel van de ChristenUnie bij de vraag of de wethouder het stuk niet terug wil nemen. Meneer De Graaf, D66. Ja, voorzitter, ik strik mijn opinie omwille van de tijd in. Nu de wethouder heeft bevestigd dat de kadernotitie een startnotitie is,
Wat mij betreft wachten we op de kadernotitie en dan volg ik de lijnen van de ChristenUnie. Dank u wel, meneer Wilsvank. Ja, nu wordt het voor mij wel het mosterd naar de maaltijd, geloof ik. Ik ga er toch heel iets van zeggen. Ook wij vinden het niet echt een hele toegespitste kadernotitie. Er zitten wel wat algemene noties in, maar die zitten niet zo, zijn niet zo toegespitst op de Dalfse situatie. En wat ik jammer vind, is dat er niet iets meer concreet wordt ingegaan op de begrippen kwaliteit van winkels en de invloed die het internet, de elektronische wereld om ons heen, daarop heeft. Er wordt heel erg gesproken over vierkante meters en een aantal verkooppunten, terwijl je ziet dat in de omgeving dat nou juist helemaal niet meer zo relevant is, maar dat je kwalitatief goede winkels moet hebben die niet meer moeten hebben van grote oppervlakte en veel verkooppunten. Dat aspect vind ik heel erg bijzonder van belang voor de komende tijd en dat zit er nauwelijks in. Dus dat had ik wel graag meegenomen willen hebben. Ja, voor het overige leegstand is een grote vijand, daar ben ik het ook direct mee eens, maar dat zou wellicht kunnen betekenen dat het winkelgebied kleiner moet. Dat lijkt me ook een redelijk kader. Voor het overige wacht ik wel even af wat er nu gebeurt. Dus u geeft uw opinie nog niet volledig? Nou ja, ik heb aangegeven wat ik mis in de nota, dus dat zou wat mij betreft aangevuld moeten worden. Maar ik voel een beetje aankomen dat we niet tot dat punt gaan komen. Meneer Uitslag? Ja, voorzitter. Ik aarzel ook een beetje. Het tijdstip is er niet naar. Aan de andere kant, we hebben afgesproken met elkaar dat we gaan behandelen. En ik heb ook wel de behoefte om, ook al wordt de startnotitie of ook al wordt die teruggetrokken, om dan toch maar een aantal dingen mee te geven. Want we hebben er nog wat aan, dat we hier zo laat zitten. Dus ik ga het gewoon maar doen. En als het te laat wordt, dan hoor ik wel van de voorzitter. Voorzitter, de nota die voor ons ligt, notitie. Ja, we hebben het als een zoekplaatje bestempeld. Was ambitie, was visie. Het staat er allemaal wat verspreid in. Ik had hier ook genoteerd, het is net of amper genoeg om vast te stellen in de raad. En we hebben toch de behoefte om een aantal dingen mee te geven die voor ons belangrijk zijn. De ambitie bijvoorbeeld die in de notitie is opgenomen. De heer Velders heeft een prachtig voorgedragen, dat ga ik niet nog een keertje doen. Elders staat ook nog iets over dat er een concentratie van winkelkernen moet plaatsvinden. Maar die staat er niet in de ambitie. Maar we missen ook nog belangrijke elementen als de ambulante handel. Overigens toegezegd door de wethouder. De huurprijzen, die toch ook van belang zouden zijn. Hoewel we die geïnvloed hebben misschien. Toch belangrijke informatie. De beleving van het winkelgebied, dat mag steviger in de nota terugkomen. Gratis parkeren. Wat ons betreft blijft dat ook bestaan. Maar we missen ook een duidelijke visie, gedacht over autoverkeer, parkeren en winkelen. De combinaties die elkaar raken, juist bij detailhandel. Ik moet zeggen, ook in het kader is misschien Dals Blauw, dat café, of de inloopcafé, wel eens een mooi voorbeeld genoemd hoe je ook met leegstand om kan gaan als gemeente. Zonder dat je panden koopt, maar het wel een pand wat niks staat te doen. En ik er enorm toegankelijk maakte en heel leuk benut. Hè, tegen volgens mij misschien wel zeer beperkte kosten. Daar hebben we als gemeente daar en heel veel aan gehad. En ook nog een keer extra reuring gebracht. Dus als gemeente kunnen we duidelijk meer doen. Doen we zelfs al meer. In de kadernota wordt een aantal vragen opgeroepen. Maar vervolgens het antwoord niet gegeven. En ook niet aangegeven hoe we dat dan antwoorden gaan vinden. Zoals een plan van aanpak of een stappenplan. Natuurlijk met uitzondering van de twee aangekondigde onderzoeken. Zou het een idee zijn, voorzitter, om net zoals voor het Dalfse geld voor de andere kernen ook een gebied af te bakenen en daar integraal naar te kijken? En ik noem net al even verkeer en parkeren. Maar dat we dat in samenhang bekijken. En daar raak ik de heer Wildvang van. Misschien moet er dan het winkelareaal beperken. Het gebied verkleinen. Om ook wat robuuste winkelvoorziening te krijgen. Of juist niet. Maar dan hebben we in ieder geval een visie. We hebben ook kaders meegegeven waar we wat mee kunnen doen. En dan lijkt er ook wel dat we niet ad hoc kunnen reageren, maar dat kunnen we reageren vanuit een gedachte. Ja, er staan nu een aantal dingen in genoemd ook. Naar de toekomst blijft de inzet van het detailhandelsbeleid voor de kern Dalfse gericht en voor de verschillende kernen eigenlijk allemaal hetzelfde. De ene keer wordt dan nog
het zijn de visie en de 377 bij genoemd en dat is ook ongeveer het verschil. Dus eigenlijk is ook wel de vraag van mijn fractie aan de wethouder. Wat gaat er nou echt anders plaatsvinden? Met andere woorden, hebben we echt een herziening nodig of kunnen we gewoon zeggen, weet je, de nota die wij hebben liggen, die trekken we nog een keer 10 jaar door. Dan kunnen we ons hele nieuwe startnotitie besparen. Dank u wel, de uitslag. Luisterend naar de verschillende opinies, dan beluister ik bij verschillende partijen dat ze niet akkoord zijn. Ik heb ook beluisterd dat gemeentebelangen wel akkoord is. Wethouder, mag ik een antwoord of mag ik uw antwoord op de verschillende opinies? Ja, voorzitter, die loopt al wat uiteen tussen de verschillende fracties. Er wordt door de verschillende fracties heel wat genoemd. Ja, die van wordt als voorbeeld Zwolle genoemd. En als ik in Zwolle ben, meneer Veldhuis, dan zie ik heel veel leegstand. En u zegt, het gaat in Zwolle zo goed. Die zegt van, als ik de stukken krijg, met name van, ik zie Dalsen positioneren ten opzichte van andere plekken, dan doen wij het ten opzichte van de andere plekken, doen we het niet zo verkeerd. Maar wat je ook doet, het is niet makkelijk. Kijk, gratis parkeer, daar zijn we al over uit. Autoverkeer in de winkelstraat. Nou, u weet dat die discussie gaat ook met name met de centrumvisies van Dalfsen. En dan zie je dat op uw publieke opinie er heel anders over denkt dan de winkeliers die daar wonen. Ja, als gemeente winkelpanden huren, dat hebben we gedaan in het kader van Dals Blauw. Maar als je een winkelpand huurt voor een maand, dan moet je er wel wat mee doen. Ja, dan is de vraag, wethouder, wat gaat u hiermee doen? Laat ik het volgende met u afspreken. Dat is mijn voorstel. Ik neem uw input mee. En ik kom met een verbeterd raadsvoorstel bij u terug. Wat voor termijn denkt u dat? Ik zou, het ligt op mijn lip, december, maar dat vind ik te vroeg. Ik wil graag januari aanhouden. Januari. Ik denk dat het getrouw is wat hier door de raad gezegd is. En dan noteer ik dat als een notitie dat u met dit stuk in januari terugkomt naar de commissie toe. Daarmee is punt 7 af. Gaan we verder met punt 8, stimuleringsmogelijkheden startende ondernemers. Ook dit is voorbereidend besluitvormend. Aan de raad wordt voorgesteld om geen aanvullende maatregelen te nemen. In juni 2016 lag dit voorstel al ter bespreking voor, maar de raadscommissie vond destijds dat aanvullend onderzoek nodig was bij doelgroepen, ondernemersverenigingen en zelfstandigen in Dalsen. Dat is nu vervat in een rapportage. Behandeling in twee ronden. Informerend, opinierend. Wie mag ik als eerste in de informerende ronde het woord geven? Meneer Nijkamp. Dank u wel, voorzitter. Met dank voor de notitie die voor ligt. We hebben nog een paar vragen. Is er ook een analyse gemaakt op basis van een soort enquête met de gestopte ondernemers? Dus wat is de reden van het beëindigen van hun activiteit? Twee, wat gebeurt er straks concreet voor uitkeringsgerechtigden die willen starten met een eigen onderneming? Daar gaat blijkbaar ZP Dalsen iets in doen, maar misschien kan de wethouder iets toelichten over van wat daar gebeurt. En welke afweging heeft het college gemaakt om niets extra's te doen met betrekking tot huisvesting?
En dan zouden we graag nog een toelichting hebben op de stelling van het college dat het verstrekken van een starterslening geen gemeentelijke taak is. Terwijl dat wel in het bestuursprogramma stond. Wat is de reden erachter? Die vier vragen hebben we. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer De Graaf, D66. Korte vraag. Waarom is in het raadsvoorstel de paragraaf duurzaamheid niet ingevuld? Bij agenda punt 6 is al betoogd dat voorrang gegeven zou moeten worden aan maatschappelijk ondernemen. Het is toch een geweldige kans in dit verband om startende ondernemers op dit punt aan te moedigen. Dus waarom het onderdeel duurzaamheid niet ingevuld? Dank u wel. Meneer Uitslag. Dank u wel, voorzitter. Een vraag die een beetje aansluit bij de vraag van de ChristenUnie. Ik ga de andere vraag niet herhalen. Is er inzicht in de starters in relatie tot de stoppers? En met andere woorden, de ChristenUnie vraagt van, is er analyse gedaan van waarom zijn mensen gestopt? Maar ik zou ook wel graag willen weten of er een relatie is te leggen tussen het aantal starters en het aantal stoppers. Zijn dat dezelfde mensen? Of zijn het hele andere groepen? En zijn het dus twee economieën die elkaar compenseren? Of zijn het mensen die het geprobeerd hebben en gesneuveld zijn? En dan komt interessante informatie die de ChristenUnie ook vraagt. Waarom zijn ze dan gestopt? Is daar een reden van? Hebben ze ik sta smarten te weinig gevonden? Andere maatregelen die de gemeente had kunnen doen? Dank u, voorzitter. Dank u wel, meneer Uitslag. Nee, verder geen vragen. Meneer Griekela. Ja, voorzitter. De analyse met gestapte ondernemers, die wil ik graag even doorspelen naar de heer Lautenbach. Er is een vraag gesteld door de ChristenUnie over de uitkeringsgerechtigden die een onderneming starten. Nou, wij als gemeente zijn daarin faciliterend. Door het aanbod van als mensen hier bij ons komen, daarbij spreken en dan verwijzen we hun onder andere ook naar het startershuis, zowel in Hardenberg als in Zwolle, waar heel veel specialisten zitten op dit gebied die mensen voort kunnen helpen. Dus faciliterend de mensen richting wijzen van waar ze de informatie op kunnen halen die ze nodig zijn. Dan zegt u van er wordt niks extra gedaan qua huisvesting. Zoals u in de enquête hebt kunnen lezen, de meeste startende ondernemers gaan werken vanuit huis. Een aantal startende ondernemers die zit in de bedrijfssamengebouwen in Dalfsen, Lemerveld of Nieuw-Leuzen. Dan de verstrekking van de lening. Het is bij spreken. Het is genoemd in het coalitieprogramma om daar onderzoek naar te doen. En alles overwegende zie je ook dat daar van de geënquêteerden die hebben voor de financiering hun eigen weg gevonden. En daarna zeggen we van we hebben de disciplines ook niet in huis om dit te gaan doen. En daarnaast is het ook risicokapitaal. En je zit ook met het treasury statuut dat je bij spreken niet zomaar geld als gemeente uit mag lenen. Dan duurzaamheid is niet ingevuld. Daar wil ik de heer Lauter mag ook even het woord over geven. Nou hebben we de vraag van het CDA, die is in relatie dus die de ChristenUnie stelde. Dank u wel, wethouder meneer Lauterbach. Ja, er werd gevraagd hoe de enquête zich waar die betrekking op heeft. Ik heb het zo gedaan dat wij dus ook aangegeven dat we dus alle ZP'ers zeg maar vanaf 2013 tot en met 23 maart 2016 een digitale link hebben gestuurd met de vragen. 8 van de 15 vragen waren dezelfde vragen als eerder gesteld in de noodeconomisch beleid. En we hebben een aantal aanvullende vragen gesteld in het kader van financieringsvraagstuk
financieringsmogelijkheden. Onder die gestarte ondernemers, die 413 uit mijn hoofd, zaten ook stoppers. Dus we hebben ze op één manier ondervraagd. Dus niet afzonderlijk. Ze hebben aan kunnen geven, ook middels de open vraag die er in de enquête stond, of ze nog aanvullende vragen hadden op de geformuleerde vragen. Nou, dat is minimaal gedaan. Maar goed, ik moet het daarmee ook mee doen, zeg maar. Dus op de vraag of dat nou onderscheidende antwoorden zijn of apart benaderd, nee. Het is één groep. Als één groep zijn ze benaderd. En dan nog de vraag van de heer De Graaf over de tage van de duurzaamheid. Of de paragraaf duurzaamheid, waarom dat niet is ingevuld. Nou, ik heb daar niet een heel duidelijk antwoord op. Ik heb gemeend, het is natuurlijk puur een onderzoek. Ja, ik had er misschien een formulering op kunnen schrijven in het kader van sociale duurzaamheid in relatie tot ZP. Maar goed, dat is niet bewust gedaan of bewust weggelaten, nee. Dank u voor uw aanvullende antwoorden. Kijk even rond en dan denk ik dat we naar de opinierende gedeelte gaan. En wie mag ik daar als eerste het woord geven? Meneer Schuurman. Dank u wel, voorzitter. Ja, graag willen wij onze dank uitspreken voor het voorstel wat voor ons ligt. De onderbouwing door middel van de uitgevoerde enquête en het behoefteonderzoek van de Kamer van Koophandel zorgt wat ons betreft voor duidelijkheid. We vinden het zeer belangrijk dat de gemeente starters ondersteunt in een nieuwe wereld. Een starter zal voordat hij begint zijn licht opsteken bij diverse bronnen en dan van start gaan. De gemeente kan een van die informatiebronnen zijn. In die voorkomende situatie is het van belang om de kerstverse ondernemer te voorzien van de informatie en de weg te wijzen. Als gemeente hebben we aansluiting gezocht bij de regio-initiatieven. Dit is wat ons betreft een goede manier. Op deze manier kunnen we de starters voorzien van goede informatie en kan men op een goede manier van start gaan. In 2014 hebben we het college de opdracht meegegeven om te onderzoeken of het verstrekken van een starterslening een mogelijkheid zou zijn. De onderbouwing die er gegeven wordt door middel van de enquête en het behoefteonderzoek zorgen voor ons voor de bevestiging dat we dat op dit ogenblik zien bij de starters. De markt heeft namelijk de afgelopen tijd niet stilgestaan. Waar ondernemers een aantal jaren geleden nog afhankelijk waren van de banken, zien we dat er ondertussen veel andere initiatieven zijn ontstaan. Veel van deze initiatieven zijn succesvol of flink in opmars. Denk aan crowdfunding en kredietunie, een soort broodfonds voor financieringen. In het onderzoek van de Kamer van Koophandel zien we maar liefst 22 verschillende financieringsvormen naar voren komen. Ruim voldoende keuze voor de ondernemer. Daarnaast, zoals de wethouder net ook al aangeeft, brengt het verstrekken van een financiering ook risico's met zich mee. Anders dan een starterslening op de woningmarkt is bij een lening voor een ondernemer niet altijd een waardevast onderpand aanwezig. En dit zorgt voor een financieel risico. Om dit te beperken zal er binnen de gemeente een acceptatiebeleid geïntroduceerd en uitgevoerd moeten worden. En dat betekent dat we ook eigenlijk weer gelijk worden aan die andere 22 faciliteiten die er wel zijn. En dat willen we eigenlijk ook niet. Kortom, als gemeentebelangen komen we tot de conclusie dat het aanbieden van een starterslening voor startende ondernemers geen toevoeging biedt op hetgeen er al is. En daarnaast zijn we concurrenten van de reeds aanwezige marktpartijen. Alles met elkaar vinden we belangrijk dat de gemeente Delfsen starters helpt om een bedrijf te starten. En het helpen moet bestaan uit het goed, snel en eerlijk informeren. Daar waar mogelijk doorverwijzen naar gespecialiseerde partijen en zoals al gezegd geen voorstander van het verstrekken van financieringen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Schuurman. Meneer Nijkamp. Dank u wel, voorzitter. Het belang voor starters is groot, ook in onze gemeente. Er zijn vele starters per jaar. En gelukkig na een aantal jaren houden we er ook nog voldoende over. Maar het is wel een trend natuurlijk waar we ons van bewust zijn en waar we ook op moeten faciliteren. Goed dat er een brede enquête is uitgevoerd, dat die achtergrondinformatie er is. En dat geeft ook een redelijk beeld van waar behoeften liggen en waar geen behoeften liggen. Dus we ondersteunen ook het idee om die informatievoorziening, om daar ook met name op in te zetten.
Zowel richting de ondernemer zelf, maar ook in het algemeen over ondersteuningsmogelijkheden. Welke kunnen ze gebruiken? Waar kunnen ze terecht? Dus ook die doorverwijzingsfunctie is van groot belang. De rol van ZP Dalfsen is daarin een mooie aanvulling, denk ik, op de gemeente. Dus een soort partnership met deze club is denk ik ook erg goed. We hebben nog wel wat twijfels over of rondom de vestigingsmogelijkheden of de enquête zelf daar nou het ultieme antwoord op is. Of dat we zeggen van nou, als je toch kijkt naar een aantal toevoegingen in de open vragen, of er misschien toch nog niet wat meer behoefte is aan slimmere en flexibele huisvestingmogelijkheden. Er staan toch een paar passages in, we zouden hem niet zomaar willen laten vallen. Dus we vragen het college om daar toch nog eens even naar te kijken en daar waar mogelijk ook op in te spelen. In welke mate de huidige bedrijfsverzamelgebouwen nu daarop het antwoord zijn, is voor ons nog even de vraag. Maar als het college daar in ieder geval de vinger aan de pols wil houden, wat ons betreft zou dat op zijn plaats zijn. Maar verder zijn wij akkoord met het voorstel wat er ligt en ook af te zien van de startersleding, ook gegeven de argumentatie die wordt gegeven. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Uitslag, CDA. Ja, dank u, voorzitter. We hebben als fractie, maar ook als raad, aangegeven dat we detailhandel, of de starters, erg belangrijk vinden. We hebben vanavond daar bij de detailhandelsvisie, maar ook bij het punt armoede, is werk als erg belangrijk neergezet. En dit is natuurlijk wel een prachtig instrument om dat te bevorderen. En als we dan lezen dat de starters neutraal staan ten opzichte van de ondersteuning van de gemeente, dan past het niet helemaal goed bij de ambitie die we met elkaar hebben opgeschreven en die we ook niet bij als CDA willen neerleggen en willen uitstralen. En als je economie belangrijk vindt en de ondernemers zeggen, dan voelt dat niet helemaal zoals we dat willen. Bijzonder vinden we ook dat we, ondanks de toch herhaalde oproepen voor communicatie en voorlichting, ook op dit dossier, de ondernemers weinig bekend zijn met de mogelijkheden die er zijn. Als je er weinig gebruik van hebt, ja, dan kan ik me ook voorstellen dat het enthousiasme niet zo enorm is. De samenwerking met ZP Dalfsen van harte toegejuicht. Ik denk dat daarmee de voorlichting en communicatie in Dalfsen ook een stuk beter wordt. Ik hoop ook van harte dat de andere kernen ook een eigen ingang krijgen op die manier. Dus een eigen ondernemersloket en noem het maar een startersloket. Dus een laagdrempelige functie. En het huisvestingsconcept. We hebben er ook regelmatig om gevraagd. En altijd was er is geen behoefte aan, het antwoord van het college. En nu staat er ook gewoon, ja, 12% heeft het gewoon, mist het gewoon. Ondanks het feit dat de wethouder aangeeft, we hebben wel bedrijfsverzamelgebouwen. Maar blijkbaar toch niet waar een deel van deze mensen om vraagt. Ze beginnen vanuit huis, dat begrijp, geloof ik wel. Maar daarna weer toch opschalen, wil je misschien een andere ontmoetingsplek hebben. Ik zie Seeds to Meet als een prachtig initiatief, bijvoorbeeld in Utrecht, waar je als ondernemers ZP'ers bij elkaar gaat zitten en als je een stapje binnen en daar voel je de energie gewoon in stroom en de ondernemersgeest. Dus misschien dat we daar en dat het college daar ook eens goed over na wil denken. De reactie van het college om voor te stellen, we gaan geen lening doen. Nou, dat begrijpen we inmiddels als daar geen behoefte aan is of als er voldoende andere instrumenten zijn, als die er zijn. Maar we vragen nadrukkelijk wel aan het gemeente, we dagen het college zelfs uit, om breder te kijken en te komen met andere, concretere voorstellen. En we geven die van de huisvesting alvast cadeau. Dank u wel, meneer Uitslag, meneer Wilsvank. Ja, dank u wel, meneer voorzitter. Ik zal het heel kort proberen te houden. We zijn het op zich. Of gaan we instemmen met de notitie? Of zijn we het eens met wat daarin geschreven is? Het enige puntje wat ik nog even overhoud, want anders val ik in herhaling. Maar deze is er eentje die door meerdere al genoemd is en die wel belangrijk vindt om even te onderstrepen. Dat is het punt van de huisvesting. Ik kan me dat namelijk heel goed voorstellen dat het soms voor startende ondernemers een lastig onderwerp is. In meerdere opzichten, dus daar zou ik het college willen oproepen om aandacht voor te hebben. Voor het overige stemmen we graag in. Dank u wel, meneer Wilsvank, meneer De Graaf. Eens met het voorstel en verder geen toevoeging meer. Dank u wel. Meneer Veldhuis. Dank u, voorzitter.
We zien dat in het bestuursprogramma wordt gesproken over voldoende stimulerende maatregelen en een actievere rol voor de gemeente. De conclusie van het college is dan ook dat er een actieve rol bestaat uit het informeren en het doorverwijzen. En dit vinden we wat teleurstellend. De notitie geeft een opsomming weer van de mogelijkheden die een startende ondernemer heeft voor ondersteuning bij andere organisaties. En een rondgang langs andere gemeentes laat zien dat deze ondersteuning bieden ook op andere vlakken dan alleen informatieverstrekking. Ik noem even een paar voorbeelden die ik ben tegengekomen. Ik zie sociale regelingen staan. Startende ondernemers die vanuit een dreigende werkloosheidssituatie advies en steun nodig hebben, kunnen dan onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op een landelijke regeling die je als gemeente kan faciliteren. Die heet het besluit bijstandsverlening van zelfstandigen. Ik kom bijvoorbeeld tegen begeleiding bij het starten van een onderneming vanuit een uitkeringssituatie, dat sommige gemeentes ook. En stimulering voor beginnende bedrijven waar de gemeente initiatief neemt, stimuleert, faciliteert en de marktpartijen voeren vervolgens uit. U noemt in uw stuk ook wel een aantal van deze bovengenoemde mogelijkheden in meer of mindere mate. Maar ik mis de actieve rol en die missen we. U stelt zelfs voor om geen aanvullende maatregelen te nemen. Maar we roepen het college toch op om deze actieve rol op te pakken en niet alleen te richten op goede voorlichting en informatievoorziening, wat ook heel belangrijk is, snappen we. De enquête laat zien dat starters neutraal oordelen over de dienstverlening van de gemeente, dus ze geven ze helder aan dat ze neutraal staan tegenover het geven van informatie door de gemeente, de doorlooptijd van vergunningen en het gemeentelijke aanbestedingsbeleid. En onze vraag is ook eigenlijk hierbij nog van, wilt u dit gaan verbeteren? En zo ja, wat gaat u doen om dit te verbeteren? Volgens ons zijn het punten waar winst valt te behalen. Dat hebben we net CDA ook al horen zeggen. Wij denken daar zelf precies hetzelfde over. En de gemeente staat hier al lange tijd stil. Want het resultaat is eigenlijk in 2012 was hetzelfde. Daar stonden ze ook neutraal ten opzichte van de dienstverlening. Dus dit speelt al een tijdje. Dus ook het verzoek van ons om hier actie op te ondernemen. En voor de rest kunnen wij instemmen met het voorstel. Dank u wel, meneer Veldhuis. U wilt nog antwoorden, wethouder? Ja, in die zin, ik heb één behoefte om met de heer Veldhuis in te gaan. Wat u noemt, die sociale regelingen, die zijn landelijk, die gelden hier ook. Dus wat dat betreft, die worden hier ook van toepassing. Dank u wel. Ja, concluderende dat wat hier de commissie zegt, dat u wordt opgeroepen om toch duidelijk te kijken naar de huisvestingsmogelijkheden. Eigen ondernemersloket ook in andere kernen. Goede communicatie. Ik neem aan dat u dat mee wilt nemen in de verdere contacten met starters. En dan kan ik concluderen dat dit als akkoordstuk door kan naar de raadsvergadering. Dan komen we bij punt 9 van de agenda. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen. De Kloostertuin. Verantwoordelijk wethouder de heer Agricola. De raad heeft op 25 april 2016 een stedenbouwkundige visie vastgesteld voor de locatie Jansen. Voor de bouw van 21 woningen op die locatie is in strijd met het bestemmingsplan. Van de raad wordt nu gevraagd om een ontwerpverklaring van geen bedenking af te geven tegen het verlenen van een omgevingsvergunning. Als er geen zienswijzen op komen, wordt de verklaring ook definitief. In twee ronden. Vragenronde. Wie heeft de vragen over dit stuk? Meneer Kouwen, CDA. En dank u voorzitter. Eén korte vraag. Lezend het voorstel waren wij nieuwsgierig naar het te verwachten tijdspad, ook voor de ruimtelijke procedure en de verwachte realisatie van het project. Dank u wel. Meneer Wildvank. Ja, even een korte vraag. U zei het net al even in uw inleiding. Als er dan geen zienswijzen op komen, dan is daarmee de verklaring definitief. Misschien heb ik het over het hoofd gezien. Als er dan wel zienswijze op gekomen, gaat het dan weer terugkomen hier in de raad?
Dank u wel. Verder, ik zie verder geen lampjes branden. Wethouder? Ja, als het zienswijze binnenkomt, dan komt het weer terug bij u in de raad. Zo niet, dan niet. Realisatieproject. Doelstelling is dat het opstallen einde van het jaar gesloopt zullen zijn. En dat we in 2017 kunnen beginnen te bouwen. En ik kan u zeggen, er is belangstelling voor hetgeen wat daar gerealiseerd wordt. Dank u wel, wethouder. Voor uw antwoorden, opinie. Wie mag ik als eerste het woord geven? Meneer Kouwer. Dank u, voorzitter. Ja, het is voor mij het stuk is in lijn met de voorgaande behandeling in de raad hier. Dus wij kunnen akkoord gaan met het voorstel. Meneer Wolfsvank. Ja, ik heb er wat moeite mee dat we het nu zo doen zonder dat we iets weten over die zienswijze. Eigenlijk zou je het ook dan zo kunnen doen. Je zegt, ik doe eerst de zienswijze, zodra die er zijn, in één keer door. Dat zou in mijn ogen ook een veel logischer oplossing zijn. Logischer zou ik dan vinden dat een dergelijk groot project langs de Koninklijke Weg een nieuw bestemmingsplan wordt voorgelegd. Maar goed, ik begrijp wel dat de ondernemer daar een beetje over gaat. Ik ben geneigd om te zeggen, laten we het maar zo doen. Dank u wel, meneer De Graaf, D66. Mooi plan, mooie inbreiding, mooie vormgeving. Akkoord. Dank u wel, meneer Veldhuis, VVD. Wij gaan ook akkoord met het plan. Meneer Nijburg. De tuin versteent, maar we gaan akkoord. Dank u wel. En meneer Jutten, gemeentebelangen. Mag ik het laatste woord hebben? Om geen zienswijze te hoeven ontvangen die het verlenen van de omgevingsvergunning kunnen stagneren, gaan we vanuit dat er goed gecommuniceerd wordt met de omgeving. En dan kunnen we akkoord gaan met de voorstellen en wachten de verdere gang van zaken af. Dan kan ik oordelen dat dit als akkoordstuk naar de raadsvergadering gaat en dan kom ik 10 van de agenda. Vaststelling besluiten, lijst besloten, raadsvergadering 3 oktober 2016. Aan de raadscommissie worden 2 vragen gesteld. Kan de besluitenlijst worden vastgesteld? En de tweede vraag, kan de vastgestelde besluitenlijst openbaar worden gemaakt? Als iemand dit inhoudelijk wenst te bespreken, moeten we in beslotenheid verder vergaderen. Dus, ga naar uw reactie. Meneer Nijburg. Twee werf ja. Wat zegt u? Twee werf ja. Twee werf ja, akkoord. Ja, dus tegen, we zijn ermee akkoord en ja, hij kan openbaar. Ja. Ik hoor verder. Verder niemand. Ik geld voor iedereen. Ik krijg geen reacties. Dus bij deze stel ik voor dat we hem vaststellen. Of dat hebben we bij deze gedaan. En we gaan hem ook. Ik zie de burgemeester gapen. En het is inmiddels 11:45. Nee, de microfoon staat gewoon dicht. Ik doe dat zoveel mogelijk buiten het beeld. Oké, maar ik vond het wel een sluitende. Of een mooie sluiting van deze lange vergadering. Ik heb volgens mij wel eens een keer de kortste commissievergadering gehad. Maar ik ben ook recordhouder nu met de langste commissievergadering. Maar ik wens u nog een prettige nacht.